Tegenwoordig doe ik aan het begin even reclame maken voor mezelf. Dat is ook heel belangrijk. Mocht je nou denken van, wat een prachtig initiatief, deze serie video's. Ik wil dit een warm hart toedragen, maar ik weet niet hoe. Dan zou ik je willen voorstellen om de linkjes te volgen onder deze video. Daar vind je een link naar Patreon en Petje Af. En daar kun je me voor een klein bedragje per maand steunen. Daar heb ik superveel aan. Ik heb inmiddels al een soort van home studio. Dat had ik niet kunnen doen zonder jullie hulp. Of door de hulp van degene die dit al hebben gedaan. En om dit nu en in de toekomst mogelijk te blijven maken, steun mij. Ik heb daar ontzettend veel aan. En zonder verder nog te vertragen, ga ik nu voor de langste aflevering van deze show tot nu toe naar Juri Landman, die hier vandaag is om met mij al zijn boeken door te nemen. Juri. Oh, nu staan ze niet meer. Nu weet je, staan die boeken er niet meer. Nou, nu knip je naar. Ik doe nu een klapje en dan staan hier in één keer boeken. Ben je er klaar voor? Hoor? Ik ben er klaar voor. Kom maar op. Ja, ik zit hier vandaag met Juri Landman. Superleuk dat je hier bent. En we hadden al even elkaar, of ja, best wel veel met elkaar geappt en gedm'd. En een van de dingen die je zei in aanloop naar deze ontmoeting. Jij zei van, als ik langskom, dan wil ik alles wat ik heb gelezen de afgelopen 2 jaar over massa, psychologie, wil ik meenemen en uitstallen. Dat heb je hier gedaan. En, ja. Ik ben meteen onder indruk van wat je hier hebt meegebracht. Voor mij is het ook een zeer. Ik heb een aantal dingen ook zelf gelezen. En ik ben er ook veel mee bezig geweest. Dus ik heb het idee dat ja, jij zei ook, dit wordt mijn. Dit wordt de leidraad van vandaag, als het aan mij ligt. Ja. En ik, ja, voor mij is het een open format. En je mag zeker ook het format gebruiken als een soort van. Bijna spreekbeurt, denk ik dan. Hè? Ja. Spreekbeurt over een massa-psychose. Ja. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik geef het woord aan jou. Ja. Jij leidt mij door deze stapel boeken heen. En we kijken waar we uitkomen. Dat is volgens mij wat we vandaag gaan doen. Hopelijk krijgen we de spreekbeurt af. We zullen zien. Maar het is inderdaad natuurlijk de vraag van waar gaan we het over hebben. Ik heb een aantal carrières. Ten eerste is mijn hoofdcarrière muzikoloog en uitvinder van muziekinstrumenten. Docent en artiest. Muziekartiest. Dus uitvoerend. En daarvoor was ik striptekenaar en tijdens corona ben ik weer striptekenaar geworden en verstrikt geraakt in die coronabende. En daardoor kwam ik op Matthias de Smet en vanuit Matthias de Smet rol je hier naartoe. En ik denk dat het op dit moment in de maatschappij het relevantste is om dat laatste stuk te pakken voor deze talkshow. Ik denk dat het ook goed is om even hier even meteen een vlaggetje te planten. Ja. Bij wat je zegt. Jij zegt, ik ben zelf, ik bouw muziekinstrumenten. Ik ben muzikus of muzikoloog. De allebei. En striptekenaar. Ja. Kortom, jij zit eigenlijk net als ik in hetzelfde schuitje. We zijn allebei zelfstandig ondernemers in de culturele sector. Ja. En we hebben eigenlijk allebei te maken gehad met dat we van de een op de andere dag al ons werk kwijt waren. Ik was jouw graphic novel aan het lezen wat je over dit onderwerp hebt geschreven. Een autobiografische graphic novel. En het was voor mij een feest van herkenning. Ik dacht, nou, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Vandaar dat ik even de wij-vorm hanteer. Ja, prima. Dus ik vond het echt een eye-opener om te lezen. Ik dacht van, ja, dat is inderdaad ook bij mij. Ik werkte dan ook. Ja, ik heb eigenlijk altijd verschillende werkzaamheden gehad. Ik ben schrijver, ik ben theatermaker, ik maak dus ook video's, podcasts, ik ben ook docent. Dus ik heb het gevoel dat ik altijd wel 8 hengels heb uitstaan om kansen te spreiden of risico te spreiden, exact. Dus als je dat doet. Ja. Alleen 70% van mijn inkomsten kwam uit de theatersector. Ik trad 2-3 keer in de maand op en de afgelopen 3 jaar heb ik denk ik nog een paar keer opgetreden, maar mijn inkomsten zijn nog steeds praktisch nul uit de theatersector. Dus in die zin vond ik het heel herkenbaar. Nou, wat jij zegt in die 8 hengels. Ik had die scène zit in dat stripboek, wat dus nog uitgegeven moet worden. Maar daar zie je dus ergens in het beginhoofdstuk, zie je een aantal pagina's, zie je allemaal rode kruisjes. Ja, de post was de eerste maand een totaal chaos. Dus je kon niks naar het buitenland sturen, want dat was onbetrouwbaar of het aankwam. Festivals werden gecanceld. Mijn buitenlandse trips als docent werden gecanceld. Alle concertzalen gingen dicht. Dus al die hengels flikkerden om. Het was niet dat er eentje omging, maar ze gingen gewoon allemaal om. Ja. En dat was inderdaad zo shocking. Van, ik denk, ja, ik heb eigenlijk veel meer arbeidskansen dan een dagloner, bij wijze van spreken, die ontslagen wordt. Die zit acuut in de crisis. Maar ik heb zoveel hengels, ik kom altijd wel terecht. En nu kwam ik dus knel te zitten. Dat was een grote verrassing voor mij. Ja. Dat heb jij dus exact ook zo ervaren. Ja. Ja, nou, het is misschien goed om meteen eerst even. Ik denk dat het interessant kan zijn om een heel klein beetje in die zin autobiografisch te beginnen. Voor ons allebei.
ergens ook omdat ik denk, het is een beetje tricky business wat we gaan doen. Dit is wel, ik merk het, hè, die paar afleveringen over corona, daar heb ik meteen ontzettend veel gezeik over gekregen. Ja. Dus misschien moeten we een klein beetje voor de kijker wat sympathie creëren, dacht ik. Dus, weet je wel? Dus laten we eens even kijken of we dat autobiografisch kunnen pinpointen. Omdat ik zelf, ik zie mezelf absoluut niet als een als iemand die zelf in hele wilde complottheorieën denkt. Mm-hmm. Maar een van de dingen die ik wel heb gedaan, is dat ik met iedereen in gesprek ben gebleven. Dus ik zie mezelf wel als een vuilnisvat waar alles even in mag. En wat ik vind het wel interessant om al die paden te verkennen. Dus dat even ten eerste. En ten tweede, wat ik zelf heel sterk had, en ik ben benieuwd of je dat herkent, maar toen ik zelf in die eerste lockdownperiode, heb ik eerst even proberen helemaal te omarmen. Ik heb gewoon gedacht van, oh wauw, 2 maanden helemaal niks in mijn agenda. Ik heb een stapel boeken neergelegd. Ik ben op de bank gaan liggen. Ik ben gewoon al die dikke boeken waar ik al heel lang niet aan toe kwam gaan lezen. Mm-hmm. En voor mij was het gewoon een hele fijne, hele mooie researchfase. Ik wil zeker niet zeuren over dat mijn geld weg is gevallen. Ik wil absoluut niet overkomen als iemand die zit te zeiken. En voor mij is mijn engagement pas veel later begonnen in die periode. En dat was op het moment dat ik inderdaad begon te vermoeden wat voor jou dan gaat over massa psychologie of massapsychose. Op het moment dat ik dacht, volgens mij zitten er elementen van manipulatie nu, waar heel veel mensen voorbij gaan. Dat is het moment dat ik denk, ik zelf geen. Ja, dat speelt ongeveer in de nazomer van 2020 komt dat naar voren. En Matthias komt er ook in september mee naar buiten. Dus dan zit je inderdaad een half jaar na die pandemie. Het is denk ik zo dat je die eerste periode was voor mij acuut wel een enorme stressvolle periode. Omdat ik een gezin heb. En het was heel onduidelijk hoe mijn inkomsten waren. Die vielen acuut weg. Toen was die Tozo 1, dat was prima. En toen had ik even rust. En dat is ook de rustperiode waarin ik dat stripboek dan ben gaan tekenen. Dus dat, waar jij de boeken ging lezen, ging ik een boek tekenen. Om inderdaad weg te zijn met mijn hoofd en die rustperiode te krijgen. Dat heb ik inderdaad als een groot genot ervaren. Tijdens het tekenen. Als ik daar stopte met tekenen, was het piekeren, piekeren, piekeren. En weer stress tot in alle hoeken. En dat verergerde in de zomer, zo rond juni 2020, toen die Tozo 2 kwam. En waar ik dus geen aanspraak op maakte. Waardoor ik dus echt buiten die boot viel. En vanaf dat moment ontstond bij mij de weerstand. Dat had ik zoiets van, dit kan je gewoon niet maken. En dat is misschien nog wel even aardig om te benoemen. Ik ben vorige maand natuurlijk bij Marlies geweest, bij de Nieuwe Wereld. En ik werd benaderd door een advocaat. Die geeft mij uitleg gegeven over wat er is gebeurd. En het is een beetje een technisch verhaal, maar het is wel... Ik had al door van, hier worden mensenrechten opgegeven. Want recht op ondernemerschap is een mensenrecht. En je kan naar mijn beleving niet een mensenrecht opheffen en geen compensatie geven. Dat is een misdaad. Dus ik denk dat fout gegaan is. En ik begrijp dat in de chaos fout gaat. Maar die advocaat die legde mij heel duidelijk uit dat er bij een overheidsingrijp op de markt moet er een voorstudie gedaan worden. Daar zijn ze verplicht toe. Nou kon dat niet in dit geval, omdat er natuurlijk een acute situatie was. Maar volgens de wet moeten ze tussentijds toetsen. Dus dat had dus bij wijze van spreken bij Tozo 2 moeten gebeuren. Is niet gebeurd. Tozo 3 niet gebeurd, Tozo 4 niet gebeurd, Tozo 5 niet gebeurd. Is nooit tussentijds getoetst in 2 jaar tijd. Dus daar zijn op dat moment zijn ze onwetmatig bezig. En dan is nog de derde, is dat er ook nog een natoetsing moet komen. En die is er ook nog altijd niet geweest. En dan krijg je dus een gekke situatie. Ik sprak aan een fotograaf in mijn dorp. Die heeft dus een omzetdrop gehad van een halvering van de omzet. En die wordt nu, die moet nu belasting betalen over de halvering die wel binnenkreeg. En dat is natuurlijk een heel discutabel iets, want de overheid kapt eerst je halve omzet weg. En vervolgens gaan ze dus belasting heffen over de omzet die nog staat. Ja. En aan de hand van wat die advocaten zei, kan dat dus helemaal niet. Dus je krijgt nu een enorm gezeik met MKB, ZZP, die rechtszaken tegen de Belastingdienst aangeklagen. En volgens mij gaan ze dat dus winnen. Maar ja, dat wordt een toeslagenaffaire
nummertje 3 na het Gronings gas en de toeslagaffaire. Maar dat is een technisch verhaal, maar dat is wel, ik denk dat dat nog een groot drama gaat worden. Wat helemaal buiten beeld is. Mensen met een loondienstcontract hebben dit helemaal niet in het vizier. En snappen hier ook helemaal niks van. Want hier moet je ondernemer voor zijn om te begrijpen wat hier nu eigenlijk gebeurd is. Ja, dat is ook absoluut waar. Ik merk dat het heel lastig is om als je geen ondernemer bent, dan zie je niet wat dat is of wat dat betekent. Nee. Of wat het recht is wat je ook hebt. En dat dat recht ook voor iedereen iets is wat je kan, waar je een beroep op kan doen. Het is eigenlijk een vangnet, zou ik zeggen. Ze denken dat het dan dus de vrijheid, of dat is het risico van de ondernemer. Maar dat is in dit geval dus niet aan de haak. Ja. Er is gewoon een overheidsingrijpen geweest. En dan moet een compensatie op liggen. Of, ja. Hey, je had het net over de sympathie van de kijker. Dat is inderdaad een hekelpunt. Want ik ga het vandaag over MeToo hebben. Over transgender. We hebben het al over Gronen gehad. Dus dat is 3 keer oei ongeveer. Ja. Het zijn onderwerpen die mij ook allemaal aan het hart gaan. Ja. Waar ik in mijn podcast en nu ook in de show veel met gasten over gesproken heb. Dus ik ben wel benieuwd naar jouw manier van hiernaar kijken. En where to begin? Ik heb het ook aan jou geschreven. Er zijn van alle podcasts die op YouTube rondzwerven, wilde ik alleen maar bij Nieuwe Wereld en ik wilde bij jou zitten. Omdat ik bij die twee organisaties weet dat ik daar niet bij Forum voor Democratie zit. Alle Weltsmes en Joran Lucas en noem ze allemaal maar op, die zitten wat mij betreft wel allemaal in die blackbox hoek. Waarbij ik denk dat. En waarom is het belangrijk om voor jou om een, zoals ik het zelf zou noemen, een stroompje in dat midden te vinden? Nou ja, inderdaad, jij noemde het woord meanderen ook op de mail. En dat is, eigenlijk is dat een heel cruciaal woord. Daar was ik heel blij mee dat je dat woord inbracht. Een meander is een kronkelend riviertje. En dat, doordat die kronkeling die verandert door de loop van de tijd. Hè, omdat die bochten slijpen uit. Ja, het is een beetje hetzelfde als ondernemerschap. Je bent eigenlijk altijd aan het zoeken en aan het puzzelen. Maar het is ook als metafoor werkt hij ook nog. Want die meander die kronkelt. Die kronkelt als een slang door het landschap heen, over de eeuwen heen. En ik ben dus op het moment ben ik heel veel, dat komt zometeen ook nog wel te sprake, want ik zal het nog vaak zeggen, ik ben heel erg bezig met het concept met good for the wrong reasons en wrong for the good reasons. En good for the good reasons en wrong for the wrong reasons, maar die mensen die zijn vrij zeldzaam. Die good for the good reasons zijn niet zeldzaam, maar die echte slechterikken zijn wel heel zeldzaam. En dan kunnen we eigenlijk gelijk bij het eerste boekje van die stapel beginnen. Ik heb hier de fixer van Joe Sacco. En als je dit verhaalt, hoe heb je volgorde aangebracht? Oh, sorry, ja. Misschien even. Het is in de volgorde van 1900. Dus nog iets voor 18 zoveel ziekelen tot aan nu. En oh, echt gewoon? Het is gewoon chronologisch. Alleen deze heb ik ervoor gelegd. En waar ben jij begonnen met lezen? Ik heb een beetje vals gespeeld. Zitten hier en daar zitten er wat latere boeken in. Maar deze slaat uit met het boekje. Maar waar ben jij begonnen op jouw lezen? Ik ben met Matthias begonnen. Ah ja, en toen heb je terug uitgewerkt. En toen werd Matthias bekritiseerd. En toen ben ik Matthias Bron begonnen met Le Bon. Ja. Ik heb Matthias de Smet ook gelezen. En wat meteen interessant is misschien om ook even te zeggen is, dus jij bent met de tijd steeds kritischer geworden op Matthias de Smet, ja, toch? Zeker, ja, zeker. Ja. Dus dit gesprek is misschien ook interessant om. Ik heb ook gelezen, ik heb ook Van Meerlo gelezen, die had je hier ook opeens staan. Ja. Die vind ik wel heel goed. Mm-hmm. Dus Joost van Meerlo is eigenlijk een standaard werk uit volgens mij de jaren 50, ja. Waar hij heel goed uitlegt hoe massapsychose, massapsychologie werkt. Ja, brainwashing. En dus vandaag zie ik eigenlijk, omdat ik zelf die twee boeken zo ook helder voor me heb. En ik ben ook kritisch op de Smet. En ik ben ook mee met Van Meerlo. Dus ergens in de zoektocht is ook, dat zijn de twee uiterste piketpaaltjes. En ik denk dat we dat proberen schoon te praten vandaag. Dat zit in mijn hoofd. Dat we dat dat gaan we zeker doen. Toch? Even goed om de agenda. Ja, even voor duidelijk, de Smet is heel dubbel. Want hij heeft heel erg gelijk, maar hij heeft ook heel erg ongelijk. Dus het is een soort paradox. Ja, als we daar iets van kunnen neerleggen van hoe dat toch komt, waarin dat gelijk zit en waar dat ongelijk in zit, en hoe je dat wel kan opvatten, dan denk ik dat we heel veel hebben gedaan vandaag. Dus dat is. Ja. Nou, ik ga 100 jaar doornemen. Ja, je wil beginnen hier, en dat is het oudste boek wat je gevonden hebt. Dit valt nog even buiten het verhaal wat we zo meteen gaan doen, maar dit is wel duidelijk ook zo'n voorbeeld van good for the wrong reasons. Joe Sacco heeft een aantal boeken gemaakt, voornamelijk over oorlogssituaties, en dit boek gaat over Sarajevo uit mijn hoofd. Ja, een verhaal uit Sarajevo.
En waarin hij een pact sluit met een fixer. En een fixer had ik nooit van gehoord voordat ik dit boek las. Maar dat is in feite een soort van crimineel. Die jouw gids is in een stad in een oorlogstijd. Dus je hebt die crimineel nodig om veilig te kunnen functioneren als journalist. Dus dan zie je dus het pact van de crimineel en de journalist. En dat is zo'n heel goed voorbeeld van die combinatie van die slechterik en die goeierik die elkaar nodig hebben om de waarheidsduiding te krijgen in een oorlog. Je ziet nu ook bij onze man bij de Taliban, toch? Dan is het ook. Ik weet niet wie daar zit. Ja, dat is gewoon zo'n NPO-programma. Oh ja. Dan zit nu die Erbrink, of ik weet niet of zijn naam goed uitspreekt, maar die zit nu. Thomas, of zoiets. Ja, ja. Die zit nu bij de Taliban. Dus die heeft natuurlijk ook fixers nodig om in die wereld te navigeren. Ja. Dat ziet eigenlijk heel goed, hè? Die zo'n VPRO-corifee, dat is dan zeg maar goed iemand. En dan, die heeft wat mensen met guns nodig om te kunnen. Exact. Ja. Dan zie je het eigenlijk heel helder, hè? Ja. Dus als je denkt van hoe moet ik het voor me zien, daar zie je het. Maar ik geef het dus nogmaals ter duiding aan van dat je dus verschillende partijen hebt die dus tegen de corona kunnen zijn of voor corona maken. Ja. Het is niet unaniem aan één kant. En dus je zegt al good for the good reason. En good for the bad reasons, maar dat is meteen ook lastig omdat goed en slecht of goed en kwaad, dat zijn vaak ook lastige begrippen om zuiver te gebruiken. Ja. Ik gebruik ze bijna alleen maar nog tussen aanhalingstekens van wat is goed. Dus misschien ook goed om. In deze tijd van polarisatie zijn we heel erg geneigd om naar ons eigen ikje en naar onze eigen positie te kijken. En iedereen die een andere positie neemt, die ga je dan indelen bij slecht. Ja. Maar dat meanderen wat jij zegt. Het is juist goed dat je ook eens even een keer naar Wie Deur kijkt, maar ook een keer naar Ewald Engelen luistert. En allebei hebben ze zo hun redenen. En sommige zijn nobel, sommige zijn niet nobel. Maar eigenlijk maakt het niet eens uit. Want die fixer hier, die laat gewoon zien dat zowel die journalist als die fixer hebben allebei uiteindelijk een nut. En dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Dus die crimineel in een oorlogssituatie heeft ook een nut. Ook al is het een boef, kan het nog steeds een hele nuttige boef zijn. Dus je wil eigenlijk zeggen van, je hebt eigenlijk allerlei rollen nodig in exact. Een gezonde maatschappij. Ja. Dat is wat je uit dat voorbeeld haalt. Je hebt een zakenman nodig, maar je hebt ook een verpleegster nodig. En, en je hebt ook een leraar nodig. En, en die hebben allemaal een andere moraal en een ander leefpatroon en een ander norm- en waardestelsel. En, daar moet je goed voor bewust van zijn dat een zakenman kan niet altijd helemaal schoon werken. Je moet soms gewoon een boevenstreek doen. Ik ben nu trouwens deze week helemaal. Even kijken of ik het kan snel vinden. Ja, ik zit helemaal in dit boek. What is Our Problem van Tim Urban. Die maakt van die Wait But Why YouTube of internetfilmpjes. Ja. En hij heeft eigenlijk ook, het lijkt hier best wel op wat jij nu zegt. Dus hij maakt dan een analyse van hoe zitten we toch in die shitstorm van Amerika van nu. En hij heeft het dan over dat je het hoge en het lage hebt. En het liberale en het republikeinse. Mm-hmm. En hij laat eigenlijk zien, dat doet hij dan heel boekwerk lang over. Maar hij maakt via allemaal infographics en allemaal statistieken. Heel aannemelijk vind ik dat je het allebei nodig hebt. Dat je dus die twee krachten, die kracht en tegenkracht van die Amerikaanse cultuur, die conservatieven die iets willen behouden en die liberalen die iets willen vernieuwen, mm-hmm. dat die eigenlijk elkaar nodig hebben. En dat als je in het hoge zit, dus als je hoog en laag, onderbuik of hoog, zou je kunnen zeggen, dus wat hij dan noemt een ideeënlaboratorium, dus in een soort Darwinisme van ideeën, kun je die uitwisseling krijgen en dan kunnen die twee krachten met elkaar ook op elkaar inwerken op zo'n manier dat je cultuur gezond blijft. En je cultuur wordt eigenlijk een probleem als je naar die onderbuik gaat, dat je dus in het, en dan noemt hij als voorbeeld dus die republikeinse, dat slaat eigenlijk over de kop. En dat, waar we uiteindelijk dat Trumpisme in krijgen. En in het democraten, of in het liberale gedeelte, daar zie je eigenlijk ook in het wokisme, zie je ook zo'n zelte, wat hij dan een golem noemt. Dus er ontstaan eigenlijk twee golems, twee spoken van die soort collectieve geest. En dus beide neigen dan naar het. Er zit iets totalitairs in beide manieren van denken, wat die samen. Leving aantast. Ja. En dus zijn pleidooi is dus inderdaad om niet het onderscheid meer te maken tussen links en rechts, of tussen liberaal en conservatief. Omdat je eigenlijk zou zeggen dat al die krachten en tegenkrachten zijn nodig om iets in balans te houden. Dus probeer het niet zozeer als links en rechts te zien, maar als hoog en laag, waarbij het lage staat voor die
ja, bevooroordeelde, borrelende, onderbuikachtige blik. Of manier van gut feeling reactie. En dat hoge staat voor openstaan voor al het andere. En, het doet mij denken aan het concept van de anywheres en de somewheres. Dat, weet je daarvan of niet? Nee. Dat is ook weer een links en rechts natuurlijk, of 1-2. Maar ik denk dat dat kwadrantenschema wat jij voorstelt beter is. Maar anywheres en somewheres gaat over... ik was voor corona en nu deels, omdat ik weer iets van mijn werk terug heb, een extreme anywhere. Dus iemand die dwars door Europa heen op academisch les geeft. Met professoren werkt, op festivals rondwerkt. Dus ik ben anywhere. En de somewheres, dat zijn de mensen die lokaal bezig zijn. Dus de boer is een extreme somewhere. Want die boerderij staat daar, die kan er geen kant op. En die wordt nu uitgekocht en die wordt in feite zijn leven weggekocht. En ik had daar als anywhere, was ik daar toch een beetje arrogant over. Omdat ik dat ziet, ja, ik moet gewoon een beetje aanpassen aan de markt. En ik moet een beetje mee met de tijd. En wat heel simpel gedacht is. Ja, maar ik was, wat je ook terugkrijgt op je bordje, zodra je zelf... Ja, exact. Ja. Dus die crisis van de corona is dus heel goed geweest voor mij als mens. Dat ik dus, ondanks dat ik een zware tijd heb gehad, daar dus wel flink door gegroeid ben. Ja, ik denk, ja, op het moment dat anywheres in elkaar stort, dan sta je ook te huilen. En dat is wat ik deed. Dus ik heb veel meer begrip gekregen voor de somewheres. Terwijl ik eigenlijk een anywhere ben. En dat is, dus dat is ook weer dezelfde manier. Want het gaat erom dat al die vier krachten en tegenkrachten nodig zijn. Mm-hmm. In een gezonde samenleving. Ja. En dat kun je links-rechts noemen. Conservatief, liberaal noemen. Ja. Progressief of behoudend noemen. Of zoals jij zegt, anywhere. Ja, maar dat gaat dan dus ook dat mond eruit. Zodra je dat besef hebt, word je ook een stuk toleranter. Dus als ik nu naar Forum Insight kijk of zo, dan moet ik gewoon lachen om Baudet. Nou, voor corona vond ik het echt gewoon de duivel. Vond ik echt verschrikkelijk, die man. En ik vind nog steeds een eikel, maar ik kan wel prima naar hem luisteren. En dan denk ik, nou ja, oké, ik ben het helemaal niet meer mee eens. Maar ja. Ik vind het wel een leuke grapje als af en toe. Ja. En mensen die dus niet die crisis hebben meegemaakt zoals ik, die zitten nog steeds heel erg in die boosheid. Al die woke mensen, die zijn zo verschrikkelijk gefrustreerd over vorm van democratie. En vice versa. En dat heeft ermee te maken dat ze dus die bootbalans niet hebben. Ja. En ik hoopte dat ik dus met deze introductie dus een beetje een beeld gaf van dat mensen je niet te snel indelen in een kamp. En dat je ook voor andere redenen tegen MeToo kan zijn. Of je vragen kunt hebben over transgender of coronabeleid of klimaat. Dat maakt op zich niet zoveel uit welk onderwerp we pakken. Ja, dus daarin was de... Was dat was eventjes de vrijpleiter. Het boek wat je nu hebt weggeditcht, hoe heet het nou? En nu kunnen we gaan doorwisselen. Ja, dat is eigenlijk een proloog. Namelijk, iedereen heeft al nagelang je in welke omstandigheid dan ook zit, misschien een fixer nodig om op het schemergebied van goed en kwaad, zoals je dat zelf in je hoofd misschien hebt zitten. En dat plaatst ons allemaal op een grijs vlak. Dat is eigenlijk de moraal van het van de proloog. Ja, ik zei het even door jouw woorden heen, maar nu kunnen we gaan doorwisselen. Ja, nou vertel. Ik volg jou, Want het probleem bij deze boeken is dat er inderdaad natuurlijk vrij heftige dingen gezegd worden en geschreven worden. Mijn neiging is om, ik hou helemaal niet van chronologie. Nee, waarom ik bij het begin wil beginnen is omdat als je die chronologie door... Dit is Sigele, dit is een van de eerdere. En ik heb ook nog er ligt nog een Tolstoj hier zo deze. Kijk, Tolstoj is de oudste uit de reeks. En dus even voor de kijker, dit is de graphic novel van Tolstoj. Niet de vuistdikke versie. Het stripboekje inderdaad. Ja. Ik heb er een uurtje over gedaan. Maar omdat dit boek in deze boeken wordt veel gerefereerd naar Tolstoj. Ja. Kijk, het gaat er eigenlijk een beetje om van als je massapsychologie wil begrijpen, denk ik dat het het beste is dat je de oudere boeken eerst leest en dan de latere boeken. Omdat in de oudere boeken wordt er eigenlijk een hele primitieve vorm neergezet die nog uitschieters heeft. En dan wordt in de boeken daarna wordt hoofdstuk 5 wordt aangepakt van Le Bon. En dan schrijft Reibold, schrijft hoofdstuk 8. En ja, dat klopt niet helemaal. En ze buigen zo. En dan ontstaat zeg maar gaandeweg het inzicht van wat nu massapsychologie is. Dus deze eerste boeken die zijn behoorlijk goed. Maar ze hebben ook een aantal behoorlijke haken en ogen.
En daar komen we ook bij Matthias zometeen wel achter. Van die heeft vooral uit de beginperiode geciteerd. En dat is problematisch. Omdat er dus in die latere boeken dus, toch stevig correcties zijn die heel aannemelijk zijn. Ja, dus hoe gaan we dit gewoon dus praten? Waar moet je beginnen? We beginnen even met Tolstoj. Want dat is ook iets wat jij veel... jij hebt die boeken gelezen. Ik heb alleen het stripje gelezen. Tolstoj komt veel in de boeken voor. Omdat het eerste boek is... ik doe het even naar eigen invulling. Waarbij volgens mij de personages niet niet zozeer een keizer of een Jezus Christus is. Die van hoog naar laag gaat. Wat je bij Lord of the Rings ook hebt. Dat archetype mm-hmm. van de underdog die opklimt en dan de belangrijkste persoon van de wereld wordt. Tolstoj gaat over normale mensen. En dat kan zowel Napoleon zijn als ook de boerin of iets dergelijks. En dat verhaal weeft zich door elkaar heen. En wat oorlog en vrede vooral heeft uitgebeeld, nadat ik dit heb gelezen, dat zo analyseer ik het althans, is dat de mens in alle kleine beslissingen die hij neemt, uiteindelijk meegenomen wordt in een grote rivier. En hij kan zwemmen wat hij wil, maar die rivier die gaat. Ja. En de uitkomst staat eigenlijk vast doordat die rivier moet je zien als de massa mensen. Die mensen worden opgeslokt door die grote stroom. Is dat, heb jij het ook zo ervaren? Dat is eigenlijk een vraag. Ja. Nou, het is interessant dat je met Tolstoj komt. Ik heb ook eens een aflevering opgenomen met Sietske Bergsma. Mm-hmm. Daar had ik ook veel gezeik mee gehad. Want dat was natuurlijk ook not done. Ja. Met iemand die zo bakkie met Bergsma uitzending wekelijks maakt. Om daar dan mee te gaan praten. Dat mag echt niet. Nee. Alleen, ik heb met haar ook wel een flinke discussie gehad. Juist over, want dat naar mijn idee zij toch iets gevoeliger is voor wat mensen dan complottheorieën noemen. En ik iets minder gevoelig. En ik probeerde ook bij haar aannemelijk te maken hoe ik er dan naar kijk. En als ik die uitleg nu zou moeten parafraseren, dan zou ik dus beginnen bij Tolstoj en bij Oorlog en Vrede. Waarom? Omdat naar mijn idee Tolstoj heel goed laat zien, vind ik, dat het dat er momenten zijn die je zou kunnen beschrijven als een vulkaaneruptie. Dus als er in één keer een vulkaaneruptie is, dan gaan al die mensen op dat eiland, dat zijn krioelende wezentjes. Mm-hmm. Misschien kan ik het nog het beste vergelijken. Want de eerste keer dat ik in mijn leven dat meemaakte. Bewust meemaakte. Was met de economische crisis in 2008. En dat heeft mij heel erg geëngageerd. Dat moment. En dat is, daar heb ik heel veel over gelezen. En heel veel research naar gedaan. En uiteindelijk vind ik een aantal bronnen briljant daarin. Dat is The Big Short. Die film. Okay, ik heb je die gezien hebt? Nee. In ieder geval. En ik moet ook zeggen dat de crisis een beetje aan mij voorbij is. Oké, maar niettemin, ik ga even heel snel proberen tot antwoord te komen op jouw vraag. Ik ben daadwerkelijk bezig. En wat ik ook heel goed vond was Joris Luijendijk's boek over de bankencrisis. Mm-hmm. Wat Joris Luijendijk voor mij toevoegde. Die heb ik ook gelezen. Ja, wat hij toevoegde is dat. Want ik was daarvoor heel erg gefixeerd op de schuldvraag. En dus zo kwam ik bij een soort high frequency trading uit. Daar zat ik ook heel veel boeken over te lezen. Omdat naar mijn idee dus die in die wedloop van die krachten en die too big to fail banken. Zag je eigenlijk best te goed, vond ik. Dat daar ook iets zat van een manier van handelen die zo snel ging dat wie het snelste, wie het dichtst bij de juiste stroomkabel of bij de juiste stroompunten zat, de meeste kapitaal accumuleerde. En The Big Short, die film en dat boek, die laten heel mooi zien dat je eigenlijk allerlei actoren en archetypen hebt in die... In het proces. En Luijendijk laat eigenlijk heel mooi zien dat al die mensen maar echt maar... Dus het is niet een piramide, het is echt een soort soep van allerlei mensen. Dus wat ik eigenlijk probeer, door dit even als metafoor te nemen, wat ik probeer aannemelijk te maken, is dat je dus eerst, er valt een bank, de Lehman Brothers, en dat wordt een domino effect, er vallen allerlei instanties, en dat wordt, voor alle mensen ter wereld, wordt dat iets waar ze zich toe moeten verhouden, net als de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog. Ja. De hele wereld moet zich in één keer verhouden tot die Lehman Brothers. Dat is een bank die gisteren nog niemand kende, en vandaag is het iets waar aan de andere kant van de wereld iemand iets van moet vinden om zich daartoe te verhouden. Ja. En in die chaos, in die eruptie, gaan al die
En dat zie je heel mooi in The Big Short. Je ziet idealisten, je ziet cynisch geworden handelaren. Je ziet iemand die credit default swap ontwerpen. Je ziet iemand die uit het systeem is gestapt. Je volgt al die actoren. En dan zit je nog steeds als wanhopig mens te zoeken van... Maar wie moeten we nou aanwijzen? Waar is de schuld? Waarom zitten we in deze chaos? Waarom? En dan is het in één keer zo... Nog één slag. Nee, er is geen schuldvraag. Het zijn eigenlijk allemaal in beweging komende... krachten, ja. Van hele opportunistische mensen tot hele onschuldige mensen en alles ertussen. Dat hele spectrum wat tegelijkertijd in beweging komt. Nou, dit is dit beeld. Hè? Zo lees ik Tolstoy's Oorlog en Vrede. Als dat met die Napoleontische oorlogen gebeurt voor Russische mensen, dan zie je datzelfde met die mensen gebeuren in die sfeer, in de 19e eeuw in Rusland. En je volgt al die verschillende poppetjes en je ziet van wow, je kijkt naar datzelfde psychotische schilderij en er is niet een complot, er is niet een schuldvraag. Dus dit is voor mij het grootste pleidooi voor waarom we toch niet in die complottenval moeten trappen. Mm-hmm. En toch kunnen zien dat iedereen op zijn of haar niveau probeert iets grip te krijgen op die crisis. Dus ja, zo ja, het wel. Nou, ben ik te volgen? Het is een beetje een wild. Ja, nee, voor mij is het te volgen. En wat ik hierbij signaleer is die wat ik bij Marlies benoem over die vier krachten. De media, de overheid, de experts en het volk. En die dus in die cirkel lopen. En dat je dus een massavorming, zoals Matthias had benoemd, dat die cirkel het probleem is. En niet zozeer de virologen of de politici of de, wat jij dus ook zegt, van er zijn dus de opportunisten en de cynici en idealisten. Het gaat erom dat ze dus ook in elkaars cirkeltje lopen. En dan krijg je dus die endmail constructie. Dat dus die mieren in een rondje blijven lopen. Omdat ze doen gewoon nog steeds hunzelfde dingetje. Of ze doen net een variatie ervan. Maar er is niet één dader. En dat is natuurlijk het grote probleem bij conspiratiedenkers. Dat ze inderdaad, ze willen die geniale gek op dat eiland hebben. Met die gouden handschoenen en die poes. En die is afwezig. Want dat is die vulkaanuitbarsting. Die heeft een soort van emergente knacht. Weet je wat emergentie is of niet? Misschien moet ik dat wel even uitleggen. Ja, leg het vooral uit. Kijk, in wiskunde is 1 plus 1 is 2, maar 1 plus 1 kan ook 3 zijn. En daar kom ik heb hem bij me, het boek Chaos van James Gleick legt dat heel goed uit. En met 1 plus 1 is 3 bedoel ik eigenlijk, dat is die extra. Dus de hoe zeg je dat? De som der delen is ja, meer dan de hoe zit nee, dat is van ja, het is iedereen die wel eens succesvol heeft samengewerkt weet wat de metafoor 1 en 1 is 3 betekent. Dat heet emergentie. Dus je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld Morrissey en Johnny Marr, 1 en 1 is 3. Dat is een emergentie, ja. Het zeggen van ons organisme is het ook. We zijn allemaal celletjes en dan heb je er een paar miljoen bij elkaar en dan komt er in één keer een hersenpan bovenop en dan heb je het bewustzijn. Dus die bewustzijn is een emergentie van die cellen. Ja. Mijn cellen weten helemaal niet wat er aan de hand is, maar collectief weten we dat wel. Dus dat is dat 1 plus 1 is 3. Dat verschijnt uit emergentie. En daar zit de crux bij de conspiracy-denkers, dus dat ze dus die emergentie, die willen ze dus toewijzen aan iets. Aan Bill Gates of aan Soros of aan, aan hoe dan ook. Terwijl het een emergentie is. En die emergentie die gaat fout op het moment dat er een paniek is. Want dan krijg je dus een, wat ik dan noem, een negatieve oereboeres in feite. Ja. Een referentie die verkeerd gaat. Bijvoorbeeld het woord emergent heb ik nu uitgelegd en het komt zo nog terug. En dan zal je ook zien waarom het geen conspiratie is. Ja. Ik denk, dat is een nieuw inzicht voor mij over Tolstoy. Dankjewel, dat wist ik niet. Goed, die hebben we gehad. Dus dit boek wordt vaak aangeduid als een van de eerste waarbij die massastromingen en die massadynamieken goed geduid worden. Hij doet verder geen analyse over massapsychologie, want dat massapsychologie bestond nog niet toen dit boek gemaakt werd. Dit is 1800 uit mijn hoofd, ergens. Ja, volgens mij 1850 of zo. Zo laat nog. Okay. 1850 denk ik, ja. Het is ongeveer, denk ik, 30 jaar na de oorlog, na de oorlogen. Oké, nou ja, in ieder geval 1800 zoveel. Tolstoy op. ik vond het verschrikkelijk boek, maar ik heb ook een stripje gelezen. Dus ik moet iets er doorheen lezen. Nee, je roman is dan. Ja, ik denk 1000 pagina's, maar eerst, ga ik niet doen. Nou, maar dit zijn wel meer dan 1000 pagina's. Daar heb je gelijk in, ja. Ik heb een indruk en jij hebt het nu verteld en ik denk dat dit genoeg is voor mijn onderwerp. Ik heb het verder niet nodig. Dan heb je Charles McKay zo rond 1850.
50 uit mijn hoofd. Dat boek heb ik niet, die wil ik nog gaan kopen. Dat gaat over tulpenbollengekte. De manie met de extreem dure tulpenbollen. Oh ja, dat is iets alle financiële bubbels, die staan daarin beschreven. Ja, en dat is ook nog die tulpenbollen, dat is iets van de 17e eeuw, geloof ik. Waarbij die prijzen in één keer explodeerden. Ja, die werden net zo duur als een huis. Die Charles McKay die beschrijft dus die financiële bubbels. En dat wordt vaak ook als een massaverschijnsel geduid. Dat als iedereen bepaalde aandelen gaat kopen, dan gaan we massaal die aandelen kopen. De tulpencrisis is een beroemde. En dat boek Popular Mass Delusions of iets dergelijks heet het. Extraordinary something. Die geeft verder nog geen psychologische duiding van waarom mensen dat nou precies doen. En dan is er een man, Gabriel Tarde. Dat boek kan ik niet krijgen. Daar heb ik wel een pdf van, maar die moet ik nog lezen. Die beschrijft als eerste het verschijnsel van social contagion. Dus dat is de sociale besmetting. En ik heb bijvoorbeeld, dat zie je heel veel terug bij taalgebruik. Als een aantal jaren geleden had iedereen het ineens over een hapje eten. Zo in plaats van dat je uit eten ging. Of jij zegt bijvoorbeeld ook vaak van ik vind het grappig dat. En dan komt er eigenlijk helemaal niks grappigs. Maar dat is jouw stopwoordje geworden. En dat zie je bij meerdere mensen. En Matthias de Smet heeft het over resoneren. En Marlies is ook aan het resoneren. En Ad is ook aan het resoneren. Dus dat is natuurlijk helemaal niet iets kwalijks. Dat is iedereen neemt. Je neemt heel snel taalgebruik over van vrienden. Ja. En dat uitzicht in taalgebruik, dat de Paulien Cornelis of hoe heet zij? Ja, die taal is echt mijn ding. Ja, die schrijft daar dan boekjes mee vol. Maar die social contagion, die merk je ook tijdens diners. Als er één oom chagrijnig is, dan is de hele tafel chagrijnig. Of als mijn hartslag omhoog gaat vanwege een discussie, gaat jouw hartslag ook omhoog. Dus die feromonen of die spiegelneuronen, of hoe dat ook mag heten, die slaan over. En Tarde beschreef dat dus als eerste. Dus van dat zit dus niet alleen maar op de één op één, maar dat zit ook in de massa. En die refereert volgens mij in dat boek ook al naar de bestorming van de Bastille. Ik heb dat boek zoals gezegd niet gelezen, maar hij duikt regelmatig op in deze reeks. En een tijdgenoot van Tarde was Sigele. En dat boek heb ik dus wel. Dat is de menigte als misdadigster. Dat noemen ze ook dat is ook grappig dat ze dat een misdadigster noemen, niet een misdadiger. Dus de menigte is een vrouw. Dus dan krijg je ook al het Freudiaanse. We geven de vrouwen de schuld en die zijn minderwaardig. Daar staan deze boeken, die beginboeken ook vol mee, zeg maar. En dit boek is, er zit ook een voorwoord van Tarde in. Die beaamt eigenlijk wat er in het boek staat. Dus deze jongens zijn het met elkaar eens. Dit is een Italiaanse criminoloog, advocaat. En hij beweert dat de mens een bruut wordt in een massa. Dus die heeft zichzelf niet meer onder controle. Dus die wordt zogezegd gehypnotiseerd door de massa. En dat is waar dat woord hypnose vandaan komt. Wat Matthias. Ja, je kunt nu zeg maar, weet ik veel, een kleine montage van ontgroeningsrituelen insnijden ter onderbouwing. En iedereen van, oh ja, inderdaad. Ja. Zo van, als je een beetje twijfelt, dan heb je daar dat aangetoond. Zeg maar. Dat moet je verklaren. Nou, dat is toch precies wat je vaak hoort. Zoals laatst die in België, die jongen die dan dood wordt ge... Ja, die komt in een trans, in een groepstrans. Trans en een hypnose je kunt je toch, als je opsomt wat mensen in ontgroeningen wel eens elkaar aandoen, dan denk je van, nou, dat zou ik zelf niet doen. En toch gebeuren die dingen. Oh ja, ook dat bedoel je. Ja, nee, dan verandert de mens toch in een bruut. Want je schort eigenlijk je ethische verantwoordelijkheid op voor een bepaalde tijd. Je verschuilt je achter het ethische kompas van de groep. En exact. De groep zegt eigenlijk van, nou, we hebben een systeem. En het systeem is, het is een soort rite, een rite of passage. Je moet daar doorheen, daar word je hard van, het is leuk. Ja. Ik ben er zelf ook doorheen gegaan. Het is groepsolidariteit. Je krijgt eigenlijk al die cognitieve dissonantie-achtige argumenten. Yes. En op het moment dat er dan iemand doodgaat, zoals dan in België gebeurt, dan schrik je, als het goed is, wakker uit die hypnose van wow, er is iemand dood. Dat was niet de bedoeling. Ja. En dan denk je, als iemand naar jou wijst van jij, maar jij bent er verantwoordelijk voor, dan denk je, ik heb niks gedaan, dan deed je dat samen. Dat is een beetje wat ik bedoel. Ja. En dan nog het wrangen, nog bij de jongen is dan ook nog, dan wordt er ook nog dus door bepaalde mensen van ja, maar dat was een Indiaanse jongen en die zijn heel volgzaam. Dat was een beetje van oei toen ik dat was. Precies, dus eigenlijk elke argumentatie is gewoon van ja, ik denk toch niet dat het de bedoeling kan zijn dat er soms bij ontgroening iemand doodgaat. Als dat
de regel wordt, dan, ja, dan weet maar dan iedereen is hij dus van... Maar hij is dus al het slachtoffer, maar wordt hij ook nog eens de zondebok in die hele vraag. Dat vond ik echt wel een zware opmerking. Zeg maar. Ik houd het maar alleen maar even als een hele kleine PS bij, hoor. Ik bedoel voor mij gewoon even van, oh ja, dat is helder. Ja, maar groepen veranderen, individuen soms... Veranderen in beesten. Ja, dat is wat Ziekele claimt. Ja. En dat schrijft hij in het boek vrij spectaculair op. Hij benoemt een aantal moordzaken. En zijn claim is dus dat mensen in een volksopstand, dus hij haalt de Bastille aan en volgens mij de commune van Parijs of iets dergelijks, 18 zoveel, dat is ook zo'n opstand geweest. En een aantal andere moordzaken. Maar het gevaar is dat hij aan cherrypicken is. Dus hij pakt een aantal cases die in hetzelfde patroon volgen en dan vervolgens geeft hij daar een conclusie aan. Dus dat is eigenlijk geen wetenschap, maar dat is gewoon cherrypicken wat bij het verhaaltje past. En hij maakt ook de claim dat juries eenzelfde patroon hebben. En dat is een hele slimme actie als advocaat. Want daarmee kan je heel wat criminelen vrij krijgen als dat je doel is. Dus als het je taak is. Dus hij zegt dus dat de opstandmassa en de jurymassa, dat zijn de twee massa's die in dit boek voorkomen, die worden dom, collectief bruut, amoreel. En dat vindt ze een bron in dit boek. Ja. En bij Tarde zit dat een beetje, maar bij deze zit dat heel dominant. En dan kunnen we gelijk door. Nou, dit is de Engelse versie, die is wat dikker staan wat andere teksten in. Dat kunnen we overslaan. Ja, die kun je niet op de grond gooien, want dan valt die helemaal in elkaar. Ja, en dan kom je eigenlijk aan bij Gustave Le Bon, die zit daar pal achter. Ja. En die is in het Nederlands uitgegeven, die moet ik nog kopen. Dit is de Engelse, ik vind de Engelse toch lastiger, dus ik ga hem nog een keer in het Nederlands doen. Die herhaalt eigenlijk wat Ziekele aanbracht. En die trekt hem breder. Dus die zegt wederom, die bestorming van de Bastille is eigenlijk de hoofdcase in dit boek. Met nog een aantal andere voorbeelden. En dan moet ik even mijn notities erbij halen. Want hij maakt het zeg maar vollediger wat de psychologie is. En hoe zich dat manifesteert in een groep. En daar heeft hij, ik heb hier een lijstje met 10 kenmerken. En ik zal ze even opnoemen, want dan begrijp wel een beetje wat er aan de hand is. Even bril erbij hoor. De 10 kenmerken die hij... Ik heb ze uit mijn hoofd gedaan, kunnen er ook 12 zijn. Hoor, maar dit zijn dus de 10 kenmerken die mij invielen na dit boek. Is dat je dus een verhoogde agressie hebt. Er is een hang naar sterke leider. En dat zie je bij de Bastille, zie je dat die slagen, die dat is geloof ik iemand die de gevangenis directeur zijn hoofd afsnijdt, als ik het goed begrijp. Dus die sterke leider is een verhoogde agressie, sterke leider. Er is een hang naar bevestigend bewijs en getallen. Dat is een cruciaal als je aan corona denkt. Dagelijks die getallenporno bij de NOS. Hoeveel er nu weer dood waren, hoeveel bedden er nu weer gevuld waren. En dan die grafiekjes er allemaal bij zonder x-as, zonder i-as. Dat was wel een grafiek. Manieus. En dan krijg je Maurice de Hond die precies het tegenovergestelde doet. Die legt die grafiek andersom en dan komt hij tot een andere conclusie. Dus dat is die hang naar dat bevestigend bewijs en getallen. Dus mensen hebben het enorm over feiten en niet meer over meningen. En er is een hang naar rituelen. Betrekkingswaan, gevoelig voor bijgeloof. Nou, dat is volgens mij evident. Dat zijn de conspiratiedenkers in dit geval. Maar ook het blinde vertrouwen in vaccins. In vaccins, dus aan de andere zijde. Ja. Je kan er vanaf beide kanten aanvliegen. Ja. En ook dat mondmasker, wat natuurlijk, we waren gewoon met zakdoek op onze neus aan het lopen. In de veronderstelling dat het microbacteriën ging tegenhangen. Waren ze allemaal zelf mooi met bloemetjes en met versieringen gemaakt. Dat is een rituele daad geweest. Ja. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op dat je met een zakdoek op je neus probeert virus tegen te houden. Maar goed. Ja, wat ik dus zelf opvallend vond aan die tijd is dat heel veel mensen dit ook, dus die later hartstochtelijk voorstander van de vaccins waren, eerst dit zeiden. Dus mensen hebben ook een soort van, allemaal, bijna iedereen heeft een soort U-turn gemaakt daarin. Dat vond ik heel interessant. Dat ze omkeren. Dat mensen in de eerste weken al zeiden van, nou, ik had ook niet met een... Zeker de boomers, weet je wel. Die mensen die zo 60er, 70er. Ja. Die een beetje anti-autoritair. Ik had ook niet met een mondkapje rondlopen. Ja. Iemand zei van, ja, het is alsof je een emmer water door kippengaas laat tegenhouden. Ja, dat vond ik een heel mooi beeld. Ja, dat is toen begreep ik het meteen. Zeg maar. Ja. Dus ik dacht van, ik zei in die tijd tegen die boomers van, maar het gaat helemaal niet om dat kippengaas en het water. Het gaat erom dat je laat zien aan de groep
dat je solidair bent. Dus het is een teken van groepssolidariteit. Maar in het begin van die pandemie was ik solidair. Dus ik deed mijn maskertje op, gewoon puur uit, ja, om te laten zien. Ja. Op mij kun je rekenen. Ik ben flexibel. Okay. Maar voor mij was dat een heel helder ritueel. Dus ja. Inderdaad, een ritueel. Okay, okay. Ja. En later zijn diezelfde mensen die dus zo hartstochtelijk tegen die mondkapjes waren, die waren echt wel voor het boosteren en voor et cetera. Dus dat vond ik opvallend. Dat je, hoe kun je nou. En toen zo kwam ik erachter dat mensen die zelf eenmaal die prik hebben gezet. Ja, die werden anders, ja. Nou, daar heb ik dus met heel veel mensen gepraat. En toen kwam ik erachter dat dus zodra toen je. Toen moesten de kinderen ook. Nou, daar heeft het volgende te maken. Dat vond ik heel interessant. Zodra je geprikt bent, heb je de hoop dat je het goede hebt gedaan, omdat er iets in je lichaam zit. Mm-hmm. En dus word je biased richting die andere kant. En dan zie je mensen die heel mondkapjesachtig zijn, die in één keer bij die booster van, die eigenlijk overtuigd zijn geraakt. En ja, dat vond ik in beide gevallen interessante dingen. Dat het vaak dezelfde mensen waren. Afijn. Ja, okay. Ja, nee, Toch voor mij mag je tegenstrijdig zijn. Ik ben eigenlijk naar allebei de kanten op tegenstrijdig geweest. Maar afijn. Een ander kenmerk is het wensdenken en doemdenken. Ja. Waarbij het wensdenken natuurlijk heel, heel dominant was bij corona. We zouden winnen van het virus. Ja. Ik had gelijk al zoiets van, dat gaat je nooit in je leven lukken. Maar gewoon oorlogsretoriek bij een virus is al misplaatst, toch? Ja, die staat op nummer 7 hier. Oorlogsretoriek en kinderlijk taalgebruik. Dus heb je hem al. Wensdenken, doemdenken is een heel duidelijk iets. Ja. Het doemdenken ook over de. Doemdenken vooral over degene die niet meedoet. Ja. Dus het doemdenken over de antivaxxers. En het wensdenken over dat we het samen moeten doen. Dat woord samen alleen al. Dat is verschrikkelijk. Nou, die oorlogsretoriek en kinderlijk taalgebruik, dat benoemde hij zelf ook al. Iets waar Verbrugge ook vaak op hamert. Van het is echt een cruciale fout geweest, ook in het politiek beleid. Zwart-wit denken en tunnelvisie. Alles of niets, nou, daar zitten we eigenlijk nog steeds in. Ik moet eerst al met een bootmeter voorkomen voordat we het gesprek in kunnen. Want anders krijgen we een lading stront over ons heen. Dus je moet je al helemaal indekken in dat zwart-wit denken. Omdat dat dus echt heel prominent is op het moment. Tunnelvisie ook, want er was maar één waarheid. Er werd helemaal niet over vitamine D gepraat. Terwijl het toch best aardig helpt tegen de weerstand als je naar een verkoud virus oploopt. Het was gewoon helemaal buiten beeld. Ik gooi hem even op corona, maar je kan hem ook naar de Oekraïne en Rusland gooien. Maar laten we dat even niet doen. Intolerantie voor anders denken. Nou, die heb ik eigenlijk al benoemd. Dat is de zondebok natuurlijk. En de zondebok en de helden staan hier dan ook nog eerder. De helden, we gingen gewoon klappen voor vakkenvullers. Ja. Goed aangevuld, jongens. Kunnen de bejaarden weer meel kopen. Ja. Maar iedereen was een held. Ja. Behalve als je niet meedeed, was je geen held. Dat is Le Bon. En dit is dus. Ja, dus dit is even samenvattend. Dus dit boek heet Psychology of the Crowd. Dus dit is wat groepen doen zodra er groepvorming ontstaat. Exact, ja. Dit is waar groepen naar neigen. Ja, en dit boek kun je eigenlijk een beetje beschouwen als wat Darwin schreef. Over de evolutie. Dit boek is gewoon de bron van massapsychologie. Ja. En het is ook niet gek dat Matthias dus met dit boek opkomt. Want het is gewoon het belangrijkste boek van de hele stapel. Er zijn, alleen het boek heeft een aantal tekortkomingen. En daar gaan we zo meteen over beginnen. Maar het boek legt echt heel goed uit wat er aan de hand is. En hoe gek een massa wordt in tijden van nood. In rampspoed. Ja, en wat is is er consensus over Le Bon? Is dat nog altijd een discutabel figuur? Nou, ik noemde net al eventjes hier, toen ik het opensloeg, toen ik stond er zelf ook weer van te kijken, want ik was het vergeten, dat die sigarellen, dat die dus de menigte als misdadigster staat er. Dat is de titel van het andere boek. En de crowd, of de menigte, die wordt gezien als vrouwelijk. En dat zit bij Le Bon, komt dat ook naar voren, en dat komt soms bij Freud ook naar voren. En de leider is mannelijk. Dus daar heb je dat Freudiaanse verschijnsel van de splitsing van alles opdelen in de man of de vrouw. En de leider en de volger. Dat is een kritiek punt. Want daar is Freud later ook op veel op bekritiseerd. Ja. Ben je iets aan het opzoeken? Nou, ik dacht van een hele goede lakmoesproef voor iemands reputatie in het collectieve brein is Wikipedia. Ja. Dus ik dacht, ik toets even zijn naam op Wikipedia in.
Maar ik zie nog geen lemma's staan met controversie of wat nou, dan ook. Dus hij wordt wel redelijk jij zit op de Engelse en er staat wel al volgens mij in de inleiding op die Engelstalige Wikipedia staat ook een stuk over eugenetica of ik noemde nu het man-vrouw beeld. Maar er staan ook wel dingen over mensen uit Afrika en mensen uit Europa. En dat komt in dit boek naar voren. En dat zullen we zometeen, komt dat nog lelijker naar voren bij McDougall. Maar dat zit dus hier ook in. Dus er zitten wat, laat ik zeggen, wat denkbeelden in die in die tijd eigenlijk gewoon vrij normaal waren. Maar die in de tijdgeest van nu subversief zijn geworden. Ja. En ik vind dus dat bepaalde schrijvers, en dat, er is ook kritiek geweest op de Smet dat hij dus Le Bon aanhaalde. Want Le Bon was een fascist volgens die schrijver. Ik denk, nou, dat vind ik toch echt te kort door de bocht. Want die man leeft in 1900 en Hitler kwam volgens mij 40 jaar later aan de macht. Ja. Dus er wordt een wat mij betreft dan een geschiedsvervalsing gepleegd. Maar in ieder geval, dit is een cruciaal boek die dus die 10 argumenten of die 10 kenmerken van massapsychologie naar voren brengen. Eventjes advocaat van de duivel spelende. Ja. Van mij mag iemand die een fanatiek aanhanger van het fascisme is nog altijd de 10 kenmerken van groepsdenken hebben opgeschreven. En dan kan ik altijd denken van, dat is toch nuttig dat hij dat heeft gedaan. Hij was wel een fascist, maar hij heeft het wel goed doorzien. Het is niet een argument, vind ik eigenlijk zelfs. Nee, het is absoluut een drog argument. Precies. Volgens mij was het Pepijn van Erp die deze kritiek uitte. Of die andere jongen, die Peter. Dan was het een fascist. Dat kan, maar dan heeft hij nog altijd wel... Ik vind het ook een waardeloos argument. Ja. Neemt het helemaal niet meer. Maar ik ga verder. Het was een conservatief denker. En dat wel, het was ook een antidemocraat. Ja. En hij gaf eigenlijk... met dat boek wilde hij... advies geven aan leiders hoe ze moesten handelen. En daar hebben dus de Duitsers later misbruik van gemaakt. En daarom is dat boek zo omstreden. Omdat ze dus in feite zijn theorie hebben geplukt. En ze hebben daar een propaganda techniek aan opgehangen. We kunnen even... Deze kunnen we overslaan. Die heb ik nog niet gelezen. Ja, ik denk dat alles wat we kunnen overslaan is meegenomen. Want we hebben een behoorlijke agenda vandaag. Ja, daarom. En ik wil wel lang stilstaan bij deze. Dit vind ik een belangrijke. Ja. Dit is Wilfred Trotter. In welk jaar zitten we nu? Uit mijn hoofd 2 jaar voor de Eerste Wereldoorlog. Oké. Volgens mij is het... Hij heeft een stuk geschreven voor de Eerste Wereldoorlog. Ik denk dat het misschien na de Eerste Wereldoorlog is gepubliceerd. Maar het zit zo ergens in die... In die richting. Ja. Maar ik wil je flow ook zeker niet opbreken. Nee. Dus je zei, dit is een belangrijk boek. Ja, dit is een belangrijk boek. Want Le Bon bracht dus de psychologie... de psychologische kenmerken van een groep naar voren. Sigela die somde dus op van dat er een drop of intelligence was... en dat de mens bruut werd. En Le Bon schreef van... ze worden op die manier bruut. Volgens die 10... kenmerken. Trotter pakt hem vanuit de biologie. Dus die, je zou kunnen zeggen, die pakt hem positivistischer. En die beschrijft de massa, de massavorming, de groepsvorming, als een biologisch verschijnsel. En de reden waarom ik daar vrij lang bij stil wil staan is omdat ik dit vind ik zelf een heel mooi boek, omdat hij zo in dat opzicht zo mooi neutraal is. Is dat hij ziet dat er 3 hoofdinstincten zijn. Dus de voeding, de voortplanting en het lichaamsbehoud. Dat zijn dan de 3 hoofdinstincten die elk organisme heeft. De groepsgeest. De herd, de group mind, wat hier, dat is dat is het 4e instinct volgens hem. En die is in conflict met de eerdere 3. En omdat bijvoorbeeld de mieren, die kunnen, de vechtmieren kunnen zichzelf opofferen voor de groep. Dus daar gaat dus dat lichaamsbehoud eraan. En de voeding wordt verdeeld over de dieren. En zo kun je eigenlijk al die processen in groepen, in dieren, sociale dieren, kun je... bijvoorbeeld ook de voortplanting. Bij de mieren is er maar 1 miertje die voortplant. En al die andere vrouwtjes, die zijn de werkster geworden. Dus die hebben hun eigen opoffering gedaan, zou je kunnen zeggen. Hij trekt dus heel veel vergelijking met mieren, met bijen, met wolven en schapen. En
dan kunnen we eigenlijk beginnen bij de schapen. Dat zijn vooral zijn herbivoren. En die hebben vooral een massa om zichzelf tegen de jacht te beschermen. Tegen de aanval. En dat manifesteert zich als een ongerichte massa. En met een ongerichte massa bedoel ik een dansvloer. Als jij een dansvloer hebt, dan ben ik met jou aan dansen en die is met die aan dansen. En dan kan je vectoren tussen trekken. En de opsomming van die vectoren is nul. En bij de Tour de France bijvoorbeeld is de vector heel duidelijk. Dan ga je allemaal achter die gele trui aan. En dat is het verschil tussen de wolfpack en de schapenkudde. Dat zijn dus twee groepsvormingen. Twee sociale dierstelsels. Waarbij de ene heeft een hele duidelijke vector gericht. Dus die heeft de vorm van een speer. En die andere heeft de vorm van een malie, een kolder, zou je kunnen zeggen. Dat is de verdedigingslinie. En de schapen hebben dus een verdedigingslinie zonder duidelijke leider. En de wolfpack hebben een sterke leider waar iedereen achteraan loopt. En in een oorlogssituatie hebben we dus de neiging achter een sterke leider aan te gaan. En dan gaan we in de aanval. En dat zag je bij Corona ook. Dan hadden we dus de neiging. We gingen allemaal massaal op Rutte stemmen ineens. Ja. Die net iets had geflikt, had het grootste racistische ongeintje geflikt sinds de Tweede Wereldoorlog. Om het even subtiel te zeggen, met die toeslagenaffaire. Maar die toch hoofdverantwoordelijke was. En we gingen toch weer voor hem stemmen, want we hadden hem nodig. Dus we gingen in die strijd tegen het virus, gingen we achter de held aanrennen. Dus dat was een wolfpack-configuratie. Het was geen dansvloer. Het was geen vrede. En dat gaat dus heel erg over de oorlog of de verdediging. Ja, dus als ik het goed begrijp, zeg je dus in tijden van crisis, in tijden van status quo, in tijden van crisis krijgt de groepsvorming een andere richting. Het kan een vechtmassa zijn. Ja, ja. En terwijl maar in tijden van status quo kan zo'n groepsvorming veel meer zoals een dansvloer zijn. Ja, die is vriendelijker. Ja, ja zo vat ik in mijn hoofd samen. Klopt ja. dat? Maar je hebt ook het. Bij een crisis heb je ook het samen. Dat iedereen het masker ging dragen. Dat is dat schapengedrag. Dat is niet het wolvengedrag. Dus je hebt zowel het wolvengedrag als het schapen. Omdat we omnivoor zijn, hebben we dus zowel die neiging om die kudde te zijn. Om de beschermingskudde te zijn. Maar we hebben ook die vechtkudde. Ja, dat is duidelijk. In die beginperiode had je eigenlijk heel veel van die momenten. Die hele kleine momenten die wel heel symbolisch dan zijn voor jezelf. En een van de momenten die ik altijd heb onthouden, dat was, ik weet niet meer waar ik het heb gehoord, maar dat was in een podcast. En iemand vertelde over de metro van New York. Dat hij daar zag dat een oude man van 80 werd uitgescholden omdat hij geen mondkapje droeg. Mm-hmm. En de metro werd uitgezet. Okay. En die man die daarbij was, die zei van, nou, als die man die hem eruit zou hebben gezet daadwerkelijk bang zou zijn geweest voor het virus, dan zou hij niet in die metro hebben gezeten. Oh ja. En dat vond ik een hele mooie. En dan heb ik meteen een andere. Want ik was, dat is grappig, jij vertelde in jouw graphic novel ook dat je in Duitsland zat. En ik was ook in Duitsland, in Berlijn. Ik heb daar ook een hele zomer gezeten. En daar is bij mij ook het kwartje gevallen. En Duitsland is niet voor niks een plek waar het kwartje valt, want daar zijn de mensen heel erg van de regeltjes. Ja, we maken geen lelijke opmerkingen naar de Tweede Wereldoorlog. Nee, het gaat niet over de Tweede Wereldoorlog. Het gaat gewoon over dat juist in die mag ik een van die velletjes? Ja, in de hypocorrectie van die Tweede Wereldoorlog heb je ook dat Duitsers heel graag juist het goede willen doen nu. En ik stond bij een supermarkt, ik teken het even uit. En hier werden, zeg maar, dus dit is die 1,5 meter, hè? Mm-hmm. Dus uiteindelijk, weet je wel, er staat hier iemand en hier iemand. Ja. En deze twee mensen staan 1,5 meter uit elkaar. En deze, dit is dan een Duits iemand, die dan naar mij toe. En die Duitsers zijn altijd zo van, het heel mild gevoel van hypocorrectie in een soort aanmatigend toontje van, zou u niet eens dit doen? Dat gedrag probeert te corrigeren. Dus deze persoon probeert mij eigenlijk op mijn gedrag aan te spreken. Terwijl ik zie dat zij gewoon veel dichter bij elkaar staan. Daar zie ik eigenlijk van, het gaat helemaal niet, totaal niet om de overdracht van het virus.
die conventie van 1,5 meter uit elkaar staan is een regel geworden. En je moet je aan de regels houden. En daar mag je elkaar op aanspreken. Dat is de conventie geworden. En dat vond ik zo tekenend. En iedereen in die begindagen van corona heeft wel zo'n voorbeeld. Hè, van ik heb dan dit schetje in mijn hoofd. Maar dit is van mij hetzelfde als wat die in die metro die man ziet. Dus het feit dat is een beetje voor de bühne. Je gaat het in die metro omstanders kunt horen. Meneer, u hoort een mondkapje te hebben. Terwijl die man, dus wat ik zo goed vond, om het even rond te maken. Die man in die podcast zei, als je 100 jaar geleden had gezegd, over 100 jaar hebben we een wereld waarin oude mensen worden uitgescholden in de metro, omdat ze geen mondkapje dragen, vanwege een gezondheidscrisis, dan verklaart iedereen je voor gek. Even ter aanvulling van wat jij zegt over dat groepsgedrag altijd anders werkt in een crisis. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, ik heb ook heel veel treinverhalen, maar ik zal Voor mij is mijn rol is nu om te toetsen wat je zegt aan de werkelijkheid. Om te denken om te toetsen of ik het begrijp. Prima. Ja. Maar goed, ik probeer bij Trotter uit te leggen dat je dus je hebt schapenkudde gedrag, wolvenkudde gedrag. En dat zijn twee verschillende archetypen, zou je kunnen zeggen. En we passen ze tegelijkertijd toe. Er is nog een derde, en dat is de getrapte sociale constructie. En die zie je bij de termieten, bij de mieren, bij de bijen. Dat je dus de werkmieren hebt, de vechtmieren, de verpleegsters en de koningin. En die zie je in onze maatschappij ook in de vorm van een stadsmuur, snelwegen en een aandelenhouder, een verkoper, een verpleegster en dergelijke. Dus we zijn... de mens is daarin is de mens vrij uniek dat we dus alle drie die sociale constructies, dus de Tour de France, de dansvloer en de bedrijfshiërarchie bijvoorbeeld, daar zie je het heel duidelijk, daar zie je dat de organogram, dat is de bijenstructuur. Dat zijn de drie mogelijke vormen van groepsgedrag. En omdat wij dus niet volledig automaat zijn, we zijn geen robots. En mieren zijn dat in een hogere mate en bijen zijn dat ook in een hogere mate. Wij zijn eigenlijk een onvolmaakt, wat dan heet een eusociaal dier. Een eusociaal is een EU en een sociaal. Dat is een bij en een mier. En wij zijn een onvolmaakt eusociaal diersoort. Dus daarom hebben wij zoveel stakingen en gedoe en boos op de baas en dat soort dingen. En een mier is niet boos op de baas. Maar je ziet dus bij ons een soort van carousel van drie vormen van massavormingen. Dus die massavorming moet je ook niet alleen maar zien als iets wat alleen maar in paniek voorkomt. Het is iets wat... Nu hebben we ook een massavorming. Dat komt, ja. Daarom ben je een sociaal dier. Het staat gelijk aan het sociale van een dier. Een paring is ook al een massavorming in feite. Dus dat is eigenlijk waar ik Trotter op wilde benoemen. Omdat dat vind ik wel belangrijk. Omdat hij dus de parallel trekt met biologische patronen. En dan begrijp je ook beter wat groepsvorming is en wat massavorming is. En hoe je dat moet beschouwen. Gaan we naar de volgende toe. Die rode. Dat was een moeilijke voor mij. Je moet even, wacht, ik pak even de theepot. Ja, geef hem maar. Dan haal ik hem weg. Of je mag hem ook daar laten liggen hoor. Want als boekensteen. Dit is misschien ook even goed. Ik denk nu ineens van ik pak de theepot. En de theepot is gemaakt door de moeder van Lara, Sietske. Sietske's okay. Pottery. En dat is ook een van de hoofd patreons en sponsors nu. Dus het is ook echt leuk dat dit nu de... Nu kan ik meteen even zeg maar een beetje product placement doen. Ja. Dus mocht je nou denken van oh wat een mooie theepot. Dan weet je, ja dan kunnen we hem kopen. Kun je hem vinden. En dat is nu vandaag de boekenlegger. Ga verder. Prima. Hey, boek. Ik benoemde al even kort eugenetica. Nou, dit is de Holy Bible of eugenetica ongeveer. Want het gaat 200 bladzijden lang over... de homo alpinus, de homo mediterranus, de homo... Borealis, of wat dan ook. Weet je wel, de klassiekers. De Afrikanen, de Chinezen en de Europeanen uiteraard. En de eerste 100 pagina's is nog wel redelijk te doen. Ik dacht, nou, dat herhaalt in feite Le Bon en Trotter en Sikele en Tarde. Maar daarna slaat hij dus over. En dat zie je dus wel in meer boeken bij massapsychologie. En dat is ook waarom Le Bon vaak zo op een hoop gegooid wordt met fascisme en met slecht rechts.
En dit boek is daar ook zo'n voorbeeld van, alhoewel dit een Engelse schrijver is. En ja, eigenlijk niet doorheen te komen. Group Mind. Volgens mij is hij degene die het woord group mind heeft naar voren heeft gebracht. Dus dat er dus een emergente mind is boven de groep. De 1 plus 1 plus 3. Wat ik zeg, een vrij onleesbaar boek. Dan blijf ik me uit heb. En niet nog een keer hoef te doen. Dus dan kunnen we snel aan voorbij gaan. Dan hebben we Freud. Dit is eentje die ik ook vrij vroeg al las. Die snapte ik niet zo heel erg. Omdat ik nog niet zo heel erg ingelezen was. Maar wat hij in feite, waar hij in feite over schrijft, is de Le Bon-theorie. En hij koppelt de sterke leider aan de vaderfiguur. En dat zie je, en ik heb Willem Reichter, Paul Achteraan, die is iets later gepubliceerd. Die kan ik eigenlijk gelijk bijhalen, want dat was de Uber-Freud ongeveer. Ik kan beter vanuit Willem Reich aanvliegen. Daar staat hem ook heel kort. Dat is ook niet zo'n fijn boek om te lezen, maar er staat wel een kort hoofdstukje in. Wat wel relevant is dat hij vertelt over. Je moet denken aan het gezin waarbij de man werkt en de vrouw huisvrouw is. Dus we hebben het over 1920, 1930. En hij stelt dus dat de vader honor and duty predikt. Dus eer en, wat is het? Honor and duty? Plichtbesef. Ja, en dat zijn hele belangrijke normen voor het gezin. Die kinderen wordt daar sterk in onderwezen. De vrouw moet ook gewoon honor and duty zijn. En hij doet alsof hij dus ook honor and duty is. Maar je kan je de situatie voorstellen dat de man een paard heeft of een auto. En die is 2 jaar oud. Of na 5 jaar oud. En die gaat hij verkopen. En dan zegt hij dat hij 2 jaar oud is. Dus hij pleegt eigenlijk een leugen om zijn product zo goed mogelijk te verkopen. En dat is absoluut in conflict met honor and duty. Dus, maar de kinderen en de moeder vergeven dat die vader. Want die eten mee uit die pot. Dus die vergeven eigenlijk de leugen. Het verraad van de honor and duty. Omdat het in hun voordeel is. En datzelfde patroon zie je dan bijvoorbeeld in bedrijven. Waarbij de directeur in een veel te grote auto rijdt en 2 huizen heeft. En iedereen klaagt over die man. Maar de chef die beschermt die bovenbaas ten opzichte van de arbeider. Dus dan zie je dus die getrapte organogram. En uiteindelijk houdt de laagste in de rangorde ook gewoon zijn mond. En die doet ook gewoon zijn werk. Omdat hij toch moet eten. Dus hij is dat kind. Of hij is die moeder. En dat kan je dan in tijden van nood. Trekt Reich dat door naar de politieke leider. En dan als er nood aan de man is. Dan gaan we achter de sterke leider staan. Want die belooft dat we in ieder geval eten en drinken hebben. Of dat we veilig blijven. Ook al weet iedereen dat hij liegt. En dat wordt vaak vanuit links bijvoorbeeld, wordt er verweten naar Baudet of voorheen naar Wilders. Je gelooft die man toch niet? Maar het gaat bij het kind of die moeder niet omdat hij zijn vader niet gelooft. Het gaat erom dat hij mee eet. En dat hij dus eigenlijk zichzelf, en hij pleegt dus een soort van cognitief dissonante verraad aan zichzelf. Nou, hij kijkt gewoon weg van de lelijkheid. Dus is dat duidelijk of niet? Ja, volgens mij, als ik het in mijn eigen woorden zou moeten samenvatten, is, je zegt eigenlijk, de mens heeft een bepaalde ethiek. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn honor and duty. Mm-hmm. En in bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat je, dus nou haal ik trouwens ook even die Tim Urban aan, die zegt, je hebt inderdaad een gezin. Je kunt zelf een unit zijn, maar je gezin kan ook een unit zijn. Je kunt ook nog iets groter denken dat je familie, neven, nichten enzovoort een unit is. Maar je kunt ook zeggen het land waarin je leeft. Of we kunnen dan ook zeggen de Europese Unie of de Westerse hegemonie. Of de wereldbevolking. Hè? Dus het zijn eigenlijk allemaal units. Ja. En in elke situatie ligt je loyaliteit ergens anders. Dat schuift. Het kan ook intern in conflict komen of onderling. Stel, er is een intergalactische oorlog, dan zijn we in één keer de wereldbevolking tegen de aliens. Ja, ja, ja. Maar dan valt die oorlog weg en dan is het in één keer weer het Westen tegenover, weet ik veel, de Oosterse invloedssfeer, de Russische invloedssfeer, de Afrikaanse continent. Dat soort. Nou, dan stel dat is dat is opgelost, dan hebben we, stel het is rustig in de wereld, dan is het eigenlijk van, hoe heb je het in het binnenland geregeld? Nou, stel dat dat rustig is, dan is het zo,
dan pas gaat het regionale borrelen. Ja, dan gaat het over de voetbalclubjes heen. En dan heb je over die vulkaanuitbarsting. Zo'n vulkaanuitbarsting schudt zoiets op. Mm-hmm. En volgens mij wat jij wil zeggen is, dus op het niveau van het gezin kan het al zo zijn, dat toont hij dan blijkbaar aan, dat je soms moet je, dat is een beetje het Breaking Bad verhaal, hè? I want to provide for my family, uiteindelijk gaat die crystal meth maken. Maar waar is dan de grens van waarin die eigenlijk over het randje gaat? Ja. We gaan heel erg mee met die protagonist, zeker aanvankelijk. Hij heeft terminale kanker, we snappen dat hij van zijn gezin moet providen en wij met hem meelevend gaan ook mee in zijn gezinethiek. Oké, ik moet een beetje crystal meth kopen, ik moet een beetje tiptoeën in het criminele circuit, maar alles voor de bigger good, het hebben van mijn gezin. Terwijl je kunt natuurlijk ook in die serie denken van, moet je wel in zo'n groot prostrig huis wonen, maar dat breek je toch niet open. Kortom, je hebt die klein beetje buiten die lijntjes kleuren. En dat is cognitieve dissonantie, al die argumenten die je dan hoort. Die praten dat een beetje goed. Het is nodig, het is voor een grotere plaatje, het is voor de studie van mijn kinderen enzovoort. Dat is wat je bedoelt, toch? Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Ik denk dat die Breaking Bad die jij naar voren brengt, is een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. En dus ik haal ook even die schaalvergrotingen aan, omdat ik denk, wat je ook zegt, is eigenlijk, dus je hebt die gezinsethiek, maar uiteindelijk heb je dat ook met de leider, maar je kunt het eigenlijk in al die schaalvergrotingen kun je die, weet je wel, zo van, nou, ik ben tegen atoombommen, maar nu de aliens op ons afkomen, stuur ze maar. Kun je ook, weet je wel, dat is ook cognitieve dissonantie vanuit dezelfde, want je weet niet wie die aliens zijn. Misschien zijn dat wel hele erg mensen zoals wij, dat weet je dus allemaal niet. En dus in die zin, het is heel helder voorbeeld. Ja, nee, fantastisch dat je ook dat, want wat jij in feite benoemt zijn fractale structuren. Van, ja, dat gezin is hetzelfde als het bedrijf of de stad of het land. Of, het is grappig, als we dit gesprek andersom zouden hebben. Jij zou mij interviewen en ik zou mijn boeken uitstallen. Dan zou ik waarschijnlijk allemaal fictie hebben neergezet. Ik haal mijn bronnen altijd uit films, series, boeken, romans, verhalen. Ik denk dat ik dat nu als systeem, als aanvulling ga gebruiken. Dus ik kleur steeds jouw verhalen in door de films en de romans. Oké, Willem Reich hebben we behandeld. En Freud hamert nog natuurlijk al vaak op de man en de vrouw verhoudingen. En die koppelt daar dus de metafoor aan van dat de leider dus mannelijk is en de vrouw is de volger en dat is de menigte. En dat lijkt me ook de grootste kritiek op deze manier van kijken, toch? Dat je die klassieke rolpatronen moet aannemen. Nou ja, je moet die boeken zo lezen en dan moet je begrijpen dat de denkwijze is van Freud. En dan moet je dat nu dus niet letterlijk zien. Oh, de vrouw, de menigte zijn nu vrouwtjes. Nee, het gaat er gewoon om dat het mannelijke, het vrouwelijke, dat moet je allegorisch lezen. Het is ook heel erg logisch. In de tijd van toen was ook de man was de hoofd. Ja. Dus historisch, je moet dat historisch lezen en ook een beetje als een allegorie zien. Exact. En dan begrijp je, dan kun je het ook berekenen. Dat is wat je zegt. Ja. En ik denk dat je Le Bon ook op die manier wat milder moet lezen dan met het wijzende vingertje. Ik stel voor dat we nog een klein stapeltje doen, dat we dan even een kleine pauze doen of zo. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Wat jij wil, ik is er nog wel in. Oké. Dus zeg maar. Dan pakken we deze drie. Want ik moet ook even nadenken wat ik nog. Dan doe ik deze drie even. Want bij deze moet ik even goed nadenken wat ik ga zeggen. Erik Hoffer kan ik overslaan. Want ik vond het niet zo indrukwekkend. Wordt vaak aangehaald als een groot denker. Maar ik kon er niet zo heel veel mee. En ik vind Cazet en Cazet en Fromm daarin relevanter. Ortega y Gasset was een Spanjaard die zijn filosofie. Dit gaat wijkt eigenlijk af van massapsychologie, maar dit is een filosofie over massapsychologie, beide boeken. En hij constateert dat er een gigantische bevolkingsexplosie heeft plaatsgevonden sinds de industriële revolutie. En je kent waarschijnlijk de term fear of missing out wel. Ja. En die was aanwezig voor corona. Dat iedereen moest overal zijn. Je moest dan weer naar die opening toe en dan weer naar dat concert. Hij beschrijft in dit boek vrij duidelijk dat er dus een fear of missing out was in de Roaring Twenties. Dus na de Eerste Wereldoorlog kreeg je de Spaanse griep. En dan kreeg je daarna de fear of missing out. Dus er ontstond een extreme behoefte om buiten te zijn en samen te zijn en samen gezien te worden. Mode.
Ik denk ook dat het film, ik weet niet precies wanneer de film opkwam, de bioscoop. Weet jij dat? Rond die tijd ook, ja. Denk ik, ja. Dus dat zou waarschijnlijk ook met die film misschien samenhangen. Dat bedenk ik nu ter plekke. Toen ik dit boek las, moest ik heel erg denken aan sprinkhanenplagen. Omdat je bij sprinkhanen, die zijn die sprinkhanen waar ik het over heb, die zijn groen normaal gesproken. En die, doordat er te veel voedsel is, gaan ze zich massaal voortplanten. En komen ze eigenlijk in elkaars verdrukking. Want een sprinkhaan heeft bij wijze van spreken een vierkante meter nodig. En als ze dan drie op één vierkante meter leven, dan komen ze knel te zitten in elkaar. Dan worden ze eigenlijk agressief naar elkaar toe. En dan het opmerken van die sprinkhaan is dat ze van groen naar bruin verkleuren. En ze worden van herbivore worden ze carnivore. Want ze gaan elkaar ook aanvallen. Ze worden zelfs cannibalistisch. Wat er dan gebeurt bij die sprinkhanen, die gaan, omdat ze dus allemaal knel zitten, krijg je in feite een stampede. Dan gaan ze dus op een storm lopen. Ze gaan lopen voor elkaar. Maar ze zijn met te veel, dus dan krijg je dus die sprinkhanenplagen. En die dus over de velden heen trekken met miljoenen. De manier waarop hij dus die Fear of Missing Out in de jaren 20 beschrijft, die vond ik sterk vergelijkbaar met de sprinkhanenplaag, hoe die zich manifesteert. Dus de mensen zijn met zoveel gegroeid ineens. Ze worden rijk en welvarend. Dus dat is ook een verschijnsel. Daarvoor had je alleen maar de aristocratie die genoeg geld had om te spenderen. Maar dan op dat moment krijg je toch een soort financiële bubbel, waardoor iedereen aan het spenden gaat als een malle. Nou, dat zag je voor corona heel duidelijk in het woordbegrip een hapje eten. Ik ga 2-3 keer per jaar uit eten. En ik ga helemaal niet een hapje eten, want dat kost veel te veel geld. Dus dat ik vond dat altijd een walgelijk begrip als ik dat dan hoorde. Heel decadent. En dit boek beschrijft dus vrij goed de pre-corona periode. Ik zou zeggen na 2008 tot aan 2020. Vrij parallel. Ik zie heel veel parallellen tussen de Roaring Twenties en die jaren voor de corona. En dat iedereen tijdens corona heeft beseft van waar waren we in godsnaam bezig. En het zou een interessante onderzoeksvraag zijn hoe dit verhaal weer correleert met de economische crisis van de jaren 20. Ja, nou, dit boek is dus verschenen op het moment dat die crisis uitbreekt. Dus dat is interessant. Nou, hij schreef dit boek dus en toen was die crisis er nog niet. En dan komt die crisis uit, dan komt het boek uit. Maar is het ook een golfslag van die beweging dat mensen in één keer die portemonnee hebben? Heeft dat daarmee te maken? Hè? Volgens mij wel. Volgens mij is en de bevolkingsgroei en de stedelijke groei. De massacommunicatie, dus iedereen is geïnformeerd over elkaar. Nou, social media, nu destijds bioscopen en kranten. Krijg je dus de extreme situatie dat iedereen alles van elkaar wil weten. Wat McLuhan Global Village noemt. En dat staat vrij accuraat in het boek beschreven. En hij zegt ook dat hij voorspelt ook een Europese Unie in het boek. Dat is een beetje een moeilijke koppeling, maar hij zegt eigenlijk de enige uitweg is om internationaler te gaan coördineren. Ja. En daarin ziet hij dan een uitweg. Ik wil verder geen waarde aan hechten. En dan komt dus die grote depressie. En dan is zijn boek eigenlijk acuut. Een boek dat een periode beschrijft die niet meer bestaat. Want bij de grote depressie is de massa mens, zoals hij dat dan noemt, is er dan niet meer. En die dat zie je eigenlijk nu ook. Van de massa mens van Fear of Missing Out bestaat niet meer van voor corona. En tot nu toe heb ik eigenlijk bij elk hoofdstukje het gevoel gehad, ik snap waarom je deze bouwsteen hier neerlegt. En hier is het eigenlijk een vraag. Van waarom is dit relevant in het bredere plaatje van waarom is die beweging, die sprinkhanenbeweging, die menselijke beweging die daarop lijkt, hoe plaats je dat in het bredere verhaal wat we vandaag op tafel leggen? Ja, deze was voor mij een beetje een verrassing, want ik had verwacht dat hij dus in het verlengde zat van Le Bon en zo, maar hij heeft dus een hele andere aanvaarroute. En in feite is dit meer een soort van aanklacht tegen het kapitalisme en een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij. En dat dus ook het proces van overconsumptie dus een massaverschijnsel is. Ah zo, dus dat voegt eigenlijk dat laagje toe. Aan die massavorming die in status quo en in crisis zich op verschillende manieren kan voordoen. Ja. Dus jij zegt eigenlijk van die massavorming doet zich voor op verschillende manieren, zowel in tijden van crisis als in tijden van status quo. Ja. En daarin heb ik die schaalvergrotingen nu gezien en hoe dat eigenlijk werkt op het niveau van het gezin ten opzichte van het land en de wereld.
En je zegt van ja, en het zijn ook verschillende invloedssferen kunnen effect hebben op die massavorming en hoe die groepen zich gedragen. En een daarvan is ook hoe die welvaart daar een rol bijvoorbeeld in kan spelen. Ja, exact. Dat is eigenlijk vond je het zo goed samen? Ja, ik vond het heel goed samen. En wat je nog, wat ik nog miste, vergat te zeggen, is dat er is nog een boek die hier niet staat en die ga ik ook nog kopen. Dat is die van Ben Nice over propaganda. Die geeft eigenlijk als oplossing voor massapaniek dat elk individu welvarend genoeg moet zijn. Dat is een Amerikaan die dat schrijft. Want als je genoeg te eten hebt, dan kun je lekker consumeren. En dat boek komt uit 1920 ergens volgens mij. En die propageert eigenlijk de Roaring Twenties als zijnde een oplossing voor van als er maar genoeg consumptie is, dan kan er geen massa madness ontstaan. En dan zie je bij Ortega, die weerlegt dat eigenlijk. Juist doordat iedereen zoals een idioot aan het consumeren is, krijg je een andere negatieve massavorming. Dus ik hoop dat een aanvulling geeft op je vraag of op je denken. Ja, nee, die moet je eigenlijk hier aan koppelen. Ik begreep het eigenlijk door het te parafraseren kon ik het plaatsen in een bredere verhaal. Ja, ik vond het goed samenvatten hoor, dus wat dat betreft. De mentale oefening altijd. Ja, hè, dat is voor mij ook. Het is een tijdje geleden, dus ik moet hem ook zelf eventjes van hoe zat hij ook weer? Het laatste boek voor de pauze. Ik vind toch wel dat we er constructief doorheen gaan. Dus ik ben aangenaam verrast. We komen zeker naar het einde. Ja. Mijn plan is ook van na dit boek over corona, wat ik denk over 2 jaar af heb, wil ik een boek gaan maken wat in feite deze lezing is. En dan een strip. Dus dat wordt nog een hele ambitie, maar dat gaan we kijken hoe ik dat ga doen. Erik Fromm. Dit boek is volgens mij in de jaren 60 en ook daarna nog een bestseller. Een vrij beroemd boek, Angst voor Vrijheid. Een Duitser. We hebben het al een beetje behandeld bij Willem Reich. Die zegt dat als jij angst hebt voor verval, dan kies je voor die sterke leider. Dat is één ding wat hij herhaalt in feite, wat in een ander boek ook al stond. Maar hij heeft... ik moet het even iets anders zeggen. Je hebt, er is een onderzoek geweest na de Tweede Wereldoorlog, wie eigenlijk de fanatieke fascisten waren in de opkomst van het fascisme. En daar hebben ze een soort van onderzoek naar gedaan. Van, nou, wat was dan de inkomenspositie ervan? En wat was de achtergrond ervan? En dorpje, stad, al die parameters hebben ze een beetje bekeken. En dat rapport gaf aan dat het niet zozeer de absolute onderklasse was die Hitler steunde, maar dat het een beetje een elitaire middenklasse was. Dus het was ook niet de elite, het was niet de onderklasse, maar het waren de mensen die zeg maar zichzelf uit de onderklasse een beetje omhoog hadden gevochten en goed boerden. En angst hadden voor economisch verval, omdat ze door dat economische verval, dus na de beurskracht, terugvielen in die fabriekscultuur. Dus ja, ik snap het. Dus je zou kunnen zeggen de Juri Landman. Want ik wilde eigenlijk precies zeggen van de kritische kijker. Ik had in mijn hoofd een kritische kijker. Mm-hmm. Kritische kijkers, daar hoef ik niet zo bang voor te zijn, want die gaan nooit anderhalf uur luisteren. Die zetten het na 2 minuten af. Maar stel dat er eentje is die wel luistert en doorzettig is en doorzet. Die gaat nu denken van, ik snap wel jullie verlangen om dit te duiden, maar waarschijnlijk is dit jullie cognitieve dissonantie vanuit het feit dat jullie aan het begin ineens hebben verteld dat jullie allemaal inkomstendelving hebben en gripverlies. Jullie zijn zelf die klasse die omhoog geklauterd is en die angst voor de val heeft. Exact. En dit is jullie beweging. En daarom dat jullie er hier intrappen. En ik had dit als eindvraag in mijn hoofd. Ik dacht, die ga ik aan het einde aan jou stellen. Maar nu kan ik eigenlijk mooi in de mid term, hoe zeg ik dat, halverwege, vlak voor de pauze, jou dit terugspiegelen. Wat zou jij nou antwoorden tegen die ene kritische kijker die er nu nog is, die is blijven kijken? Die heeft gelijk. Ik ben inderdaad dus diegene die viel en die angst voor vrijheid had. En om hem iets breder te trekken, ik denk dat je dat ook bij Willem Engel kunt zeggen. Die had een dansschool en die viel weg en die ging dus vervelend doen op Malieveld.
Volgens mij is Joran Luca ook een discotheek-eigenaar, als ik het goed heb. Ja. Nou, dan zie je ook hetzelfde patroon ontstaan. Bij jou, daar zeg ik niks over, daar weet ik niet zoveel van. Maar bij die twee zie ik het duidelijk, bij mijzelf zie ik het duidelijk. Wij zijn degene die knel zaten en van ons af gingen trappen. En ik doe dat op een andere manier dan die andere twee. En iedereen heeft zo zijn eigen stijl daarvoor. Zonder waardeoordeel verder. Maar wat ik een denkfout vind, of wat ik een kritische, wat ik kritisch vind hierin, is dat er is het begrip fear of falling. Wat vrij verwant is aan angst voor vrijheid. Dat is een Amerikaanse schrijfster die dat heeft geschreven. Ik weet even haar naam niet. Barbara nog iets, geloof ik dat het was. En in Nederland heb je die blonde schrijfster met die krulletjes. Hoe heet zij? Roxane van Ypres? Oh, Roxane van Ypres, ja. Daar weet ik niet zoveel van. Maar ik weet dat zij ook van die een beetje van die denkrichting is. Van dat fear of falling is het verschijnsel van de mensen die op Trump gingen stemmen. Dat waren mensen met voldoende geld die dan toch op Trump gingen stemmen. En daar wordt dan een soort van links wijsvingertje. Ja. Ik ben wel in ieder geval theoretisch inhoudelijk niet eens met hoe Roxane van Ypres verschillende conclusies trekt. Ja, kun je maar uitleggen? Ik weet niet zo van haar. Ik weet best wel veel van haar en okay. Ik ben echt zeer kritisch op haar. Ja? Wat is je kritiek op? En ik vind het ook meteen niet kloppen bij hoe ik naar Amerika kijk en de opkomst van Trump. Ik zou dat zelf heel anders duiden. Maar misschien is het iets te veel aan terzijde. Okay. Misschien moeten we eens even opschrijven. Dus van Ypres. Ja, die mag je nog even tellen als en je er nog één keer in komt. Trump. Gewoon. Als we tijd over hebben... In een zee van oneindigheid. Ja. Dan, en als we nog energie hebben, dan kunnen we die als Wat jij zegt van die ene kritische kijker die dus naar die vraag stelt. En ik ga uit zagrijnigheid die Roxane nog even niet lezen. Want ik denk dat ik er helemaal niet goed van word. Want ik heb wel een beetje de indruk waar het naartoe zou gaan. Want wat er in mijn beleving fout is, is de angst voor vrijheid. Ja, natuurlijk. Hier is dus de angst voor het terugvallen in een lagere klasse. En dat zorgt er dan voor dat we dus dat die mensen op Hitler gingen stemmen. Of erachter gaan gingen of hem gingen duwen. Maar dan wat ik heb ervaren is dat het geen angst is. Maar het is gewoon een reële val. Mijn omzet is weggevallen. Het is geen angst. Het is gewoon omzet weggevallen. Dus de vier of Roxane van Ypres is samen met nog een paar anderen. Zoals Sander Schimmelpenning en nog twee of drie anderen. Bezig geweest met het verklaren van de 8 zetels voor Forum voor Democratie. Dus waarschijnlijk is dat ook de analogie. Hè? Maar dat is voor corona. Nee, dat was in de. Dat was, dat, nee, nee, nee. Dat, of tijdens corona. Ja, toen had hij 7 zetels. Of 8. Of 7 of 8 in ieder geval. Hij ging van 2 naar 7-8 zetels. Ja. En zij kwamen met het concept van wellness rechts. En dus dat wordt een beetje op die manier. Ja, exact. Ja. En dat komt hier ook naar voren. Ja, ze van, ja, dit zijn allemaal mensen. Dat zijn yoga moeders. Exact. Bla bla. Die zijn heel erg bang voor... Geval. Precies. En je had toen ook Van Haga. En Van Haga kreeg toen ook heel veel voorkeursstemmen. En dus dan zie je eigenlijk 1-1-2. Het zijn eigenlijk gewoon de fascisten van nu. Dat proberen ze eigenlijk aan te tonen. Ja. En ik ben het dus helemaal niet eens met die analyse. Maar het vergt nogal wat om dat nu even in 3 stappen te weer leggen. Dus ik stel voor dat we die even parkeren. Maar voor mij heb je voldoende onderbouwd dat je zegt van nee, het gaat niet om dat ik bang ben voor de val. Ik heb te maken met een reële val. Exact. Ja. En dat vind ik dus echt een drogreden. Ik vind het een valse spin. Ja. Nee, het is wel goed dat we hem even tackelen. Want je zou ook kunnen zeggen van voor mij begint daar een nieuwe reis of een nieuw meanderen. En voor jou volgens mij ook, want dit hele onderzoek is daar een blijk van. In jouw graphic novel is daar ook een blijk van. Dat was, volgens mij, zoals ik het opvat, een open denkproces. Een soort open source denkproces waarbij je de vraag stelt van nou, vul me vooral aan waar ik het anders kan leren zien. Dus in die zin voor mij tot nu toe geen enkel element van rigiditeit of dogmatisme in je manier van deze onderwerpen benaderen. Nee. Dat is fijn. Ja. Dus in vrije val. Nou ja, wat ik het zware vind van het coronatrauma is dat we gewoon natuurlijk op een gegeven moment moesten we stemmen omdat
het kabinet viel. En dan toen fietste ik over straat en toen zag ik van die borden met 20 van die koppen. Nou, toen ging ik rode kruisjes trekken. En toen zag ik gewoon, godverdomme, er zijn gewoon 19 rode kruisen en 1 groen kruis. En dat is Baudet. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Ik kon voor niemand gaan stemmen. Want iedereen was pro-lockdown. Behalve Van Hagen en Baudet. En dan denk ik, ja, dan kan je wel angst hebben voor vrijheid. Maar hallo, ik heb geen inkomen, jongens. En dan waren dus alleen die twee partijen. De extreme rechts. Het is ook wel heel simpel gezegd. Dat je dan met die theorie op zak gaat zeggen van... Oh ja, de enige partij die... tegen de lockdown is, daar gaan allemaal mensen die tegen die lockdown zijn op stemmen en dan zeg je van ja, dat is... Nou ja, maar het wrange is dat ik dus niet stem. En, want ik vind niet dat ik op die partijen moet stemmen, want dan vind ik dat ik dezelfde fout maak die toch terecht hier wel aangekaart wordt. Van, nou, je moet toch niet achter dit soort sterke leiders aangaan. Maar ik vind wel dat er vanaf de deugende laptoppers, om het zo maar eventjes te noemen, die wel lekker veilig met hun baantje zaten, toch wel heel makkelijk gewezen wordt naar de yogamoeder die het allemaal niet even meer begrijpt en toch voor de sterke leider kiest. Want haar omzet valt weg. Ja. En dat is geen fear of falling, dat is gewoon falling. Ja. En dat vind ik wel een hele kwalijke spin die gemaakt wordt ten opzichte van de mensen die vallen. Want dan krijg je hetzelfde verschijnsel wat we straks hadden met die jongen. Dan is die jongen dus vermoord in dat ritueel van die studentenkorpsen. En vervolgens gaan we dan ook nog eens een keer iets heel erg lelijk zeggen over zijn etnische achtergrond. Terwijl die al op de grond lag. En dat is wat er gebeurd is bij de yogamoeder. En dat vind ik heel kwalijk. En dat vind ik ook bij Willem Wellingham. Want ik vind het helemaal niet goed wat die man heeft gedaan. Maar zijn dansschool ging eraan. En iedereen had een oordeel over hem. Maar er was niemand die een benefietje deed om de dansschool herop te richten. Dus dat is de keerzijde. Weet je? Het is heel makkelijk wijzen naar die man. En het is natuurlijk heel erg moeilijk dat hij zo verdwaald is. Maar het is ook wel verschrikkelijk wat hem is overkomen. En daar hoor je nooit iemand over. Dat vind ik wel een kwalijke situatie. Maar we gaan nu naar deze drie toe. Rijwald. Nee, dit is Bashfiets. Het is grappig trouwens dat we Dostojevski helemaal zijn overgeslagen. Ja, daar weet ik niks van. Dus daar moet je me dan over vertellen. Ja, die zou in mijn lijstje staan. Boze Geesten, waar de podcast naar vernoemd is. Okay. De allereerste, nu heet het dan Open Geesten, maar wat een variatie is op Boze Geesten. Dat is vernoemd naar Dostojevski, omdat... misschien wel leuk, misschien als bubbeltje om het even bij te nemen. De dag voordat ik de podcast ging publiceren, zat ik met die naam. En toen was. Toen hadden we het over Dostojevski, over Boze Geesten. Is dat een boek van hem? Ja, ja, okay. Ja. En. Hey, wacht even. Ik ken alleen. Hoe heet het? Misdaad en dinges. Straf. Dit is even van de andere kant. Ik kan hier nu ook boeken neerleggen. Dit is toch een van de belangrijkste boeken van Dostojevski, zou ik zeggen. Wat hij hier beschrijft is. Jaren voordat de Russische revolutie uitbreekt in Rusland, ziet hij al hoe... Dus je hebt het cliché van jonge mannen, laten we zeggen tussen de 16 en 30 jaar. Je ziet het ook in de banlieues of in Parijs of in Brussel. Hè? Dus als je jong bent en je krijgt geen kansen, dat is heavy explosive stuff, zeg maar. Dat is gewoon... Nou, dat ziet hij in de jonge jongens van zijn generatie, waarin hij opgroeit. En daar zie je dus dat zo'n groepvorming ontstaat van 5, 6 jongens of zo. En dat als één iemand een misdaad pleegt, dat ze allemaal in een soort van chantageconstructie gevangen zitten. En dat op een gegeven moment ook gesystematiseerd wordt. Dus de gedachte is dat als iedereen op een soort fight club manier, stel ik me zo voor, in zijn of haar omgeving uiteindelijk dat doet... het Project Mayhem van Fight Club eigenlijk, om maar even in de metaforenwereld te blijven. Dus hier gebeurt dat in een cel van 5 en daar en daar en daar. En als dat allemaal met elkaar communicerende vaten worden, dan kun je zo'n systeem eigenlijk, dan kun je eigenlijk zo'n systeem ondersteboven keren. Okay. En dat is eigenlijk wat hij heeft beschreven. Hij heeft het lot van een aantal van die jongens in die levensfase beschreven, in die cultuur. En het is verbazingwekkend dat Dostojevski dat 50 jaar voordat de revolutie plaatsvindt, ziet als een soort visionair. En dat noemt hij dus het enige gevoel voor humor of ironie, voor iets wat niet grappig is. Boze Geesten, het is een schitterend boek. Okay. En dus daar zie ik de literaire variant van diezelfde bewegingen die je allemaal schetst.
Ja. Dus dat even als een kleine En is dat niet iets wat zich altijd manifesteert in zeker. De maatschappij? Zeker. Daarom moet je daar dus ook alert voor zijn en bovenop zitten. En die moet je zeker niet de sleutels van het gebouw geven. Want voor je het weet heb je de Russische revolutie en dan heb je 100 jaar communisme. We weten allemaal waar dat toe geleid heeft. Ja. Ik ben geen Dostoevsky-kenner, dus daar moet ik me dan misschien nog ooit in verdiepen. Ja. Ik heb twee schrijvers gepakt, Bashevis en Reinwald. Volgens mij, als ik het goed begrijp, is Bashevis de belangrijkste massapsycholoog geweest in Nederland. Wacht, ik heb dit even terug. Jaap Verginneke heeft ook een biografie over deze man geschreven. Het is in ieder geval de meest bekende. Bashevis was gespecialiseerd in heksenprocessen. En ik haal Reinwald erbij, omdat ik denk mens en menigte is de studie van Bashevis over massapsychologie, waarin hij Le Bon en Trotter en zo herhaalt en beschrijft. En Reinwald doet eigenlijk het beste. Ik vind het boek van Bashevis fantastisch, maar ik vind die van Reinwald beter, omdat die van Bashevis een hele gekke eindconclusie heeft. Die zegt eigenlijk van ja, het valt allemaal wel mee met die massavormingen en dat ze negatief kunnen gaan, behalve in tijden van nood. Als het goed gaat, hoef je niks te doen. Maar als het slecht gaat, moet je juist daar alert voor zijn. Dus het boek is heel goed. Op de laatste bladzijde nadat ik denk van die conclusie, die vind ik zo ondersteboven dat ik hem niet begrijp. En bij Reinwald zit dat dus niet. Nu ga ik naar de strijd van de duivel van Bashevis toe. En dit is een eerdere. Er is nog een later boek van hem. Dat schijnt vollediger te zijn. Maar ik vond deze voldoende voor mij. Toen ik hem had gelezen, ontdekte ik pas dat die andere er was. Hij is een massapsycholoog die zich heeft verdiept in... Le Bon gaat heel erg over de Franse Revolutie. En andere schrijvers praten veel over de Eerste Wereldoorlog. En hij gaat heel erg in op de heksenprocessen en wat zich daar voordoet. Ik ben momenteel aan het nadenken aan nieuwe metaforen om dit goed te kunnen duiden. Maar ik kom eigenlijk op het woord ketting uit. Dat komt ook in Bashevis naar voren. Dan heeft hij het over kettingprocessen. We hebben natuurlijk in onze taal hebben we de heksenjacht. En de heksenjacht is... misschien moet ik het aan jou zeggen. Wat is een heksenjacht? Ja, dat is een goede vraag. Historisch gezien zou ik zeggen dat in elke samenleving heb je buitenposities. En die zijn worden altijd door sommige mensen gezien als gevaarlijk. Want dat is ongrijpbaar. Wie is dat vrouwtje in die boerderij daarachter met die kruiden die aan het mixen is? Wat betekent dat? En dus als het ergens iets niet goed gaat, dan kan zo'n persoon ook zondebok worden voor situaties. Kun je zeggen van ja, ik zeg maar even heel simpels, hè, maar er zijn tegenvallende oogsten. Maar dat is natuurlijk omdat dat vrouwtje die kruiden aan het mengen is. Ja. En dat is niet handig. En iedereen kan dat ook doen, die beschuldiging uiten. Mm-hmm. En dan krijg je een soort van processen. Of ja, er wordt iemand vervolgd. En dan is het eigenlijk... Als je weet je wel? Ja, nee. Eigenlijk een soort van... hoe dan ook is iemand schuldig. En dat is een manier om voor het collectief... Net als dat we net over die ontgroening hebben, is dat een ritueel voor de in-group om in de illusie te kunnen blijven dat je een soort zuiver geweten hebt, omdat je iets hebt wat een slechte invloed heeft, hebt afgezworen, dat heb je met elkaar gedaan. Ja. En dat is iets wat altijd terugkomt. En dit kun je ook als een metafoor duiden. Zoals we MeToo-situatie had ik onmiddellijk door, echt op dag 1, seconde 1. Heksenjacht. Dat is gewoon precies hoe het werkt. Dit is alle symptomen. Afijn, ja. Wat we doen is natuurlijk, je hebt een zondebok en die zondebok die gaan we offeren. Dat is wat er gebeurt. Ja. Maar nu komt er in Bashevis iets bijzonders naar voren. Die beschrijft wat er gebeurde tijdens de heksenjacht. Er was inderdaad dat oude vrouwtje. Je had vaak een doodgeboren kind. En er was een vroedvrouw. En die vroedvrouw was vaak dat oude vrouwtje. En dan werd dat kind dus doodgeboren. En dan gaven ze die vroedvrouw de schuld. Dus die heks was eigenlijk vrij logisch dat ze die heks aanwezen als zijnde de dader. Want die had namelijk die geboorte begeleid. En dat was verkeerd afgelopen.
Nu is er iets merkwaardigs bij heksen. Heksen zijn geen solitaire leven, wezens, maar die leven in een groep van 13 mensen. Dat weet jij niet, maar dat is dus zo volgens de heksenleer. Dus wat er gebeurt is, een heks wordt opgepakt, maar ja, met één heks beter niet. En die heks die gaan we martelen en dan, wie zijn die andere 12? En dan krijg je dus dat er nog 12 gepakt worden. En dat is dus een kettingproces. En dat is dus de echte heksenjacht. Dus de heksenjacht die jij beschrijft is ook goed. Want dat gaat over één individu. Maar de heksenjacht die hij beschrijft is dus dat zijn de kettingprocessen in de heksenjacht. En iedereen weet dat als je maar lang genoeg iemand pijn doet, dat er vanzelf 13 namen komen. Ja, die komen wel hoor. Dat is ook zo. Dit is ook een beproefde formule met het zoeken naar terroristen geweest in het Midden-Oosten. Dus ja, dat is ook ik geef ze binnen een minuut hoor. Ze gaan eraan. en je vijanden gaan er natuurlijk aan. Dat is natuurlijk ook wat je doet. Degene waar je een hekel aan hebt, die ga je als eerste noemen. Ja. Maar het bijzondere is dan dus dat in die heksen, in die kettingreacties. Aanvankelijk denk je dus, waar jij mee begon. Dat is het gekke oude vrouwtje. Die zich niet goed wast of die rare toverpot heeft. Maar doordat... Ik bedoel het allemaal allegorisch, hè? Het gaat niet om het waardeoordeel, maar het gaat om de beschrijving. Er zal vast ook wel iemand echt in zijn hut wonen en dan een beetje kruiden mengen. Maar ik bedoel dat het we hebben daar een soort, dat in onze verbeelding, in onze sprookjeswereld... Ja, we hebben daar een soort Gargamel-gevoel bij. Maar omdat er dus dat verraad gepleegd wordt op die volgende 12 mensen... kan het dus heel goed voorkomen dat het ook gewoon de fabrieksdirecteur wordt. Of de advocaat. Of de burgemeester, of het mooiste meisje van de klas. Dat kan iedereen zijn. Omdat dus die kettingprocessen die zijn dus ongeleid. En je noemt gewoon 12 mensen die jij kent. En dat kan dus alle kanten op gaan. En dat was dus het gevaarlijke bij die heksenproces. Ik bedoel, het is sowieso een gevaarlijk proces. Maar het gevaarlijke was dat dus iedereen kon dus... de sjaak zijn in dat proces. Ja. En om dat even een klein beetje naar corona terug te vinden. Ik had dus nooit verwacht dat mijn achterhengels eraan gingen. Maar dat glas breekt zo willekeurig. Dat je dus in één klap kan je bij team Baudet zitten. Of in één klap kan je toch bij team Safe zitten. Of bij team Boos of bij team Angstig. En dat zie je dus in die kettingprocessen. Zie je dat heel duidelijk naar voren komen. En nu kunnen we een linkje maken naar Me Too. Dus dat je dus... Het begon bij die Weinstein volgens mij. Of bij die gast die zichzelf ophing of opgehangen werd in die gevangenis. Dat is een beetje onduidelijk. Epstein. Maar dat waren de eerste twee volgens mij. Die echt eraan gingen. Nou, volgens mij, in mijn beleving was het Kevin Spacey. Daar werd mijn engagement wakker. Ja. Okay. Maar dan heb je Kevin Spacey en nu heb je Matthijs Nieuwkerk een halfjaartje geleden of zo. En nou hebben we recent hebben natuurlijk Tom en Jack. Duizenden of heel de wereld. En wat je ziet is dus als er eenmaal zo'n case is geweest... dan wordt er een variant gemaakt, een variant en een variant en een variant. En dat is, en dat is dus het kettingproces. Wat ik dat sowieso bij een familie komt het nog naar voren, waarom zich dat voordoet. Dat cyclische proces is heel belangrijk in de massavorming. Het houdt niet op. En Matthias zei het ook heel terecht. Van als die maatregelen komen, dan komen er altijd weer nieuwe maatregelen. En weer nieuwe maatregelen. Ja. Net zolang totdat dat virus weg is. En bij MeToo zie je heel goed dat de beschuldiging gelijk staat aan de veroordeling. Ja, dus en dat is het kenmerk van heksenjacht. Ook. Ja. En wat het verschil is, dat vind ik trouwens ook heel goed opgemerkt. Ik heb daar onder andere met Stefan Ruitenbeek van Kirak heel lang over toen ik hem interviewde. Maar hij zei van ja, je moet je wel realiseren dat de MeToo we gaan niet echt mensen ophangen. We gaan niet echt. Er eindigen niet echt mensen onder de guillotine. Het is spreekwoordelijk. Dus er wordt wel karaktermoord gepleegd. Mensen verliezen hun baan of hun werk. Dus het is een symbolische strijd. En wat hij daar ook aan toevoegde, vond ik ook heel scherp, was dat het vaak gebeurt op samenlevingen in verval. Dus het is eigenlijk een soort van schimmel of houtrot wat zich voordoet. En dat vind ik twee hele, hele belangrijke toevoegingen. Dat dus als je zegt van het is een heksenjacht, dan krijg je dus allemaal mensen die gaan zeggen van ja, maar het is geen heksenjacht. En dan is het nog wel interessant om dat verschil op te merken. Dus het is wel precies de mechanic van een heksenjacht. Exact, is de uitwerking anders. Dus mensen worden sociaal geïsoleerd. Ja.
En dat is nog steeds verpletterend, sociale isolatie. Ja, dat is oké. Je hebt inderdaad natuurlijk de heksenjacht als metafoor en daadwerkelijk ophangen van of op de brandstapel gooien. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar het mechanisme is identiek. Ja, precies. Ja, even ontwrichtend en ondermijnend voor een samenleving, zou ik zeggen. Ja, het is een vorm van eigenrecht. Dat is heel barbaars. De uitwerking voor de samenleving is hetzelfde. Je hebt datzelfde zalvende effect van die zichzelf feliciterende mensen die het gevoel van progressie hebben en die het gevoel hebben dat ze iets belangrijks en iets goeds hebben gedaan voor een samenleving, terwijl ze in feite iemand geruïneerd hebben. Ja. En dat effect is hetzelfde. En ook dat die groep die zich gedraagt zich zoals, ik blijf maar weer even terugkeren naar die jongen die doodgaat na een ontgroening. Die mensen in die ontgroening, die houden zichzelf voor de gek. En dat doen die mensen in die MeToo-gekte op eenzelfde manier. Dus de systemen zijn even schadelijk voor een cultuur. Ja en wat mij nog inviel terwijl je dit aan het uitleggen was, is dat je dus bij een... ik moet even een stapje terug doen. Bij de opkomst van de superhelden en de privédetective verhalen. Was het zo dat de politie en de rechter deden hun werk niet. Dus de privédetective ging het even doen. En de superheld ging het even doen. Ja. En dat is dus een vorm van eigenrecht. En die wordt geromantiseerd in die verhalen. Waar het op fout gaat. En daar zit de fout in de denksprong van de massa in feite. Is dat... De detective, en je hebt sympathie voor de detective, je hebt sympathie voor Batman of Superman, ongeacht dat ze eigenlijk niet luisteren naar de politie. Dus ze gaan buiten het rechtssysteem, gaan ze zelf even de zaak oplossen en dat geeft een heel goed gevoel. En datzelfde heeft die MeToo in zich. Dus je hoeft dus niet meer naar de politie of naar de rechter te gaan. Nee, we gaan gewoon naar de Volkskrant toe. We gaan even vertellen hoe lelijk Jack de Vries is geweest. En dan krijg je dus je zin, want dan is Jack de Vries van de televisie af. Of Tom, of weet ik van wie, of Matthijs. Ja. Dus dat de feel-good die in het sentiment zit, die werkt averechts in feite in de ethiek, zou je kunnen zeggen. Het is echt een vreselijk boek, vond ik. Catch and Kill van Ronan Farrow. En Ronan Farrow legt hier uit hoe hij eigenlijk als jacht heeft gemaakt op Harvey Weinstein. Ah. Even kijken, het einde van het boek. Dan denk je van, ja, hij denkt gewoon dat hij Batman is. Dat is echt ongelooflijk. Oh, okay, dus. Dus dat onderschrijft helemaal wat jij bedoelt. We gingen zitten bij een groot raam met uitzicht op de Hudson. Ik wees naar de notities. De volgende golf van mogelijke verhalen. Sommige gingen over seksueel geweld. Remnick keek me aan. Ik ging zeggen dat we nog een hoop te doen hebben. Zo eindigt gewoon dit boek. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Dat is Batman die over de stad heen kijkt. Maskertje. Ja. Ik snap dat gewoon niet. Ik ga het niet hierin leggen, want het is geen leestip. Hij heeft gewoon gebrekkig inzicht gehad in wat eigenrecht is. Ja, dus in die zin... Totaal geen idee erover wat dat is. Je zegt eigenlijk van, je ziet bij MeToo dat mensen voor eigen rechten gaan spelen. Dat komt omdat het geromantiseerd is. En dat heeft te maken met superheldverhalen en detective-verhalen. Ik heb ook even Watchmen hier neergelegd. Want dit laat eigenlijk heel mooi zien, vind ik. Je kent het waarschijnlijk wel. Het is echt een geweldige graphic novel waarin je ziet superhelden. Die ook echt in een concrete wereld staan met net Vietnam. En een soort van bevolking die eigenlijk zegt van, nou, die superhelden zijn eigenlijk helemaal niet zo goed en zo fijn als dat we dachten. En ze raken een beetje in opspraak. En het wordt een beetje niet zo prettig voor die superhelden om superheld te zijn geweest of zo. En dan zie je ook weer die keerzijde van dat effect. Ja, dus dat is in die zin daar wat ik denk dat het goed is om MeToo te koppelen aan superhelden en aan detectives. Ja, het is interessant wat je zegt. Dat ook echt gelijk met... Het voelt heel goed, maar het is helemaal niet goed. Ja, het is een tijd... Marvel is ook populairder dan ooit. Dus het klopt denk ik ook cultureel gezien. Het is vast wel iemand die ergens nu afstudeert met de these of PhD waarin die superheldenverhalen naast de MeToo-lijn legt. Ja, ga verder. Hey, we hebben Basfiets, daar ben ik een groot fan van. Goede denker. Er is nog iets anders waarom ik hem naar voren breng. Een ander aspect, want ik heb net de ketting uitgelegd.
Heksenjacht Me Too. Maar een ander facet in zijn werk. Oh ja, de ketting, dat is dus het effect dat je niet alleen jaagt op de heks, maar de heks ook uitspraken ontfutselt voor 13 andere heksen. In dat geval, maar je kan het eigenlijk in heel veel. Ja. Het is een natuurverschijnsel. Een vulkaanuitbarsting heeft ook altijd nog een nagolf. En een aardbeving ook. En je kan alles in cyclici. Inderdaad. Je ziet ook niet alleen bij BLM, je ziet niet alleen bij MeToo, maar ook bij BLM zie je ook Silence is Violence. Ja. Post een zwart vierkantje. Oké, vertel nu eens wie er bij jou werkt. Bij LGBT, waar dat lettertype uitbreidt. Ja, dus daar zie je diezelfde effecten van die blackmail effecten. Ik weet niet, als je het gesprek van mij en Marlies hebt gezien, daar zie je dat ik de cirkel vrij prominent opvoer als basisvorm, als oervorm in het universum, zeg maar. En die ketting kan je eigenlijk als de sinus zien. Dus de sinus en de cirkel zijn aan elkaar verbonden, maar je ziet dus dan over de tijd zie je een repetitief patroon. En bij MeToo zie je het heel duidelijk. Bij LGBT, elke maand kwam er een lettertje bij. Daar zie je het bijvoorbeeld ook. Maar in het geval van de heksenjacht en bij MeToo zie je dus heel erg duidelijk van ja, dan is er dus eentje overwonnen. Nou, dan moet er dus nog eigenlijk wel een andere zijn. En dan gaan we bij Ajax eens even kijken hoe het daar zit. Ja. En dan gaan we even bij de Wereld Door eens even polsen hoe het daar zit. Dus die strijd is dus nooit afgelopen. En ik kom zo bij Vermeerlo nog uit waarom dat zo is. Want daar komt het nog terug, die kettingreactie. Maar ik wil eerst even Baschwitz behandelen. Want Baschwitz geeft een stevige correctie op Le Bon. Waar ik voor in het begin van de podcast vrij positief en euforisch over was. Nog steeds overigens. Maar er zit een grote kanttekening aan Le Bon. En dat is dat Le Bon schrijft op basis van cherrypicking ten eerste. Anekdotisch bewijs. Maar ook een historische bron die toch sterk vervuild bleek. En Baschwitz kon dat zo goed in de gaten krijgen, omdat hij dus die heksenverhalen ging lezen. En die zijn heel uitbundig geschreven. Dus hij had al heel, heel snel in de gaten. Wat er echt is gebeurd met die heksen, dat is niet wat ik hier in deze boeken lees. Ik moet door die hysterie en door dat fanatisme van die schrijver heen lezen. En toen realiseerde hij zich dus dat wat er over de Bastille is geschreven. Als wij het over de Franse Revolutie hebben, althans ik heb daar, dan denk ik altijd vrij positief over dat het is gebeurd of zo. Ik heb daar helemaal niet zo'n slechte emotie over. Ik denk, dat zijn de helden die dan het oude regime omver hebben geholpen of zo. Daar heb ik een soort van goed gevoel bij. Misschien is dat naïef, omdat ik dus te weinig van geschiedenis weet. Maar ik had daar altijd zoiets, dat is zo'n soort helden. En die verhalen worden ook heel erg heldhaftig beschreven. Totdat ik de bestorming van het Capitool zag. Zag ik in één keer, dat lijkt wel heel erg veel op die Bastille-bestorming. Dat is gewoon 1-op-1 in die gekke Bison-gast. En dan zie je dus, maar dat zijn dus helemaal niet zulke helden. Dat zijn juist de raddraaiers, de doorgeslagen Willem Engels van deze maatschappij. Die dus zo'n bestorming van de Bastille hebben gepleegd. Dus die Jacobijnen zijn dat volgens mij bij de bestorming van de Bastille. Die komen dus historisch in een heel gekke schietschrijving. De winner's tale, hoe heet dat? De survivor's bias, hoe heet dat verschijnsel? Dus dat de overwinnaar definieert de geschiedenis. En daar haakt hij dus vrij hard op aan. Van wat Le Bon beschrijft aan massa-waanproces, massa-psychotisch proces, is gebaseerd op overdreven bronnen. En als je een overdreven bron neemt, dan is waarschijnlijk jouw psychologische analyse ook overdreven. Dat is zijn grote claim. En hij zegt, de grote tekortkoming bij Le Bon, en daar geloof ik wel heilig in, want dat heb ik ook veel gezien bij corona, is dat, hier spreek ik dus Matthias tegen. Ik heb het ook tegen Matthias gezegd, van dit klopt gewoon niet in je boek. En hij vond het wel interessant wat ik zei, maar hij doet daar dan verder helemaal niks mee. Is dat er wordt geclaimd dat dus de massa gehypnotiseerd is door het virus. Die zijn zo bang geworden, dus die worden door de angst gehypnotiseerd en die weten niet meer wat ze doen en die gaan dus klakloos als blinde schapen gaan ze mee in het proces. Wat Baschwitz beschrijft is dat erbij, en dat was heel duidelijk bij het Capitool, is dat er bij het Capitool waren er 5000 demonstranten of 15.000, een heleboel duizenden. En er waren zeg maar, bij wijze van spreken 300 of 400 criminelen. En die stonden frontlinie, die gingen dat gebouw in.
En die gingen ook vechten met de politie. En dan kwamen we doden uit voort en dergelijke. En het proces wat zich dan voordoet, dat is dat die criminele voorhoede, die voelt zich in zijn kracht gesterkt. Omdat ze met 15.000 zijn. Want ze kijken achter zich. Ze zien een heel groot leger. Maar dat leger is eigenlijk een bystander effect. Dat zijn vooral mensen die nieuwsgierig zijn. Die zijn helemaal niet gewelddadig. Die willen gewoon demonstreren. Die willen hun frustratie uiten op een pacifistische manier. Maar omdat dus die criminele voorhoede zo'n mensenmassa achter zich heeft, wanen ze zich dat die massa als hun is. Dus die gehypnotiseerde massa is niet één gehypnotiseerde massa, maar die bestaat uit twee componenten op zijn minst. Maar het bestaat uit 10.000 componenten, maar in ieder geval uit twee. Waar je de criminelen hebt en de volgers, zou je kunnen zeggen. Of de nieuwsgierigen, de bijstanders. Daartegenover ligt de minderheid van de politiemacht die in zijn broek schijt omdat die 15.000 criminelen ziet. Dus die denkt ook van, hé, dat is wel een hele grote woedende massa, maar eigenlijk is het maar een hele kleine woedende massa. Met een grote massa aan wat Bashvits dan de stomme massa noemt. En die stomme massa, die is de stom moet je zien als stille massa. Die moet je zien als, die zijn best wel bewust wat er aan de hand is. Maar als ik ging uitleggen wat er mijn situatie was bij corona. Van, jongens, ik heb geen geld, dus ik ben gewoon tegen deze lockdown. Dan begreep eigenlijk iedereen dat wel. En dan werd ik niet voor egoïst uitgemaakt. Alleen als je het op Facebook zette, dan was er altijd wel een maloot die wel zei dat je een egoïst was. Ja. En dus ik had ook de waarneming van, hey, de massa is tegen mij en iedereen vindt mij een egoïst. Dus ik was die politieman die dus die massa zag. Ja, ja, ik snap het, ja. En, maar dan ging ik met mijn beste vriend praten. En zei, ja, kut, Jury. En dan had hij eigenlijk best wel begrip daarvoor. Ja. Maar dan ging ik naar huis en dan voelde ik toch weer, ja, die lafaard staat niet op het Malieveld voor mij. Dus dat psychologische proces is heel moeilijk om die massa's uit elkaar te trekken. Ja. En Le Bon maakt het dus te homogeen. En dat doet Sigele ook. En Bashvits wijst het direct op. Van dat zijn... En dat het niet homogeen is, dat sluit volgens mij weer heel mooi aan bij hoe ik dan net probeer uit te leggen hoe ik Tolstoj zie. Of hoe ik die economische crisis zie. Als niet homogeen, als het storm waarbij eigenlijk allerlei partijen tegenover elkaar komen te staan. Dus het is niet homogeen. Nee, maar dit vind ik dus een grote afrondingsfout die Matthias dus vaak herhaalt. Ik denk van, nou, je moet gewoon ophouden over hypnose, want het heeft niks. Er is wel een heel klein deel gehypnotiseerd. Ja. Maar ook maar heel kort, dat is ook nog cruciaal. Die hypnose, die duurt 10 uur. Die gasten, die sjamaan in het Capitool, die was gehypnotiseerd. Daar kan je van uitgaan. Ja. Die was echt knettergek in die uren dat hij in het Capitool zat. Maar als hij eenmaal in zijn cel zat, of de maanden ervoor, was hij niet gehypnotiseerd. Dus die hypnose die is heel kortstondig. En dat ga ik zo bij Merlo nog beter uitleggen. Ja. Overigens denk ik dat die mensen daadwerkelijk dachten dat er gerommel is geweest met die stemmingen. Ja, maar dat is toch. Ik heb ook wel eens rare gedachten. Ja. Is dat niet zo heel vreemd? Ik heb niet een hypnose-theorie nodig om me te kunnen verplaatsen in dat perspectief. Ik heb dat niet eens nodig. Ik denk gewoon van, ja, ze zijn boos, want ze geloven daadwerkelijk dat het verkeerd is gegaan met die stemmen. Ja. Ik bedoel, ik probeer je niet die bestorming goed te praten, maar ik probeer gewoon als dramaschrijver probeer ik altijd door alle ogen te kijken eventjes en te kijken van binnenuit. Begrijp je dat? En ik denk dat het klopt dat er een deel hypnose is geweest. En ik denk dat er ook voor een deel daadwerkelijk mensen boos waren. In een soort van tijdelijke waan dat er iets verkeerd is gegaan met die stemming. Ja, maar ik kom zo over die hypnose bij Merlo terug. Want dat is veel, ik schoot even voorbij met mijn woorden. Ik ben iets te snel ermee. Maar goed, ik heb dus benoemd van die massa is niet zo, zo homogeen en niet zo gehypnotiseerd als wordt voorgesteld door de Smet en door Le Bon. Dat is gewoon een afrondingsfout. Neemt niet weg dat er wel degelijk een gekke spiraal was. Dus dat is ook het moeilijke in het verhaal bij Matthias. Is dat gesprek wat hij in september met Ad Verbrugge deed. Ad Verbrugge hamert op die spiraal. En dat klopt. En Matthias hamert op de massavorming. Maar eigenlijk is het een spiraalvorming. Het is geen massavorming. Ja, die spiraal, dat is trouwens een quote die ik vaak heb aangehaald. En dat is namelijk in het begin van de pandemie
was een slip of the tongue van het hoofd van de Volkskrant. Die had gezegd dat het belangrijk is om in tijden van crisis, dat het RIVM en de journalistiek en de... Het is geen slip of the tongue, was gewoon bij de Nieuwe Wereld, heeft hij daar gewoon een uur over gepraat. Ja, maar nou ja, het is een slip of the tongue, omdat daarna altijd als ik het op Facebook of op Instagram stories of zo, als ik het met een knipoog herhaal wat de hoofd van de Volkskrant dat heeft gezegd, wat ik, ja, dat vind ik dan weer grappig. Ja. Dat iemand, dat een baas van zo'n belangrijke krant zegt dat het in tijden van crisis, dat je met dezelfde tong moet praten. Ja, ik vind dat echt een... maar dan krijg je dus altijd mensen van de Volkskrant of weet ik veel journalisten die dan een beetje boos zijn van waarom moet je dit nou invrijven? Dat is een slip of the tongue. Dus mensen willen dat het niet gezegd is. Maar het is wel gezegd. Ik vond het ongelooflijk. Ik vond het echt ongelooflijk. Ja, dat is een van de meest stuitende opmerkingen. En het is voor mij de belangrijkste aanwijzing dat wat jij zegt van die cirkel, hoe noem je dat nou? Een spiraal. Massa spiraal. Je zegt net dat er twee vormen zijn. De smet heeft de ene, maar die andere. De smet, herhaalt Le Bon, die zegt erover dat er een klomp is. Een massa, een vorming, een klontering. Ja. Ja, maar het gaat veel meer over. Dat is wat Baschwitz uit elkaar trekt. Dus dat is niet helemaal juist. Want dan herhaal je Le Bon, maar het is niet zo aannemelijk dat klopt. Het is veel aannemelijker wat Baschwitz schrijft. Maar dat neemt niet weg dat wat Verbrugge zei over die spiraal, met de experts, de politicus, media en de menigte. Die spiraal groupthink, die was wel degelijk. Ja. Dus die uitzending van september 2020 is zowel juist als onjuist. Maar je moet wel differentiëren wat juist is en wat onjuist is. En ik vind dus die uitspraak van de Volkskrant vind ik zo goud. Omdat die voor mij in één klap die spiraal onderbouwt. Die volgt die. Dat klopt. Je ziet gewoon eigenlijk gewoon. Ja. Dan kun je inderdaad, heb je geen complot nodig om te zien dat dat iedereen achter elkaar aanloopt. In het beeld van die mieren, wat jij ook in je graphic novel zo mooi aanhaalt. Hè? Ja. Ik zie hier nu een plaatje van Kuifje. Ja, ik herken het meteen. Ik was nog vergeten, ik schoot er iets voorbij. Maar dat is even kristallen bollen. We hebben nu de massa uit elkaar getrokken. De anekdotische geschiedschrijving moet je met een korrel zout nemen, met een pak zout. Dan komen we bij de hypnose aan. Dat is ook nog zo'n ding, dat geeft Baschwitz ook heel duidelijk weer. Is dat hypnose was in 1900 niet zo'n bekend begrip. Ze wisten niet zo goed wat het was. Wat is nou de oorzaak en hoe werkt het en zo. Dit is een opmerking van Steven Reicher, die ik wel terecht vond. Hij is een Amerikaanse massapsycholoog, een Britse massapsycholoog. Die kritiek had op Matthias, maar ik vond dat wel een terechte kritiek. Hij zei, die hypnose in het interbellum, of in 1900, moet je anders interpreteren dan hoe we nu tegen hypnose aankijken. En dat vind je terug in avonturenromans. En ik heb een Kuifje erbij gehaald, en daar herkende ik het van. Maar ik weet ook van Suske Wiske. Dan had je een gekke tovenaar. En jij was gewoon een complete zombie geworden. En dat is helemaal niet hoe hypnose werkt. Dus er is een sterk geromantiseerd beeld van hoe krachtig hypnose was. Dat zie je dus in de avonturenverhaaltjes. En dat leefde dus ook bij dus de massapsychologen. Die hadden dus echt de indruk dat ze dus wonderen konden verrichten als ze de hypnose goed onder controle krijgen. Dus er was een overwaardering voor het verschijnsel van hypnose. En al die boeken zijn daar dus van doordrenkt. En Baschwitz heeft hypnose bestaat, maar je kan er geen operaties mee doen. Of je kan er ik kan jou niet nu zo doen dat je in je blootje over straat gaat. Er is maar een kleine groep mensen die wel vatbaar is en die zou dat misschien nog doen. Ja. Maar je kan niet een complete bevolking even hypnotiseren en dat ze 2 jaar lang met mondmaskers gaan lopen. Dat heeft niks met hypnose te maken. Dus en ik denk dat het voorbeeld van Kuifje is daar heel, heel sprekend in. Daar zie je dat voortdurend. Die strips zijn in het interbellum gemaakt. Een aantal van zijn verhalen. En daar zie je dat verschijnsel optreden. En bij Suske Wiske zie je het ook. Met George Shimi en al die verhalen. Daar komt dat draadje met dat balletje. Ja. En dus dat geeft al aan van hoe mal wij aankeken tegen hypnose. Dus daarom is dat woord hypnose moet je dus in de tijdgeest van toen lezen. Als je het boek leest vanuit die tijd moet je nadenken. Oh, hypnose werd toen anders geïnterpreteerd. Net als eugenetica. Net als het Freudiaanse man-vrouwenbeeld.
En dan kom je eigenlijk bij de Monkey Illusion Business. Dat is, of heet dat? Monkey Business Illusion. Dat zijn die vijf mensen die aan het dansen zijn. En dan komt er zo'n aap in tevoorschijn. En die zie je niet, omdat je op die dansende mensen lijkt. Dit filmpje ken je wel, denk ik. Ja, zeker. Ja. En dat kan je eigenlijk veel beter vergelijken met een zakkenroller. Dus je wordt even afgeleid door iemand en die andere grits jouw telefoon weg. En dat is eigenlijk dat is een vorm van hypnose, maar die moet je eigenlijk meer zien als een blinde vlek in plaats van een totale delusional waan, zeg maar. Ja, hey, een heel mooie aflevering van Bananensplit, dan dat ken je nog wel. Ja. Daar gingen ze de Hans Kazan flessen. Ja. En Hans Kazan, ik denk Hans Kazan, een goochelaar. Ja. En toen hadden ze gedaan, volgens mij een Mercedes. En hij ging eventjes naar een winkel en hij kwam terug. En toen hadden ze een Engelse model van dezelfde Mercedes neergezet. En dus daar ging de grote goochelaar aan zijn stuur zitten. En in één keer zo van, hè? Dat stuur zit aan de andere kant. Weet je wel? En hij legt, en dat vond ik zo mooi, en die heb ik altijd onthouden. Want hij, uiteindelijk krijgt hij dan ook ruimte om te zeggen van wat ging er door je heen op het moment. En hij is natuurlijk een goochelaar, dus hij weet dat hij in de zijk genomen wordt. Hij weet, dit kan niet. Hij zei van, maar hoe hebben ze in godsnaam zo snel het dashboard eruit gehaald, het nieuwe stuur erin gezet. En hij zei van, ja, en dat is toch een teken, en dat is precies het wezen van de afleiding. Ja. Dat je op het moment dat je in een split second moet nadenken, dan maak je een assessment. Ook als je alles weet. En je denkt niet aan het meest voor de hand liggende. Namelijk, er is gewoon een auto weggereden. Een Engelse auto. Dat doe je in een seconde. Je denkt gewoon van, hoe hebben ze dat gedaan? En dat vond ik een heel mooi uitleg. En daar zit hier ook een beetje in. Van, als je even wordt afgeleid, dan maak je dus onlogische koppelingen. En dat is wat, zoals ik het zie ook. Ja. Snap ik wel? Ik vind het een heel goed voorbeeld. En dat is de blind spot. Ja. En om dat nu af te ronden als hypnose is wat overdreven. Ja, het is gewoon precies, een gekke woordspeling. Ja, precies. Dus jij zegt van je moet dat allemaal onderdeel maken van de ideeënwereld en van de metaforische wereld. Als je echt je tanden wil zetten in al deze, hoe al die systemen werken en hoe we eigenlijk collectief. Ja, wat niet wegneemt is dat de veel herhaalde quote van Matthias is dat hij zegt van een opvallend gebrek aan empathie voor leed dat zich buiten het angstobject manifesteert. Dus het economische leed dat wij hadden, bijvoorbeeld. De bejaarden die stierven in de bejaardenhuizen was eigenlijk helemaal geen aandacht voor. We waren alleen maar naar die beetjes aan het kijken. Dus we waren heel erg in de war. We waren dus die aap hadden we helemaal niet in de gaten op heel veel vlakken. Ja. Dus er waren heel veel blinde vlekken. Ja. Maar om dat nou hypnose te noemen vind ik een zware. En mensen reageren. Ik denk dat allerlei reacties er zijn. En er zijn ook mensen die gewoon blij zijn. Die gewoon sadisme hebben. En die denken van, dat is gewoon, ik bedoel dat natuurlijk niet als grap. Dat is serieus. Ja. Het is dat mensen genieten van mensen die vallen. En vinden dat ook lekker. En hebben afgunstig. En voelen nijd en haat en afgunst. En plezier en sadisme als iemand het slecht heeft. En kut. En ik van, wat is dat? De 3 optredens in de maand. En daar leef je van. Ik sta in een fucking fabriek. En leer maar eens even wat hard werken is. Of zo. Dus is niet eens alleen. Het gaat niet eens over alleen maar empathie. Dat is gewoon ook een beetje projectie van de smet. Vind ik dan. Van hoe hij kijkt op, en dat geprojecteerd op de massa's, allemaal redelijke mensen zoals ik. En die hebben dus gebrek aan empathie. Nee, het is niet homogeen, het is chaos. Ja, ik merk dat ook zelf, ik moet me daarvoor behoeden, maar ik merk dat ik zelf dat dus ook heb. Van, kom maar op, geef die hypotheekcrisis maar eens eventjes, dan kunnen jullie weer met mij praten. Ja. Dat voel ik wel. Dat is een hele slechte gedachte. Maar dat heb ik wel. Van, inderdaad. Ik denk, want nu snappen mensen mij nog steeds niet. Dat beeld heb ik vaak. Maar ik denk, als jij je huis verliest, dan snap je heel goed wat er aan de hand was. Maar het gekke is dat net is gebeurd met de economische crisis in 2008. Het is eigenlijk. Ja, maar toevallig niet met deze mensen die waar ik. Ja, oké. Okay, Ik heb een zwaar hoofdstuk. Ja, ik heb My Friend Dahmer tegen. Dat heb je misschien een film gezien? De Netflix-serie Dahmer? Ik heb het niet gezien, nee. Serie, een verschrikkelijke seriemoordenaar, dat weet je wel, hè? Ja, dat weet ik, En dit is een stripboek van een tekenaar die bij hem een schoolvriend was. Dat is een heel bijzonder verhaal. En die zich niet herkende in het mediabeeld. Ik plukte deze uit de kast omdat ik toevallig ook naar Orwell op zoek aan was. En ik was bij een stripboek aan het kijken. Een voorbeeld van van kettinggedrag, daar moest ik aan denken bij die heksenjachten. Dat je dus ook veel school shootings is nu een kettinggedrag.
Dus ik wilde nog even benadrukken van hoe je dat kettingproces moet zien. De seriemoordenaars, je hoort eigenlijk nooit meer over een seriemoordenaar, maar in de tijd van Ed Gein en Dahmer en dergelijke, daar had je er een paar honderd in die tijd. En bij terroristen zie je ook van die golfbewegingen. Dat heeft die Beatrice de Graaf ook wel gezegd. Van terroristische aanslagen zijn ook kettingreacties. Dat staat nooit op zichzelf. En MeToo moet je dus ook zien in zo'n proces. Dat worden er dus gewoon 50. Het is niet één case. En het zijn er niet 7000. Maar dat is gewoon even een aantal jaren en dan zakt die weg. En dat zie je bij de seriemoordenaars. Je ziet het bij de school shootings. Bij MeToo. En sommige zijn desastreus, andere zijn milder, hoor. Dat is niet, ik wil MeToo niet vergelijken met seriemoordenaars. Maar om even te duiden van hoe je metaforisch naar die ketting moet kijken. Ja, hoe je cultuur, hoe je dat in de bredere bedding van de algehele cultuur als een golfslag moet zien ook weer. Ja, helder. Dan gaan we naar de grote twee van de literaire dystopie-fictie. Orwell en Huxley, die worden vaak ook met elkaar vergeleken. Dus ik denk dat we ze gewoon zo even moeten neerleggen. En ik heb het stripboek. Ik heb ook één boek in, want die lag dubbel. Ik wil eerst even wat over Animal Farm zeggen. Ik vind het ook leuk als jij hier wat over reflecteert. Maar Animal Farm heeft een hele belangrijke die ik vaak herhaal tegenwoordig in gesprekken. Je hebt de varkens, die nemen de macht over. Maar er is die Napoleon en Sneeuwbal. Dat zijn twee varkens. En die ene, die volgens mij is die Sneeuwbal is volgens mij de metafoor van Marx. En die andere is de kapitalist, als ik het goed begrijp. Ja. Maar je ziet dat er een... Ik heb hier ook Persepolis staan. Bij een revolutie zie je een pact. En dat kan je dus heel goed zien bij Laurens Buijs en Baudet. Dat zijn dus... dan krijg je dus een linkse aanvleugel en een rechtse vleugel. Ja. En die gaan dus samen. De yogamoeders die op alt-right gaan stemmen. En dan na de revolutie krijg je de ene de ander opeet. Ja. En dat zie je dus bij Animal Farm. Zie je dat dus in de vorm van Sneeuwbal en Napoleon. Napoleon vermoordt Sneeuwbal volgens mij. Of drijft hem weg. Ik weet niet precies waar hij naartoe gaat. Maar die gaat uit beeld. Nadat de revolutie... Ze hadden eerst Sneeuwbal nodig. Omdat dat verstandig intellectueel was. Als hij eenmaal aan de macht is, gaat hij eraan. En heb je Persepolis gezien, de film? Of de boek gelezen? Nee, niet gezien. Nee. Oh ja, dat, ik kan het strip erg aanraden. Bij Persepolis gaat over de Iraanse revolutie. Daar zie je dus de religieuze beweging die tegen de Sja in opstand komt. En je ziet de studentenbeweging die tegen de Sja in opstand komt. En dan is de opstand voldaan. En dan gaan de religieuze de studenten vermoorden en vervolgen. Dus daar zie je dus die Napoleon-Sneeuwbal parallel. Ik benoemde het even in het begin van de podcast ook. Van de reden waarom ik wel voor jou kies en voor Nieuwe Wereld is omdat ik me daar verwant mee voel. En ik doe niet mee aan Napoleon Sneeuwbal samenscholing. Dus dat is ook de reden waarom ik dus niet bij Forum Insight ga zitten. Of aanverwant. Niet alleen omdat ik dat niet zou willen, maar ook om een signaal naar de kijker te geven. Ja, ik wil die boodschap van Orwell is heel cruciaal. Je kan wel naar die revolutie streven. Want ik geloof gerust dat er yogamoeders zijn die heel graag die revolutie willen. En ik denk ook wel dat er wat vormen aanhangers zijn die graag een revolutie willen. Maar je moet je beseffen dat na een revolutie worden de yogamoeders worden opgegeten. Of andersom. Het kan allebei de kant op. En daarom moet je dus niet naar een revolutie streven. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ik geef. En ik vind dat de nieuwe wereld daar... En dat is ook waarom ik net even kanttekeningen plaatste bij die bestorming van de Bastille. Want dat is natuurlijk de grote metafoor voor de Franse Revolutie. Ja. En de Franse Revolutie zou je kunnen... Ja, die moet je eigenlijk vergelijken... Of die moet je eigenlijk ook... ondanks wat er uiteindelijk is... hoe zeg je dat? Ik ben een grote voorstander van de verlichting en de verlichtingsidealen. Dus in die zin is de Franse revolutie een uitzonderlijke revolutie. Alleen de manier waarop die gevoerd wordt en alle paradoxen... die kun je vergelijken met de Russische revolutie of de Chinese revolutie. En daar zie je dat horror die daar dan bij komt kijken. Ja, het pakt heel lelijk uit uiteindelijk. Ja, precies. Ja. Dus het is eigenlijk altijd heel gevaarlijk. Ja. Persepolis zit er ook heel duidelijk in. Ja. Dus in die zin... dus vlak na
de Franse Revolutie krijg je Napoleon. En dat je hoort hele duidelijke stemmen van, er moet iets veranderen nu. Ik denk, je moet helemaal niks veranderen. Je moet vooral rust op de plaats en even rustig nadenken. Dus daarom ben ik niet zo'n fan van Jorn Luca daarin. Die roept voortdurend van, er moet echt wat veranderen. Ik denk, laten we eerst maar eens even rust op de plaats nemen. Ja. En dan gaan we daarna wel eens kijken. En dat is ook waarom ik dus net Dostojevski erbij pak. Want die ziet dit dus op een heel complex level. In al die psychologische ontwikkelingen van al die rollen. En hij is daarin heel eigenlijk conservatief. En dat conservatieve is juist iets wat je zou moeten nastreven op een Dostojevski manier. Ja. Dus je moet dat wat waardevol is vasthouden. En dan kun je praten over wat je weer... Daarom dat wat we aan het begin ook zeiden, die democraten en die republikeinen die elkaar meer ook nodig hebben. Ja. Die hebben allebei iets toe te voegen. We gaan naar Orwell en Brave New World. Ik lees hier nou Kidnapping. En dan ben ik vergeten bij mijn Basfiets. Ik ga weer helemaal terug. Nee, we gaan naar Orwell. Gaan we eerst even deze doen en dan gaan we daarna naar Meerloop en dan gaan we weer zwaar. Vertel jij eens even wat is jouw... Ja, dan kan ik er weer kijken. Als je het over Orwell, dan pak ik er een boek bij. Die is ook heel actueel ineens weer. Oh ja. Dus ik pak even een andere van Welbeck. Maar want ik heb blijkbaar elementaire deeltjes uitgeleend. Okay. Maar als je vraagt van Orwell en Brave New World, er staat een passage in elementaire deeltjes... over die twee boeken. En Welbeck beschrijft heel mooi, vind ik. En ik doe het even aan mijn hoofd. Het is al lang geleden dat ik heb het al 3-4 keer gelezen, denk ik. Maar ik doe het toch even aan mijn hoofd. Wat hij zegt, volgens mij, is dat je hebt de top-down en de bottom-up totalitaire regimes. En dat is het grote verschil tussen Brave New World en Orwell. En daarin is hij een aanhanger van... kijkt hij naar de wereld door de bril van Huxley. Door de waarschuwing van Huxley eigenlijk. Dus hij zegt die Brave New World wereld... dat is de wereld die hij beschrijft in elementaire deeltjes. De wereld van de jaren 90. Van in het neoliberale late kapitalisme in verval. Dat is de wereld waar al die dystopische films over gaan. Waar The Matrix over gaat, waar Fight Club over gaat, waar American Beauty over gaat. Al die films waar ik ben mee groot geworden. Dat is ook de bril waar ik naar kijk. Als ik kijk naar de wereld waar wij in zaten vlak voor de eeuwwisseling. En dat is eigenlijk, hij zegt, dat is al een beetje Brave New World. En wat is het verschil? In Brave New World zijn de mensen zelf tevreden met de totalitaire nachtmerrie. Want ze krijgen gewoon hun kicks en een klein beetje dopamine en een klein beetje... En iedereen zit in zijn hokjes en wordt eigenlijk... Dus er is niet een Big Brother. Het systeem heeft geen Big Brother nodig. Er is geen oog wat... Zoals Foucault zegt, het panopticon, als dat goed raad zegt. Maar in ieder geval, Foucault heeft het over een gevangenis waarbij iedereen elkaar in de gaten kan houden. Een soort koepelgevangenis. We zitten allemaal in die hokjes en iedereen kijkt naar iedereen, zijn glazen wandjes, dus er is rust in de wereld. En die wereld is dus daarvan zou je kunnen zeggen, Big Brother is watching you, daar is nog altijd een oog nodig. Big Brother die jou bekijkt. Ja. Dat is de nachtmerrie van Orwell. Mm-hmm. Maar de nachtmerrie die van Huxley, waarin iedereen in de gaten houdt, daar zitten we al in. En dat is inderdaad de wereld van Welbeck, die hij beschrijft als de wereld als markt en strijd, waar dat het enige is wat is overgebleven in een soort dystopische westers neoliberaal kapitalistisch systeem. Ja, enfin, zo zou ik even in hele grote stappen snel thuis achter gaat dus worden. Over het verschil tussen Orwell en Huxley. Ja, en dat gaat over het doorgeschoten individualisme dan. Nou, dit is wat ik zeg, hè. Je kunt het op honderden manieren duiden. Dit is heel ingewikkeld. Ik denk dat we 5 uur op zichzelf bezig zijn om dat weer op te bouwen. Ik herken maar in ieder geval, wat Ortega en Fromm hierover zeggen. Over het individu en over de massa. En dat dus, dat er gestreefd wordt in een hoogconsumentistische maatschappij. Wordt er gestreefd naar een zo individueel mogelijk wezen. En dat zie je in de jaren 60 in de seksuele revolutie ook heel manifest naar voren komen. En maar dat er dus ook dat de massa mens, de massa ook een gevoel van veiligheid kreeg. En dat geeft bijvoorbeeld de voetbalclub is daar een voorbeeld van. Of de kerk. Dat je dus elke week samen even in die ruimte bent. Of de dansvloer. Ja. Dus dat we dus heel erg afhankelijk zijn van dat massagevoel. En dat dus eigenlijk heel veel veiligheid geeft. En ook heel veel geluk. Geluksbeleving.
En terwijl de doctrine is van als je maar in je eentje succes maakt, kun je heel veel kopen, ben je geluk. En dat is eigenlijk in conflict met het sociale wezen. Althans, dat is wat veel van die schrijvers naar voren brengen. Het verschil tussen het individuele geluk en het geluk uit de massa. Het geluk uit de liefde voor elkaar. Dat is een soort van predikje wat je wel vaak leest. En waar ook wel een kern van waar het in zit. Dus ik weet niet of dat aansluit bij... Ik heb dat niet benoemd eerder, omdat het een beetje buiten mijn verhaal ging. Maar het zit in die boek ook. Ja, maar ik vind het goed dat Huxley inderdaad... Die zegt inderdaad dus dat het individu eigenlijk verweest is. Geatomiseerd, zoals je dat ook al bij Arendt tegenkomt. En wat ik interessant vind... Kijk, je kunt naar China kijken en dan zeggen van... Ja, dat is Orwelliaans. Eén iemand die bovenaan die hele piramide staat. Een sociaal kredietsysteem. En je kunt die angst extrapoleren. En dan kun je, wat nu veel gebeurt met de World Economic Forum... voorbeelden zeggen van we gaan daar naartoe... China, en dan moet je dus aannemen dat je bang bent voor die top-down, hiërarchische, Orwelliaanse nachtmerrie. Ja. En wat ik dus verfrissend vind, is dat je dus dat het van binnenuit kan komen. Dat je dus ook moet onderkennen dat totalitaire potentieel in iedereen zit. Zodat je zeg maar helemaal niet gelooft in een autoritaire leider van bovenaf, top-down, ook van bovenachtige manier van leven. Dat je ook bottom-up. Zoals inderdaad, een heel goed voorbeeld vind ik dat zwarte vierkantje posten met Black Lives Matter. Als je dat niet doet, dan ben je niet solidair, et cetera. Dat is bottom-up. Dus alle mensen zijn geïndividualiseerd en houden elkaar in de gaten. En er is een soort sociale code. Je kunt je voorstellen dat zich helemaal doorontwikkelt met klimaat, met vlees eten, met autorijden, met seksueel verkeer, met racisme, met LGBTQ-rechten, met al die hot topics van nu, dat je kunt dat helemaal dicht timmeren. En dat is ook een... dat is niet de Orwelliaanse, maar dat is de Huxleyaanse nachtmerrie. En dat is ook totalitair. En dat vind ik... dat zijn twee manieren voor mij. Dus voor mij gaat het ook heel erg over het... Dus die horrors die je kan veroorzaken door dat collectivistische... Er zijn twee uitersten, twee polen. En dus voor mij is het heel belangrijk om er een stukje in het midden te zijn. Er zijn twee manieren om te handelen. En afhankelijk van de situatie is één keuze de beste. Ja. Dus nu ik toch bezig ben, zal ik ook even mijn belangrijkste boek van de crisis, van de coronatijd op tafel leggen. Europe at War. Dit heeft mij het meest de ogen geopend. En dit gaat over de Tweede Wereldoorlog. Maar op zo'n doorwrochte manier dat je eigenlijk ziet... dat er niet één eenduidige manier van naar die situatie kijken is. Mm-hmm. En wat ik over heb gehouden na het lezen van dit boek... is dat je dus die standoff tussen Stalin en Hitler... dat zijn de twee totalitaire nachtmerries. Dat zijn echt de twee nachtmerriestaten waar je niet in wil vervallen. Ja. Dus het fascisme aan de ene kant en het communisme aan de andere kant... En met allebei ongeveer evenveel doden op de dodenteller. Miljoenen doden op de teller. In mijn hoofd is dat dus nu een metafoor geworden. Dus je hebt het over dat bootje. Hè? Sindsdien heb ik dit al vaker verteld. Onder andere in een podcast met Richard Cameron een paar jaar geleden. Maar wat ik in mijn hoofd heb is dit beeld. Dus je hebt een zee. En die zee heeft twee draaikolken. Daar is een draaikolk en daar is een draaikolk. En die allebei die draaikolken. Dus de ene is dat... Allebei zijn gevaarlijk. Ja, het ene is de draaikolk van het fascisme. En dat is eigenlijk dus die top-down... de top-down totalitaire nachtmerrie van Orwell. Ja. Dus één groot iemand en iedereen die daaronder valt. En aan de andere kant is die andere nachtmerrie, dat is de Huxley nachtmerrie. Ja. Waarbij het eigenlijk bottom-up is. En dat is eigenlijk waarom ik ook Dostoevsky aanhaal. En omdat dat is eigenlijk waar iedereen van onderaf in de gaten houdt. En dat wat ook een totalitair systeem kan worden. Dus dat zijn eigenlijk de twee draaikolken. En wij zitten op die open zee. En wij varen tussen die draaikolken door. Vandaar dat meanderen. We zitten op het bootje. En nu is eigenlijk de kwinkslag of de knipoog die ik aan de metafoor of het beeld wil toevoegen, is dat bootje een motortje heeft. En dat motortje is het kapitalistische neoliberale systeem waar we in zitten. Dus dat is ook nog eens van, het bootje moet wel varen, dus we hebben die motor nodig, maar het is wel het systeem. Daar kunnen ook vraagtekens bezetten, maar we hebben niet beter. En dat, met dat bootje, met dat wankele motortje van het neoliberale kapitalistische systeem, zullen we zo moeten varen terwijl hier die draaikolken zijn. En dat is mijn metafoor tot nu toe van wat ik in ieder geval na het lezen van dit boek
heel sterk had. Het beeld waar ik ben gestopt met nadenken. Omdat ik denk van oké, hier zitten we in. En maar is dat neoliberalisme niet een van die twee draaikolken? Nee, dat zou ik zeggen van niet. Dat is een verhaal op zichzelf. Omdat, dus van kapitalisme en neoliberalisme kun je een analyse loslaten. Waarbij je evenveel voordelen kan zien als nadelen. Ja. Het is alomtegenwoordig. Ja. Het is zoals oxygen of zoals... Ja. Het is heel lastig om, terwijl totalitaire nachtmerries zijn voor mij helder. Dat zijn staten van groepen mensen met mogelijk 80 miljoen doden als uitkomst en wat je moet voorkomen. Ja, ik gooi deze even voor. Ben ik te volgen of ga ik de hart van stapel? Ik gooi die ervoor en dan die haakt hierop in. Jij vroeg mij heel mooi van wat vind jij van Orwell en New World? Ik vind het heel goed dat je ze goed aan elkaar spiegelt en dat je ook inderdaad. Ik denk ook dat Huxley dat ook benoemt in zijn interviews op YouTube. Oh ja, dat zou goed kunnen. Dat is echt een aanrader om die te gaan checken. Want volgens mij zegt hij ook zulke soort dingen. Nu jij dit zo opzomt, kom ik op twee ideeën. Eén zit in Giner, Mass Society, dat is een later boek. Ja. En een ander is iets, dat verschijnt uit ochlocratie. Weet je wat dat is of niet? Nee. Je hebt hoe zeg je dat? Een dictatuur kan eindigen in tyrannie. En een democratie kan eindigen in ochlocratie. En wat jij net beschreef, daar moest ik dus heel erg aan denken, is een voorbeeld van ochlocratie is bijvoorbeeld van, we hebben nu geloof 10 miljoen auto's in Nederland. Dan gaan we de boeren uitkopen, omdat die stikstof moet naar beneden. Maar er is helemaal niet de vraag van, wat gaan we nou eigenlijk doen met die auto's? Gaan we dan 20 miljoen auto's in Nederland laten rijden? Die vraag kan je niet stellen, want dan krijg je geen stemmen. Dus alle politieke partijen vermijden de vraag van, hoeveel auto's gaan we nou in Nederland inladen? En want jij wil een auto, ik wil een auto, hij wil een auto, iedereen wil een autootje. Dus het systeem van de democratie faalt op de individuele behoeften. En dat is een heel simpel voorbeeld van een ochlocratie. Van je wil allemaal die auto hebben. Maar ja, als je 18 miljoen auto's hebt, wordt het toch een beetje een lastig verhaal. Er zit een systeemfalen in een democratie, dat heet een ochlocratie. En dat is eigenlijk dus de barbarij van die uitmond in een democratie in verval. En bij een dictatuur die geordend is, waarbij de welvaart goed gaat, is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar op het moment dat het fout gaat, dan krijg je dus de totalitaire structuren zoals we die bij Stalin hebben gezien. En dan krijg je dus top-down leed. Dat is zeg maar de valkuil in de democratie. Dus en dat is niet zo goed herkend in onze maatschappij. Is dat de democratie ook valkuilen heeft. Ja. Wij zijn geneigd om te denken dat de dictatuur een valkuil heeft. En dat is het slechtste systeem van allemaal. En een democratie is het beste. Maar een democratie heeft ook sterke vervalmomenten. En dat is wat Mass Society van Giner. Dat is een interessant hoofdstuk. Ik vind het een verschrikkelijk boek. Maar er zit één interessant hoofdstukje in. Is dat hij aangeeft van... Dat elke ideologie, elk systeem heeft een duur van ongeveer 1 à 2 generaties. En dat kan 10 jaar zijn, dat kan 50 jaar zijn, maar het kan niet 200 jaar zijn. En het heeft gewoon een aanhoudbaarheid. En dat zie je dus nu vanaf 1991 tot aan nu. Nu zie je zeg maar, het is niet voor niets dat voor de ommekeer nu in naam is veranderd in de nieuwe wereld. Wat Verbrugge heeft gedaan. Die had door van die tijdgeest is aan het omklappen. En die tijd klapte eigenlijk ook al om op 9-11. De jaren 90 is een soort van decennium van Fukuyama World Peace. En dan zie je dus, daarna zie je dus de opkomst van de moslimhaat na 9-11. En nu zie je weer een omslagpunt. We hebben het helemaal niet meer over de moslimhaat of over de moslimaanslagen. Het is in één keer is het weer anders. Dus je ziet bij Mass Society, hij geeft dus aan dat elke generatie heeft eigenlijk maar het geheugen van zijn eigen leeftijd. Ja. En ze leren dus niet zo erg van hun opa. Ja. Want ze moeten dus diezelfde, ze maken een variatie van een fout die al eerder gemaakt is. En dat hoeft niet zozeer de vorige te zijn, maar het kan er ook eentje van drie geleden zijn. Ja. Dus die democratie, of het neoliberalisme, of het doorgeschoten kapitalisme, hoe je het ook wil noemen, dat heeft een. Daar zitten kentering in. En die democratie, daar hebben wij dus nog steeds een heilig geloof in. Maar er is Greenpeace, er is United Nations, NAVO, World Health Organization, Europese Unie, centrale banken, Big Tech, Big Pharma. Wat hebben we nog meer? UNESCO, Greenpeace, ook hele goede organisaties. Dat is helemaal geen democratie.
Dat zijn gewoon 20 organisaties en die dicteren 90% van wat verstandig is en wat de beste keuze is. Hopelijk, dat moeten we nog maar zien. Ja. Maar en dan nog, is er nou, een heel, de... heel erg het idee dat het een democratie is. Dus ja, heel fanatiek aan stemmen. Maar het eigenlijk is het gewoon een beetje onzinnig geworden. Ja, en één zo'n voorbeeld van de boeren die worden uitgekocht terwijl die auto's, daar wordt niet over gepraat, laten al heel eenvoudig zien dat we de echte gesprekken niet voeren en de echte beslissingen niet maken en dat het allemaal symbolen zijn geworden. En dit is maar een voorbeeld, die kun je oneindig uitbreiden met eigenlijk ongeveer alles wat er dagelijks in je smartphone voorbij komt en nieuwe garing. Ja, nou ja, goed. En we kunnen best wel wat boeken inlopen volgens mij, want we kunnen deze helemaal ditchen, toch? Dus we gaan nu naar mijn idee, naar de kern. Ik zei aan het begin van wat is het belangrijkste boek? Ik zou zelf deze hebben aangewezen. Rape of the Mind van Joost van Meerlo. Ik wil nog eventjes die basfiets aanstippen. Die heeft toch wel echt iets heel cruciaals. Want, wie bedoel je? En die basfiets die ik straks zo de heksie achter die man. Ja. En die, dat is een kort intermezzo. Misschien moet je hem er anders nog even daarbij in plakken. Je mag hem ook hier doen. Dus we hebben het over die... Matthias heeft het over de groepshypnose en de volgzame massa. En Basfiets heeft het over de stomme massa, de stille massa. Die stille massa, die bystander, die wordt eigenlijk niet gehypnotiseerd, maar die wordt gekidnapt. Er is een chantage-mechanisme wordt daarin gewerkt. We moesten die prik nemen om te kunnen reizen. Ja. Dus dat ging helemaal niet over het griepvirus en in jezelf beschermen tegen het virus. Natuurlijk wilden mensen dat ook wel doen. Ja. Maar het ging ook vooral dat ze dat reisje wilden hebben. En, dan ging en dus er was sprake van een kidnapping en een chantage. En mensen voelden dus de groepsdruk. Dus die massavorming, die groepsvorming, die leidt tot peer pressure. En die peer pressure is een moet je veel meer zien als een chantage. Als een internaliserende chantage. En een kidnapping van de eigen keuze of de eigen vrijheid. Dus die groep, die kidnapt je vrijheid. Dat wil ik nog even meegeven. Want dat plaatst ook veel beter waarom mensen klakkeloos voor die booster gingen. Terwijl het helemaal nergens meer sloeg. Ja. Het was gewoon een Windows 95 vaccin. Dat was al 5 jaar over tijd met al die nieuwe variaties. En toch deden ze dat, want ze moesten toch dat broodje eten in het restaurant. Dus dat vond ik wel belangrijk om eventjes die kidnap en chantage te benoemen. Maar nu gaan we naar het echte werk. Ja. Rape of the Mind. Die heb ik dus ook gelezen. Dat vond ik zelf een indrukwekkend boek. Ja. Een grote aanrader. Dat gaat eigenlijk... Ja, wat wilde jij daarover zeggen? Gaat niet zo erg over massapsychologie. Maar gaat veel meer over brainwashing. Over trauma. En over... hoe heet het? Foltering. Het is geestelijke foltering, wat goed beschreven staat. Het boek is, ik zal even inluiden. Meerlo was een Nederlander die in de oorlog in het verzet zat. Hij werd gevangen genomen en hij werd dus gemarteld door de Duitsers. Om bekentenis af te geven. Hij had dat overleefd en toen is hij naar Amerika gegaan. En daar werd hij psycholoog, psychiater, ik weet niet, 1 of 2. In Amerika en moest hij prisoners of war begeleiden. Vanuit de Koreaanse oorlog. En die Koreaanse oorlog was een televisieoorlog. Volgens mij uit mijn hoofd is dat de eerste televisieoorlog. Want ik denk dat de Tweede Wereldoorlog vooral in bioscopen plaatsvond. Maar dat de Koreaanse oorlog wel al op televisie was. En wat er daar gebeurde is dat die Koreanen die kidnapten een Amerikaanse soldaat. En die lieten hem 3 dagen niet slapen. Of met muziek non-stop. Of wat je eigenlijk ook in... hoe heet die film van Kubrick ziet? Clockwork Orange. Uh-huh. Daar zit een hele duidelijke brainwashing. Met die ogen. Ja, ja, ja. Dat hadden de Chinezen ook al aardig door hoe je dat moest doen. Maar die Koreanen kopiëren dat van de Chinezen. En die passen dat dus heel grootschalig toe op die prisoners of war in Amerika. En ze slaan die soldaten dus niet met een zweep of iets dergelijks. Maar ze gaan ze dus geestelijk... martelen door ze niet in slaap te laten komen. Of op andere manieren. En er zijn een aantal dingen. Ze stoppen ze in isoleercellen. Zodat ze alleen contact hebben met de bewaker. Ze laten ze niet slapen. Ze krijgen bijvoorbeeld ook geen voeding.
Of heel onregelmatig, of heel erg zout, of dat soort gein, weet je. Maar nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze vooral de geestelijke teistering deden. En dat zorgt ervoor dat die soldaat die in gevangenis zit, die krijgt een Stockholm-syndroom. Die gaat sympathiseren met zijn vijand. Dus die krijgt sympathie voor de bewaker, want die geeft hem nog net eventjes dat beetje lucht per dag. Dat is aan een hele subtiele... cadeautjes geven ze. Dus hele kleine bonbonnetjes. En dan kan hij er even tegenaan. Maar hij wordt natuurlijk gewoon door diezelfde bewaker vreselijk gemarteld. En doordat die kleine cadeautjes er zijn, gaat hij meer en meer van die bewaker houden. Gaat hij meer in zijn denkbeelden mee. En dat is dat typische wat ook bij Stockholm proces optreedt. En gaan ze dus op een gegeven moment komen ze in een dicht bij doodfase. Ze zijn zo wanhopig van angst en de dood is zo dichtbij dat ze in een psychotische toestand komen. En dan komen ze in een hypnotische toestand waarbij ze voor de camera een bekentenis afleggen ten nadele van het land waar ze vandaan komen. Dus dan zeggen ze dus dat Amerika de grote verrader is. En toen ik die beelden had, ik alles over gehoord. En ik weet dat ze bij de Irak-oorlog hadden ze daar ook een handje van. Er gebeurde dat ook wel dat die Amerikanen dan bekentenis af gingen leggen. En ik dacht altijd dat dat een toneelspel was. En dus ik geloofde niet dat dat dan werkelijk was. Maar het schijnt dus wel, dat schrijft hij dus wel vrij overtuigend. Dat die brainwashes echt volkomen is geworden. Dus dat die soldaten op dat moment in die psychotische fase waarin ze dan zijn beland, daadwerkelijk geloven wat de bewaker hem heeft gedicteerd. En het bewijs dat werkelijk zo is, is omdat ze dan komen ze later vrij en dan komen ze weer terug in de Amerikaanse samenleving. En dan slaan ze door bijvoorbeeld zelfmoord te plegen of ze worden een Rambo, weet je wel, de First Blood. Omdat ze dus niet kunnen leven met de schaamte van dat ze zo dom zijn geweest om die bekentenis voor de televisie af te leggen. Want ze snappen dus niet dat ze zijn gehypnotiseerd. Dat ze dus in een trauma zijn gemarteld. Dus ze kunnen dat voor zichzelf niet meer recht krijgen in hun hoofd. Dat ze dus tijdelijk anders hebben gedacht ten tijde van nood. Ja. En dat is, daar gaat dit boek vrij dominant over. Zo heb ik het althans... goed onthouden. Ik weet niet of jij hier... Nou, ik moest tijdens... Het enige wat ik nog wil toevoegen is dat ik heel sterk moest terugdenken aan het gesprek wat ik met Richard Cameron heb gehad. Ook over al deze onderwerpen. En hij vertelde me dat het vaak... wat vaak mensen niet weten is dat... zeker in die Koude Oorlog is het een belangrijke informatie. Dat dus hoe je je tegenstander ideologisch breekt, dat zijn dingen waar de ideologische tegenstander generatiebreed over nadenkt. Dus je hebt het niet over wat doe ik met mijn ideologische tegenstander, maar wat doe ik met de kinderen of de kinderen van de kinderen. Dus het kan zijn dat in de jaren 50, of waar dit boek dan is geschreven, dat daar al bepaalde mate van ideologische, psychologische oorlogsvoering heeft plaatsgevonden die doorwerkt in het heden. Dus dat wij nu, wat wij nu zien... Dat die overdragen is op het kind. Nou nee, dat dus wat we nu bijvoorbeeld zien in wat mensen dan woke ideologie samenvattend noemen. Ik hou nooit zo van die term, maar laten we dat even gebruiken. Ik hou er wel van. Okay. Ik vind het een prima woord. Okay. Maar dus dat al dingen zijn, zoals dus het feit dat kinderen en die LGBTQ-discussie zich verzetten tegen hun eigen ouders. En dat ze dus meegaan met instituties. Dat ze op scholen terechtkomen waarbij er ook vervreemding van die ouders plaatsvindt. En dat zijn allemaal symptomen van iets wat al misschien in gang is gezet in een psychologisch spel wat in de jaren 60 al gevoerd wordt in die strijd tussen bijvoorbeeld Amerika en Rusland of Amerika en China. In dat geopolitieke spel zit al iets in hoe je zeg maar je in het demotiveren van je tegenstander. En als je dus bedenkt dat je op deze manier in het hoofd van een tegenstander kan komen, dan zie je dus eigenlijk hoe dat kan en hoe dat kan plaatsvinden en hoe dat kan doorwerken generatiebreed. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik wil even over dat trauma praten. Want ten eerste heb ik denk uitgelegd over die hypnose die dan plaatsvindt in die extreme toestand. En ik noemde dit al eerder van bij Baschwitz net al. Van die hypnotische toestand die bestaat dus wel degelijk. Die blinde vlek die treedt op bij langzame massage. Je kan zeggen dat corona...
pandemie was 2 jaar lang massavorming, maar over een vrij lange. Dus die hypnose is dan niet 2 jaar lang. Maar bij een acute doodsbedreiging, zoals bij de prisoners of war, is er wel degelijk die hypnotische toestand. Dus er is een verschil tussen een acute massa, bijvoorbeeld de bestorming van de Capitool of de Bastille. Die zijn vrij kortstondig. Dan is de piek van de hypnose heftig. Ja. En als die massavorming langer is, dus een 2 jaar lang pandemie, of een tijdgeest kun je ook als een massavorming zien, of een geloof kun je zelfs als een massavorming zien, dan is de hypnotische aard eigenlijk minimaal. Om nog even te benadrukken dat die hypnose tijdens corona echt bij het grof vuil moet. Ik wil even over trauma praten. Dat is toch wel een belangrijke in relatie tot woke. Want dat vond ik dus heel duidelijk in dit boek. Dat ik iets wauw. Hij beschrijft het werk van Pavlov vrij uitgebreid. Over de hond die bij een belletje eten krijgt. En dan stopt het eten, maar dan gaat het belletje door. En dan blijft de hond kwijlen. En dat legt hij uit als een aangeleerde reflex. Dus je hebt, hij zegt, er zijn 2 reflexen. Dat als een baby geboren wordt en je zet een lamp op de ogen, dan gaan de ogen dicht. Dat is de aangeboren reflex. Als je een aansteker onder de hand houdt, dan trekt hij zijn hand weg. Maar een aangeleerde reflex is bijvoorbeeld als jij je autorijles volgt. En jij moet in 1 keer ingrijpen met je auto, dan trap jij zonder na te denken binnen een seconde op je rem. Dus de handeling van jouw voet heeft niks te maken met die is 1 geworden met auto. En dat is dus een aangeleerd instinct. Dus eigenlijk doe je een hele gekke move met je lichaam, omdat er dus met je ogen zie je iets heel anders. Snap je dat of niet? Ja. Ja? Dus dat is het aangeleerde reflex. En nu komt hij bij een... hij zegt dat trauma, dat nestelt zich in de... dat wordt ook in... Die heb ik niet bij me, maar dat wordt in via epigenetica is dat uit te leggen. En dat staat in het boek van Pierre Capel ook vrij duidelijk. Dat als bijvoorbeeld een klein hertje zijn moeder verliest door een wolf, omdat hij opgegeten wordt, dan heeft dat kleine hertje een trauma opgelopen. Omdat dat zo'n heftige ervaring is geweest. En dat kleine hertje vertoont vervolgens ander gedrag. Mijn poes heeft dat bijvoorbeeld ook gehad. Er is een poes overleden in mij via een vrij broederig ongeval. En die andere poes heeft dat gezien. Die poes is nooit meer hetzelfde geweest. Dat is nog steeds een angstige kat. En dus dat trauma dat heeft zich genesteld in het gedrag van die kat. En als die kat dan weer kinderen krijgt, dan is dat overdraaglijk. En dat is dus een vorm van evolutionair leren, zou je kunnen zeggen. Dus dat trauma, dat moet je dus niet onderschatten. Het is dus niet zo van jouw vader heeft in het Jodenkamp gezeten. Jij kan het niet voelen, jij kan het wel degelijk voelen. Want jouw vader geeft dat trauma dus door aan de nazaten. Dus en hier komt dus die woke tevoorschijn waarbij ik dus moest denken. En de mensen voelen zich nog steeds heel erg akelig als het woord slavernij valt. Omdat ze dan terugdenken aan mijn voorouders daar. En dan heb je dus de botte rechtse flank die ze van lul joh, je hebt nooit nooit slavernij meegemaakt. Dat waren jouw voorouders. Dus die doen net alsof dat trauma dus niet overgankelijk is. Ja, dat is even zwart-wit gesteld. Dus ik moet het heel voorzichtig zeggen, vooral zonder dat mensen uit de bocht vliegen in de comments. Dat trauma is pijn. Dus het is wel degelijk aannemelijk dat Gloria Wekker een trauma heeft over slavernij. En dat is dus wel degelijk een reële pijn die zij zal ervaren. Dat fatsoen moeten wij aannemen als mens, vast als maatschappij. Nu komt, naar mijn beleving, komt er een denksprong die ik niet vaak gehoord heb. En dan ga ik terug naar de kettingreactie. Als je iemand ophangt vanwege zijn huidskleur, of je gaat er bovenop zitten, wat ook niet zo netjes is, wat die politieman deed, dat is een misdaad. En dat is een desastreuze afloop. En dat is pijn.
Maar dat is iets anders dan een traumapijn. Er zijn twee verschillende pijnen. De een is een pijn uit een misdaad. En de andere is een pijn voortvloeiend uit een trauma. En wat er bij de... Wat, er dan, wat het symptoom is bij het bestrijden van de pijn van het trauma, is dat we het woord negen gaan uitbannen. Dus we gaan in plaats van zeggen van we gaan geen mensen meer opknopen, nee, we gaan het woord negen gaan we vervangen door kleurling of zwart. Of we gaan negerzoenen gaan we chocozoenen noemen. En we gaan Sjorsje Shimmy gaan we aanpassen. En we gaan Zwarte Piet aanpassen. En Lucky Luke mag nu ook niet meer. En wat er dan gebeurt is in feite willen ze racisme bestrijden. Wat een nobel streef is. En dan zien ze... Hij zegt dat trauma dat koppel je aan een icoon. Aan een ritueel. Dus het woord negerzoen wordt een ritueel. Wordt een icoon. En dan gaan we dat icoon gaan we wegnemen. Dus we zijn helemaal allergisch geworden voor de Jodenster. Of voor de negerschoen. Of voor het woord neger. Of elk icoon dat er maar kan bedenken. Of elk ritueel dat je kan bedenken. Dan gaan we dat uitbannen. Want dat is fatsoenlijk. Want dan hebben die mensen geen pijn meer. Maar je bandt het racisme niet uit. En dan kom je eigenlijk tot de kern zeg maar, van je kan wel heel erg niet toe. Maar er zullen altijd mensen verkracht worden. Je moet gewoon niet verkrachten. Je moet geen verkrachtingen plegen. En dan kan je dus... Snap je waar ik naartoe wil? Ja, zeker. Ja, ik ben het hier ook heel erg mee eens. We hebben dus niet goed in de gaten dat we dus bezig zijn met beperking. Terwijl we vergeten dat we moeten bezig zijn met misdaadbeperking. En de grondgedachte is natuurlijk van als we alle icoontjes weghalen. Dus alle negerzoentjes en alle jodenkoeken en alle dingen. Dan zal er geen racisme meer zijn. En volgens mij is glashelder dat dat altijd zal blijven. Dus dat aanpassen, dat moet in overleg. En je moet gewoon zeggen tegen mensen, ja oké, we hebben respect voor jouw pijn en het is heel vervelend. Maar wat los je nou eigenlijk op met die negerzoen weghalen? Of met die jodenkoek weghalen? Of met die Zwarte Piet weghalen? Want worden er dan minder mensen aangenomen... Of worden dan mensen juister aangenomen in het arbeidsproces? Daar geloof ik geen reet van. Ik denk juist dat er nog veel meer gediscrimineerd wordt. Want mensen worden kotsbeu van al het geleuter over snoepjes en over feesten en dit en dat. Ze noemen dat mierenneuk en een gebed zonder einde. En dan krijg je dat soort dingen. Dat heeft dus met dat kettingproces te maken. Omdat ze dus niet doorzien van nee, we moeten racisme adresseren. En niet trauma adresseren. Ja. Dat was althans, zo, dat was voor mij, toen ik vermiddeld las, denk ik, ja, dat heeft mijn standpunt dus ook veranderd ten aanzien van Zwarte Piet. Want ik stond altijd te juichen van, nou, dan hebben we die conservatieven even goed bij de lurven. Die moeten ze toch echt aanpassen. En ja, toen ik dit boek las, dacht ik, ja, maar dat is, je kan die Zwarte Piet wel uitbannen, maar daar schiet je echt geen reet mee op. Dat is mijn conclusie. Dus ik ben dus helemaal niet op de lijn van Gloria Becker. Ik denk dat zij heel erg op een fout traject zit. Dat ze zit gewoon in een kettingproces van allerlei lulligheid aan het aanpassen. En mensen van kleur en noem al die onzin maar op. En daar gaat het gewoon niet om. En dat is een persoonlijke anekdote. Ik had van de zomer was ik zo financieel aan de grond dat ik dus bij DPD moest gaan werken. Dat waren een avonduurtjes, kon ik een vrachtwagen leeg trekken en had ik een paar tientjes, weet je, dan kon ik naar de supermarkt toe. En dat is allemaal verder prima of zo. En ik had zoiets, dat doe ik tijdelijk en dan als de wereld weer open is, dan ga ik gewoon weer ander werk doen. En daar kwam ik dus tussen 40 immigranten te staan en geen woord Nederlands. En ik was de enige Nederlander. En de volgende man die zegt, dan moet je even bij de negerinnetje daar zijn en zo. En ik denk, ja, dat was gewoon een Turkse man. Die praat gewoon heel lief over die andere vrouw. Maar die gebruikte verkeerd woord. Ik was geschokt toen ik dat voor het eerst hoorde. Dan denk ik, ja, maar deze mensen die zijn helemaal niet bezig met al die woke ellende. En daar zijn we zijn allemaal maar bij Bol aan het klikken op onze producten. En ondertussen zijn alle immigranten zijn het allemaal voor ons in een soort nieuwe slavernijsysteem aan het bedienen. En daar stond ik dan tussen. En ik stond er als socioloog tussen. En dacht, oh, dat is een mooie te absorberen. Ja, ik heb die ervaringen op mijn 23 ook allemaal gehad. In die fabrieken en op die plekken. Dan weet je dat wel. Dat het inderdaad helemaal niet zo werkt. Nee, maar het is zelfs inverse. En daar kom je eigenlijk bij Luijendijk uit met z'n 7 vinkjes. Want daar sta ik dan met mijn 7 vinkjes. En er is geen loket in de wereld waar ik die vinkjes in kan leveren. Ik sta daar dus met allemaal groene vinkjes achter mijn naam.
Ik sta die vrachtwagens uit te tillen. En de vrouwen die mogen de kleine pakketjes doen. Dat vind ik allemaal prima. Maar dat is een soort van inverse... hoe zeg je dat? Feminisme aan de gang. Of nee, geen feminisme, maar een soort inverse discriminatie. Die ik volledig legitiem vind. Maar op de werkvloer in de fabriek heerst een hele andere... Eerst een omkering ten opzichte van de hoogopgeleide donkere vrouw aan de universiteit. Ja. Even met de dramaturgie. Dit is een heftig verhaal, dit altijd. Wat ik zeg, het is moeilijk hè, om dit, nou ja, om dit goed te duiden zonder, heel, zonder dat mensen boos worden. Voor mij is het gewoon klip en klaar. Ja, het is zo voor de hand liggend. Dat okay. Ik van, ja, nou, tuurlijk is dat zo. Ik vind de koppeling tussen traumapijn en misdaadpijn vind ik weinig beschreven. Oh, daar heb ik het niet over. Ik had het over het laatste, over de persoonlijke toevoeging. Ja, had ik het over. Ja. Ja. Ja, laten we kijken of we door die stapel heen komen. Dus ja. We moeten een beetje vaart maken. Ja, maar meerloop is belangrijk. Nou, komen we bij nog een. Oh, we gaan deze overstaan. Ja, dat vindt goed. Ik bedoel... Nou, het kan heel snel zijn, want Bion heb ik niet gelezen. Die ga ik nog doen. Oké, okay. Hannah Arendt. Dat is eigenlijk ook... Ja, best wel een naam, hè. Ik vind het altijd fris als mensen zeggen van, oh ja, nee. Ten eerste is dit een derde van het Origins of Totalitarianism. Want er zitten nog twee voor in de Nederlandse vertaling. Die heb ik niet. Het Engelse boek is zo dik. Ik vind het een, dit is ook een van de eerste boeken die ik heb gelezen. Misschien moet ik hem nog een keer lezen. Hij hakt er bij mij niet zo in zoals... andere mensen. Nou, dan dit je hem gewoon. Ik vind dat heel prettig als mensen Hannah Arendt gewoon even wegslingeren. Dat vind ik altijd een prettig moment, want die wordt ook vaak verkeerd geciteerd en fout aangehaald. En die wordt altijd heel erg zo... Ja, Eichmann in Jeruzalem. Dat wordt altijd heel erg dweperig over gedaan van over dat de banaliteit van het kwaad. Dat wordt dat zo verkeerd begrepen. Ja. Dus, die andere die ik net weggooide. Ik vind, we hebben het eigenlijk al 3 uur over de banaliteit van het kwaad. Daar heb je Hannah Arendt niet voor nodig. Dit is de banaliteit ervan. Nou ja, wat natuurlijk bij die ik net weggooide zit weer dat kettingproces in. Dat zit heel duidelijk in dat boek. Het stopt niet bij één. Het gaat in die MeToo-schakel. En wat ik die ex-schakel. Ik weet wat ik wil zeggen over Hannah Arendt. Ik vind altijd dat vaak die mensen die zichzelf van willen distancieren, pakken altijd Hannah Arendt. En die hebben dan toch een beetje die projectie van Eichmann. De banaliteit van het kwaad is nog altijd de ander. Mm-hmm. En er zit altijd een soort van beweging in om jezelf er een beetje uit te photoshoppen. Jij bent nog altijd de goede die samen met Hannah Arendt en al die kennis ziet dat... de ander inderdaad kan vervallen in al deze shit. Terwijl volgens mij heb jij nu al aan de reeks van die je net over je schouder hebt geworpen aangetoond, dat iedereen op elk moment vatbaar kan worden. Ja, dat glas elke keer breekt ook heel anders. Ja. De case van Eichmann is bekend. Maar wat ik wel schokkend vond in dit boek is de positie van de Joodse raden. Dat wist ik dus niet. Dat die dus zo'n eigenlijk in de val gelokt worden door de spiraal weer. Mm-hmm. En uiteindelijk gaan meewerken aan die deportaties. En aanvankelijk gaan ze dus vooral de rijke Joden gaan ze transporteren naar wat later Jeruzalem wordt. Dus die worden in feite gewoon weggekocht. Heel erg lelijk. En de Joodse raden en die worden hier heel duidelijk in beschreven. En ook de functie van... Ja. Van dat onderschrijft ook alweer heel mooi wat ik net probeerde in mijn frustratie tot uiting te brengen. Dat eigenlijk iedereen vatbaar kan worden voor die paradoxe en ambiguïteit. Ja. En, het is niet en dat staat er dus wel in. Alleen, het is niet alleen maar die engere. Dus ik heb het vooral denk over de duiding van Hannah Arendt. Dat wordt heel vaak aangehaald om juist te doen alsof het de ander is. En dat vind ik wel lastig. Ze projecteren het altijd op het zielige mannetje eigen. Ja, inderdaad. Dat was zo normaal, maar uiteindelijk wel de engste. En dat is de banaliteit van het kwaad. Maar zo moet je dat niet lezen. Je moet het inderdaad... Die Joodse raad is eigenlijk de banaliteit. Want dat is dat is de... Nee, alles is de banaliteit. De banaliteit zit in iedereen. Ja, we zijn het eens. Nou, oké. Dus die het is ook een heel bekend verhaal. Dus hoeven we ook niet... Deze dat je... Oh, ik ken het. Ja. Nou, ik heb goed nieuws voor je, deze heb ik half gelezen en dan wat andere ik bedoel, voor mij mogen we er lang of kort over doen. Als we maar de dramaturgie hebben van dat het tempo heeft, anders zakt de kijker in. Ik ben ook bezig als tv-maker met het verhaal. Ik hoop dat ik het binnen de perk heb gehouden met mijn woke-ketting. Maar goed, dat zullen we wel zien in de comments. Arendt. Ja, als mensen wakker zijn en nu gaan we werkelijk in de pen klimmen. Nu gaan we er namelijk nog een doen, dat is de transgender toestand.
Dit boek was voor mij ook naast Vermeerlo. Ik vind het geen prettig boek om te lezen, want het is een beetje poëtisch geschreven. Hij is echt literatuur aan het bedrijven. Heb je het gelezen of niet? Nee. Maar het is een... Dat is toch juist prettig? Nou, ik vind het juist prettiger lezen als iemand gewoon... Ja, ik moet ook zeggen dat veel van die andere schrijvers ook beren slecht, maar op een andere manier. Maar ik vind Canetti echt zo heel gezwollen geschreven. Ik hou meer van to the point. Ik hou meer van zakelijk. Maar het neemt niet weg dat het wel een heel bijzonder boek is. Het is een boek over antropologische, zoals ik hem heb gelezen, heel veel antropologische voorbeelden van cults, sectes, religies, rituelen. Gewoontes en gedrag van mensen. En dat gaat zowel in het heden, de dansvloer noemde ik al, dat wordt in zijn boek, komt dat naar voren bijvoorbeeld. Maar ook het doelpunt, het knuffelen van het doelpunt. En het gaat dus over, zowel over massa als macht. Dus niet alleen maar de macht van de massa, maar het gaat soms ook over de macht. Dus het boek is voor deze spreekbeurt half relevant. De helft van het boek, de andere helft valt onder een ander hoofdstuk. Ja, dus het gaat over de massa voor jou. Het gaat over mij, over de massa. En waar ik mijn hoedje over schrok, ik ben docent op kunstacademies in Europa. En consortia soms, maar meestal zijn het kunstacademies. En daar, ik was in Zweden en daar kwam ik voor het eerst, een jaar of 6 geleden denk ik, voor het eerst in aanraking met een transgender jongen, meisje. Ik wist niet, na 2 dagen wist ik eigenlijk nog steeds niet wat er aan de hand was. Niemand kon het mij vertellen. Ik ging met, ik denk dat het een lekker haar noemen dit keer, daar naar het café. En we zaten met z'n 4 te borrelen. Dus wij 4 jongens van 40 en iemand van 20 erbij. In transitie. En na een half uur werden er vanaf de andere tafel lelijke opmerkingen gemaakt. Dus de typische homofobie, zou je kunnen zeggen. En er werd zo over neergesneerd. En dat deed mij beseffen van, god, dat moet heftig zijn als jij een transgender bent. Dat is echt dat is geen kattenpis, zeg maar, als je in dat proces duikt. Want je hebt daar dus gewoon de hele week heb je daar last van. Ik had daar een uurtje mee te maken. Nou goed, dat was mijn eerste ervaring ermee. Ik had natuurlijk die Matthijs van Nieuwkerk ooit gezien op Wereld Draait Door. Die had daar toen een beroemde uitzending over. Dat was een aantal jaren ervoor. En in de loop der jaren zag ik meer en meer mensen zich uiten. Van ja, ik ben een T of ik ben een K of ik ben een L of ik ben non-binair of ik ben dit. En dat alfabet breidde zich uit, die kettingreactie. Meer en meer ongedefinieerdheid. Dat ik echt dacht van, ja, wat zeg je nou eigenlijk? Want, ja. Dat ik kom er helemaal niet meer uit. En toen, nou ja, dat ontspoor. En op een gegeven moment dan denk ik, ja, als ik nu naar een kunstacademie klas ga, zitten er 3 in elke klas. En dan, ja, maar er wordt nu open over gesproken. Ik denk, nou, Canetti staan vele voorbeelden van groepswanen. De eerste lijkt heel belachelijk, maar die zette mij wel in. Ja, dat was een trigger voor mij. Er is een Aboriginal stam uit mijn hoofd. Die geloven dat ze geboren worden als half kangaroo, half mens. Dat is iedereen van die stam is half kangaroo, half mens. Dus ze eten ook geen kangaroo op, want dat is een heilig dier voor hun. Andere stam is half alligator, half mens. En dat zie je in die totemstructuren. Er zijn altijd die dieren, ook dat animisme of iets dergelijks heet dat, geloof ik. Dus die volkeren die geloven dus heilig dat ze half dier, half mens zijn. Die gedragen zich ook op een bepaalde manier. Dus die lopen iets meer in de sluiproute tijdens de jacht. Of die hebben bepaalde rituele dansen. Ook overdag zitten ze bijvoorbeeld meer in een hurkzit of ze staan meer. Dus ze hebben aangepast het gedrag. Al nog lang de dier waar ze zich mee identificeren. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is dus een... dan is dus de eerste reactie van, ja, dat zijn belachelijke, primitieve, naïeve denkbeelden. Maar toen dacht ik van, nou, wat zich nu voordoet, vind ik, wat is nog het verschil als iemand zegt dat hij half kangaroo is of dat hij half vrouw is? Waar begint de waanzin en waar begint de waarheid? Dat wordt voor mij een heel troebel gebied. En ik heb dat in mijn nabije omgeving, heb ik daar veel gesprekken ook over gehad. En ik heb ook wel een aantal mensen in mijn omgeving die daar dus heel druk mee bezig zijn. En dan krijg je op een gegeven moment de vraag, ja, maar wat is nou eigenlijk vrouw? En wat is nou eigenlijk vrouwelijk? Wat is het verschil tussen vrouw en vrouwelijk? Ik kan, als je die vraag stelt, krijg ik geen antwoord op. Want
Ik weet ook niet, ik weet het verschil niet. En toen dacht ik me recent van ja, wat er naar mijn beleving fout gaat, is dat het woord vrouw komt uit de biologie. En wat er bij pseudowetenschap vaak gebeurt, is dat ze leenwoorden hebben uit andere wetenschappen. Dat zie je vooral in de bioresonantie. Dan heb je het woord resonantie al. Dat ze dan die steen op je buik liggen. En dan worden er allerlei natuurkundige termen tegenaan gegooid. En dan is heeft jouw buik minder krampjes. Dus het is volgens mij een symptomatisch verschijnsel dat er leenwoorden gebruikt worden uit andere wetenschappen. Die worden geïmplementeerd in een nieuwe wetenschap. En bijvoorbeeld in scheikunde heb je het over oxideren. En in biologie heb je het over aeroop en anaeroop. Dat zijn hele duidelijke splitsingen. Dat is omdat bij oxidatie denk je aan een chemische reactie. Dan denk je aan een reactieformule. Bij anaeroop en aeroop denk je aan E. coli die anaeroop is. En een Staphylococcus aureus is aeroop. Die kan leven in de lucht. Dus die kan dus goed oxideren bij wijze van spreken. Dus daar is een hele keurige scheiding. Maar bij gender studies pakken ze dus een biologiewoord, vrouw. Het woord vrouwelijk komt niet meer tevoorschijn. Dat is hetzelfde geworden. En bioresonantie noemde ik al net even. Matthias heeft continu over resoneren. Dat vind ik ook een pseudowetenschappelijke term. Want resoneren is gewoon weerkaatsen. En dat is trillen. Dat is natuurkunde. Dat is helemaal niet iets psychologisch. Dus ik vind het problematisch als je woorden gaat gebruiken in een andere discipline. Met een andere betekenis. Want dat is natuurlijk nog wat er bij de woke-beweging aan de gang is. Mensen voelen zich vrouwelijk. Nou, ik heb ook wel eens voor de spiegel gestaan als tiener. En dat je dan zo je dingetje tussen je benen doet. En dan voor de spiegel kijken hoe het eruit ziet. En ik denk dat iedereen van 12 dat wel eens een keertje heeft gedaan. Dat is een vrouwelijk moment. Maar dat wil niet zeggen dat ik vrouw ben. Daar zit een taalverwarring in. Misschien loop ik wat uit nu over dit onderwerp. Maar ik gaf het voorbeeld van die aboriginals met die dierenstructuren. En waarop ik nog meer aanging, is dat er op een gegeven moment komt er een Romeinse secte tevoorschijn in het verhaal. En ergens een stam boven in Mongolië, als ik het goed heb herinnerd. De Gali uit het Romeinse tijdperk, de godin, de priesteresse van. Die moeten we opzoeken. De volgeling heette Galli. Dat kan je op Wikipedia vinden. En Canetti beschrijft het veel beter dan wat er op Wikipedia staat. Die mensen die geloven in de priesteres van de vruchtbaarheid. Of de god van de vruchtbaarheid. En daar zijn zij volgelingen van. Maar ze moeten toegewijd zijn aan die godin. Wat inhoudt dat ze niet mogen vreemd gaan met het aardse. Dus ze mogen geen andere vrouw bevruchten. En de oplossing om geen andere vrouw te bevruchten is dat je je laat ombouwen van een man tot een priesteres. Oftewel, je gaat jezelf castreren. En dan is het bij die Russische cult is het nog erger dat ze dat onder invloed van drugs doen. En dan bedwelmen ze iemand en dan grijpen ze een jongetje van 12 en dan halen ze die ballen vanaf. En toen ik dat las, had ik zoiets van, ja, maar wat zijn we hier aan het doen in deze maatschappij? Is hier geen massawaan aan de gang zoals Canetti daar ongeveer 100 voorbeelden van geeft? Want ik pak nu eventjes de meest extreme, maar er staan ook allerlei oerwoudrites in met mensen die elkaar doodmaken. En Le Bon heeft aangetoond dat er geen verschil is tussen de onopgeleide mensen en de hoogopgeleide mensen. Dus daarmee kun je al stellen dat dus de woke-ideologie, of de transgender-ideologie die er momenteel plaatsvindt, daar zet ik hele grote vraagtekens bij, wat wij doen met de tieners. Ik heb geen moeite met Genesis Biologies, die dat op zich 45ste beslist, dat die in een D wil veranderen, omdat zijn vrouw is overleden. Dus de zanger van Throbbing Crystal, voor het geval je niet kent. Maar op het moment dat je dat bij tieners doet in een twijfelfase, waarbij de hormonen heen en weer schieten tot aan hun 25ste, vermengd met die taalverwarring van vrouw-vrouwelijk, vermengd met de vele voorbeelden die Canetti beschrijft in zijn boek,
En er is geen gender study specialist die Canetti herkent. Ik heb het met Laurens Buijs hierover gehad, die wist het dus niet. En dat is een professor aan de VU. En die weet dus niet wat massawaan is volgens Canetti. En ik denk, nou, dat wordt toch wel tijd, jongens, dat jullie even je boek openslaan. En Laurens Buijs was natuurlijk heel blij mee dat ik het zei, want die kende het niet. En ik heb met Jan Kuitenbrouw erover gehad en die herkende wel. Ja, dit is mass psychogenic illness, noemt hij dat dan. Nou, hij kent dat bij tieners die ze gaan snijden massaal. Want omdat we zo ontzettend veel bespreken, kan het gesprek ook voelen alsof het op een bepaald moment een volle stofzuigerzak wordt. En ja. Op het moment dat je dit erbij haalt, kan ik ook weer 10 andere bronnen aanhalen. Ik heb toevallig deze week dan The Witch Trials of J.K. Rowling geluisterd. Dus daar kan ik helemaal induiken. Toch stel ik voor om dat niet te doen. Dat is een gesprek op zichzelf. Alleen om het even te relateren aan het bredere gesprek. Volgens mij waarom je het aanhaalt is omdat ik, zoals ik het zie, is een soort van Nijldelta of zo. Alsof je al die stroompjes even beschrijft die door die cultuur heen stromen. En die eigenlijk allemaal te maken hebben met waar in meerdere of mindere mate het collectief in een bepaalde trance of waan of psychose staat terechtkomt. Ja. Het feit dat dit ook zo ontzettend, want je ziet nu dat, daarom is J.K. Rowling eigenlijk, daar ga ik er toch iets over zeggen, waarom het zo interessant is, juist Jordan Peterson of J.K. Rowling, waarom die mensen vanaf het moment dat ze ook maar één uitspraak erover doen, het is gewoon alsof je dynamiet in een volwillend winkelcentrum laat ontploffen, weet je wel. Ja. Zo ontzettend. Ja, dus ze heeft gewoon één tweet en het is een storm die gewoon zijn weergaan niet kent. Dus dat maar is dat gewoon duidt zo, heel erg op het sectarische. Want dat is bij het sectarische komt dat ook heel manifest naar voren. Ja. Dan mag je niet afwijken van die mening. Ja, het feit dat je het aanraakt is al gewoon explosief, zeg maar. Fijn, dus dat is heel helder. En wat ik nog wel wil zeggen, dat is wel een belangrijke. Er zit een double bind in. En dat is iets wat ik van een psychiater heb geleerd. Een oude vriend van mij. Die ik geef dat voorbeeld heel vaak. Van als je een vriendin, die stelt de vraag van vind je me dik? En dan kan je zeggen ja, ben je een lul? Of je zegt nee, en dan lieg je. Ja. Dus je kan hem nooit goed doen. Dat verschijnsel heet double bind. En nu is het met een gender toestand. Want ik zei, ik vind het geen. Ik twijfel zeer of het een wetenschap is. Ik denk eerder dat het tegen een ideologie aan gaat leunen. Is dat we. Je mag deze vraag niet stellen. Want als je er. Dan ben je team fout. Maar als ik mijn mond haal, dan pleeg ik zelf een leugen naar mezelf toe. Dus dat is ook fout. Dus dat is die double bind. Ik kan hem niet goed doen. Ik mag niet twijfelen. En dat is heel kwalijk. En dit geldt trouwens ook weer voor MeToo en het racisme vraagstuk. Ja. Want daar ben ik net ook niet helemaal op ingegaan. Maar dat is. Ik zit al 10 jaar, bemoei ik me een klein beetje aan tegen die Zwarte Pieter discussie. Ik ben er van het begin af aan heel kritisch op geweest. Omdat ik gewoon een hele klassieke opvatting heb over racisme. En ik heb mijn klassieke opvatting is dat je gewoon niet racistisch moet zijn. En dat moet je zelf niet doen. En als we allemaal niet racistisch zijn, dan is het gewoon klaar. Dan is racisme voorbij. Dat moet je niet opleggen. Dat is heel simpel, maar dat is heel moeilijk om na te leven. En ik vind dus de antiracismebeweging racistisch. Want die proberen een stroomman te maken van de witte heteroseksuele cisnormatieve man. En dat is ook een racistische karikatuur. Dus op het moment dat je dus racisme gaat bestrijden door meer racisme te verspreiden. En hoe vat ik racisme op? Heel simpel. Ten eerste dat je mee bent in de aanname dat er zoiets bestaat als verschillende rassen. Dat vind ik al iets waar ik niet in mee kan. Ik kan verschillende boeken aanhalen, maar ik zou zeggen dat het aantal schakeringen is zo groot dat je kan zeggen dat we een oneindig aantal rassen hebben. Mm-hmm. Dus op die manier zou ik racisme oplossen. Dat zeggen, racisme is een achterhaald idee. Het idee bestaat niet. Het is een eindeloze schakering van kleur. En dus is het niet houdbaar om racisme als onderscheid aan. En ten tweede, wat het element is van racisme, is dat het ene ras, tussen aanhalingstekens, zichzelf inferieur voelt ten opzichte van de ander, of de andere zich inferieur voelt ten opzichte van de ene. Dus het element van inferioriteit en
superioriteit is een crux. En het idee dat er zoiets bestaat als rasonderscheid is een crux. En die twee systemen... ik verwerp die twee systemen. Ik geloof niet in rasonderscheid. Ik geloof niet in superioriteit, inferioriteit. Dus ik ben geen racist. Dus op het moment dat je zou zeggen van... Michiel, je bent wel een racist, want je bent niet schatplichtig aan de woke-ideologie. Dan zou ik zeggen... Nee... De woke-ideologie is racistisch en ik ben geen racist. En ik ben strijd racisme door de woke-ideologie te bestrijden. Dus ik ben een antiracist en jij bent zelf een racist. En dat is ook weer zo'n soort van eindeloze discussie. Ik spel hem hier heel simpel uit, maar dit is weer zo'nzelfde ding. Van zo zit op dit moment LGBTQ op slot, zo zit BLM op slot en zo zit MeToo op slot. En klimaat en COVID ook. Dit is gewoon, dit zijn al die gesloten dossiers waar je niet aan mag komen. Daarom dat het mij zo... aan het hart gaat, omdat ik voor een vrije, open Het is gewoon stront op die tand dat je niet gewoon kan zeggen wat je wil. Dat is, dat is toch gewoon... Waar gaat het over of zo? Enfin, jij hebt de volgende boek klaar liggen. Medium is... Dit is een klein leuk boekje, dat heb ik nog niet gelezen. Ik ben met deze bezig. Die kunnen we overslaan dan? Ja, ik ben met Marshall McLuhan bezig. Vond ik wel interessant. Is hij ook relevant voor het bredere verhaal? We zitten in de apotheose, dus... Alles wat je over de schouder kan gooien, mag je over de schouder gooien in deze fase van de analyse? Ik denk dat we deze... Ik heb hem nu op 2/3 uit. Nee, ik denk dat dit is wel echt een meesterwerk, maar... Nou, schrijf hem op. Laten we hem buiten de massapsychologie doen. Ik ben ook een beetje leeg, moet ik zeggen. Heel veel verteld. Ja, daarom. Dus gooi hem gewoon over de schouder, want we moeten het wel afmaken. Dus hop. Vraag van intellectuelen kunnen we ook laten zitten dan. Nou, dan zijn we redelijk klaar. Ja, dit chaos hebben we gedaan. We gaan echt snel nu. Dus nu zijn we bij de Smet, de grote antagonist van jou. Dan kunnen we ook over. Dat klopt ook, we zitten in de finale. We hebben nu twee boeken van de Smet. Ja, deze, hier hebben we ze. Ja. Horen bij elkaar. Ik heb al... Er is ontzettend veel boeken aan te merken. Ik heb vooral onderzocht wat de massapsychologie... is en... Laat me een vraag stellen. Je hebt nu heel veel verteld en je begon ermee dat jij dit hoorde bij de Nieuwe Wereld, geloof ik. En daarna het hebt gelezen. Ja. Toen werd je helemaal gegrepen en uiteindelijk ben je criticaster geworden van dit werk. Ja. En zou je na alles wat je hebt verteld zo kort mogelijk kunnen uitleggen aan mij... wat jouw bezwaar is bij dit boek? Wat de kern van je bezwaar is? Dus wat neem je mee van wat je me allemaal hebt laten zien en waarom... ben je hier kritisch op? Wat het moeilijke is dat ik toen het in september bij Nieuw Wereld besproken werd door zowel Verbrugge als de Smet, waarbij ze allebei hun eigen inbreng brengen, dat is belangrijk om te benadrukken, was ik daar echt zwaar van onder de indruk, omdat ik dat dus herkende bij Orwell en bij de film The Wave, Animals van Pink Floyd, al die archetypen van massadynamieken, zoals ik dat kende uit de literatuur en de kunst. Dat werd herhaald door Matthias. En wat ik zo opmerkelijk vond, is dat hij de enige... ik heb er later nog eentje gevonden, maar hij is echt de enige in de wereld geweest die dat heeft benoemd. Er was er nog eentje, zijn er twee. Maar die andere is niet zo in de picture geweest. Dus ik was zwaar onder de indruk. Ik denk, dit gaat zo klappen. En iedereen gaat dit zo herkennen, dat dit waar is wat deze man zegt. Ik heb dat. Vervolgens heeft hij een reeks interviews gegeven, waarbij hij elke keer heeft over sociaal isolement, gebrek aan zingeving, vrij zwevende angst, vrij zwevende agressie. Die vier parameters waar volgens hem dus de massavorming door ontstaat. Goed, zoete koek voor mij. Ik slikte het en ik geloofde er ook echt in. Toen kwam. Uiteindelijk kwam die bij Joe Rogan uit, via Robert Malone, en toen kwam die ook nog. Ja, en toen brak de pleuris uit. Want toen kwam er dus een Reuters-artikel waarin zijn mass formation psychosis. Er zijn twee woorden, die dwarrelen dan op de Amerikaanse taal rond op het internet. Die werd eigen glas wordt ontkend. Door wie werd hij ontkend? Hij werd ontkend door Britse en Amerikaanse nudgers die voor de overheden... voor de OMT werkte, alleen dan de Engelse variant en de Amerikaanse variant. Dus wat mij betreft zwaar discutabele massapsychologen, die dus hun eigen agenda aan het doordrukken was. Dat had ik al vrij snel in de gaten. Die Reiger, die natuurlijk gaat iemand kennen, want die was zelf die hele zaak aan het duwen.
En zijn vriendjes die van Bavel en dergelijke. Dus ik was best wel verbolgen over. Ik denk, nou, dan hebben we eindelijk, komt het naar de voorgrond. En er wordt gewoon een coup gepleegd door de media. Via de nutjes van de overheden. En het wordt gewoon glashard ontkend. Terwijl het gewoon in Le Bon staat, in Freud, in Canetti en overal. Dus ik dacht, wat krijgen we nou joh, hoe kan dit nou toch? En toen werd er gezegd van nou, ik had al een stripboek. Ik ben met mijn stripboek bezig 2 jaar lang. En ik had 100 pagina's aan die theorie gewijd. Ik denk, kut, dan heb ik nu 100 pagina's. En nu wordt die theorie wordt ontkend. Ik kan dit boek nooit uitbrengen in deze vorm. Want als ik hem uitbreng, dan word ik acuut voor gek verklaard. En dan denk ik van, ja, dan ben je gewoon een wappievolger, weet je. Dan ben je helemaal knettergestoord. Dus ik denk, nou, hoe moet ik dit nu toch oplossen? Want ik had er toch al een flinke tijd werk in zitten. Ik denk, nou ja, de enige wat ik kan doen is Matthias Bron als bron opzij leggen. En ik ga Le Bon lezen. En ik ga Hannah Arendt lezen. Want dat zijn toch de bronnen waar we het over hebben. En die ging ik toen lezen. En toen viel mij dus op bij Le Bon dat dus Le Bon schrijft over de Bastille. En de Bastille lijkt heel erg op de kapitoolbestorming. In Psychologie van Totalitarisme van de Smet staat niks over de kapitoolbestorming. Dus dat was al de eerste fout die ik in het boek kon herkennen. Hoe kan je nou over een massawaan praten? De ene boek schrijft over massawaan vanuit de Bastille. Er is een massawaan heel duidelijk bij het kapitool aanwezig. Die zo op die Bastille lijkt. En die vergeet hij. Ja. Dat vond ik een extreem grote fout. Die is wel heel goed te verklaren trouwens, hoor, zou ik zeggen. Maar en wel heel raar dat hij dat niet heeft herkend. Het is helemaal niet raar. Waarom niet? Omdat het zoals Want Timon, later kwam. Nou, zoals Timon Dias in van de eerdere aflevering heel duidelijk uitlegt. Er zijn 2 menukaarten. En je oordeelt of bij het ene menukaart of bij het andere menukaart. Nou ja, kennelijk. Ja, ja. En dat is letterlijk wat republikeinen en democraten zijn in Amerika. Matthias de Smet eet hier van een bepaalde menukaart. Waarbij de kapitoolbestorming niet besproken moet worden. Nee. Dat is duidelijk. Ja, nee, maar dat is voor mij een hele simpele verklaring. Maar dit is heel erg de meander waar jij het over hebt. Van ik ga er dus wel lekker tegenover. Want jij vergeet dus echt die kapitoolbestorming. Die is echt cruciaal. Want je benoemt wel de Bastille als bron. Dus ja. dat was een grote fout. Nou, dat was de eerste die ik vond. Er kwamen er nog een aantal andere. En weer Wouter Mareels. Daar mail ik wel regelmatig mee. En Eva, dat is een andere kennis van hem. Die hebben dit boek zo grondig onderuit gehaald. Eigenlijk op alle hoofdstukken die erin staan. Behalve het hoofdstuk over massavorming. En dat werd toevallig mijn specialisatie, want ik had die meter boeken gekocht. Want mijn stripboek gaat eigenlijk alleen maar over massavorming en massapsychologie. En het boek gaat veel breder. Het gaat over wetenschapsontkenning, interpretatie van statistiek. En je hebt het gelezen. Ja. Een heleboel, hij pakt heel veel velden. Ja. Wouter heeft eigenlijk al die velden ontkracht. In zijn boek heeft ja, dit is onzin, dit is onzin. Nou, daar kan je mee eens zijn of oneens zijn. Nou ja, we hadden het al helemaal aan het begin tijdens het appen over Matthias de Smet. Toen ik het las, viel me op dat hij een van de dingen waar hij mee begint is dat hij zegt in de wetenschappelijke wereld hebben dat systeem van onderzoeken. En hij zegt dat 80% of zo, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar in ieder geval een enorm getal fout zijn. Ja. En dus dit vind ik zo grappig dat hij daar die logische conclusie uit trekt van dus het is fout. En terwijl ik zou zelf meteen geneigd zijn om een stap naar achter te zetten en om te denken van hoe kan dat of waarom is dat? En dan zou je kunnen zeggen van nou met al die discussies die waarvan we net zeggen dat die op slot zitten kun je zeggen van dat komt omdat we in een wereld zitten waar verschillende mensen verschillend naar kijken. Dus we zitten in een soort intersubjectief veld en het is heel moeilijk om daar die hele logische, weet je wel, je kunt wel zeggen van een driehoek van, oké, dat zijn die, ja, hoe je een driehoek meet, dat kun je met geometrie, kun je bepaalde theorieën loslaten en dan kun je dat heel goed uitleggen. Maar hoe doe je dat inderdaad met op het gebied van gender? En wat zijn de invloed van de cultuur en wat zijn de invloed van de natuur? Ja. En dan merk je dat dat splitsende paden zijn en uiteindelijk wordt het onverenigbaar. En dus ik zou geneigd zijn om een stap naar achter te zetten en te denken, waarom zitten we in deze wereld? Ik heb toevallig afgelopen maand gehoord dat je dat hele PhD-systeem een cash money machine is geweest voor degene die dat heeft bedacht 30, 40 jaar geleden. Dus het feit dat wat is de invloed van het kapitalisme, het neoliberalisme op de
wetenschap en op de scholen en op de universiteit. Dat wordt allemaal niet benoemd. En hij zegt gewoon van, we hebben hier 80% is fout, dus het is fout. En dan denk ik van, waarom ga je nou een logische conclusie trekken over zoiets subjectiefs? Ja. Dat vind ik meteen al zo opvallend. Nou, fijn, ga verder. Ik heb nog ook wel, ik denk dat Wouter het goed uitlegt over die 80%. En ik denk ik kan er kort iets over zeggen. Kijk, een wiskundeboek klopt echt wel. Oké, kort of lang over praten, maar dat boek, dat is echt van A tot Z goed. Het is niet zo dat dat 80% fout is. Ja, die driehoek, die kan je echt meten op die hoek en dat klopt hoor. Dus ik vind dat hij een grove afronding doet op de 80% fout. Ik denk dat er heel veel bekend is. En wat er nu nog gepubliceerd wordt, dat in dat kleine extra hoekje, daar zit een grote meetfout. Omdat we weten namelijk het meeste. En dat extra haakje, daar worden die meetfouten. Maar dat is iets heel anders dan dat er 80% over de hele... Ja, dat is de suggestie die hij werkt door zo'n conclusie te trekken. Ja, en dat kan je, dat is een beetje... Hij werkt die suggestie, dus hij blijft daar een beetje zo half-half in. En het is niet helemaal duidelijk hoe hij dat nou moet. Dus ik las daar aanvankelijk doorheen. Ja, hij zal wel dat kleine krulletje bedoelen. Niet dat de stelling van Pythagoras in één keer voor 80% niet klopt. Daar kon ik dus niet... Dus ik las het dus als meelezer en Wouter las het als tegenlezer. Dat is een heel groot verschil. Maar goed, dat boek dat rammelt dus op heel veel van die hoofdstukken. En ik denk dat Wouter daar de meeste... die is daar de meest grondig in. Die heeft twee keer dik boek geschreven als die van Matthias over het boek. Een mooie titel, Beschouwingen bij. Ja, nou zo dik. Maar goed, er is wat aan de hand met het boek. Want anders zijn de beschouwingen niet twee keer zo dik. Maar ik heb toevallig één hoofdstukje gepakt. Wat alleen maar massapsychologie, massavorming is. En daar gaat mijn meter over. En daarin vind ik dus een structureel aantal fouten die nozen. De Bastille kapitol vermijding. Zo kan je het toch wel noemen. En dan kom je eigenlijk nog bij de meest cruciale uit. Dat zijn zijn vier parameters waar hij hoog en laag bij volhoudt. Dus dat sociale isolement, dus de geatomiseerde mens. Gebrek aan zingeving. De bullshit jobs noemt hij vaak. Vrij zwevende angst. Dat is de vrij zwevende agressie. Dat is natuurlijk de overmatige gebruik van antidepressiva en dergelijke. En ik snap deze parameters vanuit de psycholoog. Dus ik zeg ook niet dat hij daar helemaal fout zit. Maar een massavorming komt helemaal niet door deze vier parameters. Een massavorming komt omdat er een vulkaanuitbarsting is. Of omdat er een corona is. Of een oorlog. Of... een overstroming. En ik heb daar eigenlijk een heel duidelijk antwoord voor. Ik heb hier een foto van een Drentse plaghut. Dat is in 1930 of zo. Wat staat er voor Jacob bij? 1936. Deze mensen leefden zo in Drenthe. En zonder toilet, zonder elektriciteit. Deze mensen leefden dus buiten de verlichting. Want hij koppelt alles aan. Het is de schuld van de verlichting. Dat is wat hij zegt. We moeten terug naar het spirituele. En deze mensen, hij gaat dan dus beweren dat we hebben dus door de verlichting, doordat we te veel meten en weten, doordat we te exact denken, hebben we gebrek aan zingeving, vrijvliegende angst, vrijvliegende agressie en eenzaamheid. En wat hebben deze mensen dan? Denk ik van, zijn die mensen gelukkiger dan wij? Daar geloof ik geen reet van. Snap je hoe raar dat zit? Ja. Het kan helemaal niet door de verlichting komen. Ja, ik zat de hele tijd... Arabische lente komt helemaal niet door de verlichting. Dat was een massavorming. Zo groot hebben we hem nog nooit gezien. De ene land naar het andere land ging om. Weer die kettingreactie. En dat was juist in een moslim ongeletterde samenleving. In de Drentse plaggehutten. Daar zit juist die massavorming. Dat die nu zo groot is. Is omdat we met internet allemaal met elkaar in verbinding staan. Maar dat heeft helemaal geen reet met gebrek aan zingeving te maken. Geatomiseerde individu. Het is gewoon een wereldramp. En als bijeffect. Dat is hetzelfde als dat je griep hebt. Heb je gewoon verhoging. En dan is het niet zo dat je. Dan moet je dat niet omdraaien. Dus het is je automatisch bijeffect van een ramp. Is dat er een volkspaniek is. En dan die volkspaniek heet groepsvorming. Ja, en dan kom je sterker uit... nog, volgens mij heb je al gaandeweg de lezing ook gezegd van... lezing is eigenlijk een heel mooi dubbelzinnig woord, bedenk ik me. Maar gaandeweg heb je gezegd van, nee, er is eigenlijk altijd sprake van massavorming. Ook in
ja, laag zeker. Water en ook in storm. Ja, absoluut. En die hebben verschillende, dat zijn verschillende vormen van massavorming. En niet alle vormen van massavorming zijn even schadelijk. Of sommige zijn misschien zelfs helemaal niet schadelijk. Alleen bij zo'n vulkaanuitbarsting komt dat even heel erg, kan het de vorm van een pijl aannemen of een bepaalde richting aannemen. Dat is heel, heel helder. Ik heb een heel mooi einde, denk ik. Dat is het boekje van Han. Dat gaat over de palliatieve maatschappij. En hij beschrijft hierin dat we eigenlijk het lijden zijn verleerd. We zijn zo verwend. Dat we eigenlijk niet meer begrijpen wat de dood is, wat pijn is. En nu maak je eenzelfde de smet. Nou, ik vond het wel een raken. Want gezien de paniek die wij hebben gehad over die corona. Want wat was het nou eigenlijk voor een virus? Is dat nou echt een pandemie? Nee, ik ben met je eens en ik vind het een mooie gedachte. Maar wat ik bedoel, en dat is misschien een beetje flauw om het zo te zeggen. Maar wat ik bedoel is, dan ga je net, wat de smet ook doet, is dat je een verklaring zoekt. Weet je, en dat de verklaring wordt gevonden in iets wat we niet meer hebben, maar wat we hadden. En, dan leg ik het snap je? En dat is ook bij Trump zo. Van ja, we willen weer terug naar de jaren 50. Nee, ik doe een tegenvoorstel. Dus ik vind het goed dat je het voorstel doet. Want dan kan ik jou zeggen van nee, maar laten we nou eens even gewoon dit voor waar aannemen. En zeggen van dit is inderdaad hoe de menselijke geest werkt. Mm-hmm. En dit is hoe groepen mensen werken. Ja, nee, maar ik wil een soort verklaring geven van waarom trad het zo prominent op bij corona. Is omdat we het eigenlijk niet zo gewend zijn. Maar het treedt altijd op. Het treedt altijd op en het komt altijd weer terug. Ja. En wat zouden we samenvattend hier nog kunnen zeggen van ja, hoe... Nou, dus de laatste zin is, want ik heb het uitgetypt ter voorbereiding van dit, is dat er, het wrangen, maar ook het positieve omdat we het mee hebben gemaakt. Dit is eigenlijk de eerste volkspaniek die we echt mee hebben gemaakt hier als Westerse mens. We hebben het nooit eerder meegemaakt en daarom zijn we er ook allemaal zo van overstuur. Er is eigenlijk maar één oplossing, is dat een keer goed op je bek gaan, wat we nu hebben gedaan. Heeft ons inzicht gebracht. En de volgende keer doen we het waarschijnlijk, hopelijk, iets minder heftig. Maar daar moet je gewoon op letten met z'n allen. Maar dat is een soort van... Ik kan daar geen vaarlijke boodschap aan geven. Want mensen doen dit gewoon. Want het is gewoon een bijeffect van een ramp. Dus dat maakt ook die massapsychologie uiteindelijk overbodig. Ja, ik vind het ook mooi. Ik zat net de hele tijd in mijn hoofd. Ik dacht van als we aan het einde van die boeken zijn, dan ga ik aan jou vragen van hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden. Nee. Nee, hoe kunnen we nog iets samenvattend zeggen, terwijl er zo ontzettend veel hoofdstukken voorbij zijn gekomen. Ik dacht, dat gaat heel moeilijk worden. Maar eigenlijk dacht ik samenvattend met die plaghut daar iets concluderends over zijn. Eigenlijk vond ik dat je hem al heel mooi had samengenomen. En daar was ik heel erg blij mee. Omdat ik dacht van... om even bij het begin uit te komen. Jij zegt dat jij in de kunsten zat. Al je inkomsten vielen weg. Dat was een existentieel iets. Je hebt ook gaandeweg uitgelegd. Die val die je hebt, dat is een reële val. Ik heb datzelfde meegemaakt. En we zijn allebei op onze eigen eiland wat onderzoek gaan doen en nu komen we samen en leggen die resultaten. In dit geval luister ik ook hoofdzakelijk naar de resultaten die jij bij elkaar hebt vergaat, maar ik kan daar heel goed in mee. Ik kan bijna alles heel goed volgen en ik ben het helemaal met je eens. Laat ik het anders zeggen, ik volg je analyse en ik vind het heel verhelderend en scherp. En het gevaar waar je in kan trappen, en wat we ook, volgens mij, wat jij ook zegt, dat je om je heen hebt gezien, ik heb het ook veel om me heen gezien, is dat je een zondebok of een schuldige zelf gaat aanwijzen. En ik vind het eigenlijk mooi om, zeg maar, nu is die Titanic is nu gezonken, zeg maar, of die vulkaan is uitgebarsten, maar laten we even de Titanic nemen. Ja. En je zit op zo'n vlotje of je zit niet op zo'n vlotje, weet je wel? Ja. En jij bent niet op zo'n vlotje geklommen, want jij bent in het koude water gebleven, want al jouw inkomsten waren weg, en zijn anderen zijn wel zo'n vlotje gekomen. En die vraag is helemaal niet relevant van waar dreven de meeste vlotjes en wie ging daar over en hoezo dan? En dat is toch vaak het spel wat de complottheoretici spelen en waarin je naar mijn idee onderscheidend bent, is dat je zegt van ja,
Ik ben in het computerspelletje is mijn poppetje nu dood gegaan. Die is gezonken in dat water. We starten nu een nieuwe game op en we gaan weer opnieuw de Titanicje spelen. En ooit zal die weer tegen een ijskos gaan. En nu weten we hoe dat gaat. En we weten ook meer over die systemen. En dat vind ik een mooie manier van er naar kijken. Dus dat is denk ik wat ik zelf mee in mijn hoofd zit. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik vind het ook dat je het goed samenvat. Zo ben ik ook blij mee. Dankjewel. Ja, dus dit is, ik voel het als een natuurlijke afronding. We tikken de 4 uur aan. Fucking hell. Dat is heel mooi. Ja, ik had beloofd dat ik hem aflevering ooit. Ik had beloofd dat ik hem langer zou maken. Ja, dan nee, maar ik vond wel elke hoofdstuk relevant en belangrijk. En aan het einde zijn we er iets wat sneller doorheen gegaan. En misschien hebben we wat darlings gekild. Maar ik heb het gevoel dat stevig werk hebben verzet. Dus ja, er is mij niets anders dan je heel erg te bedanken voor al je inzet en al je research. En ook je bereidheid om het met mij te willen delen. En ik vind het natuurlijk heel vleiend dat je zegt dat er maar twee plekken zijn waar je langs wilde gaan. En dat, dat deze plek daar één van is. Dat vind ik... En jouw graphic novel, die heb ik nu inmiddels al in een soort pril stadium mogen lezen. Ja. Hebben we het helemaal niet over gehad? Nee, maar daar ga ik nu een beetje reclame voor maken. Ik vond hem geweldig. Ja. Ik vond hem heel herkenbaar en mooi. En wanneer komt hij uit? Ik moet nog 300 pagina's kleuren. Okay. Het is echt verschrikkelijk. Dat gaat echt nog 2 jaar duren. Dat gaat nog 2 jaar duren. Ja. Oké, okay, nou, over 2 jaar zal ik reclame maken. Voor kom ik wel een keer een kwartiertje terug. Doen we hem kort uit. Wil jij tot slot nog iets zeggen? Of... Nee, ja, er is alleen maar mijn eerste boek, wat helemaal niks met het onderwerp te maken heeft. En juist een heel erg feel-good boekje is. Ja, dus mocht je helemaal gedeprimeerd zijn of ontmoedigd door die dikke stapel van dikke boeken waar je voor je nooit doorheen komt, lees dan vooral dit boekje. Het gaat over 1991. Juri Landman, 1991 graphic novel. Ja. Toen was alles leuk. Tot volgende week. Ik vind dat een heel sympathieke methodiek. Dus je zegt eigenlijk van, nou, ik heb als kunstenaar al mijn inkomsten weggeblazen. En toen heb ik eens even nagedacht. En toen ben ik in die research gedoken. En dit heb ik allemaal opgedoken. En dit heb ik allemaal geleerd. En ik weet niet hoe jullie het zien, maar ik zie het inmiddels zo. Nou, je wil me allemaal die kant op duwen, in dat hokje stoppen. Of die kant duwen, of in dat hokje stoppen. Do as you wish. Dit is wat ik eruit opgemaakt heb. Dit is dus mijn essay, probeersel, zoektocht, poging. Dit is mijn poging om even te laten zien hoe ik het heb gezien. Shoot, reageer. Dit is het. Dat vind ik tot nu toe hoe ik naar deel 1 heb geluisterd. Ik ben helemaal mee. Ik denk van, nou, leef je uit. Ik hang aan je lippen. Dus dat is een beetje hoe ik nu tot nu toe heb geluisterd. Ja, ik ook. Ja. Toch? Ja. Absoluut. Dat is heel leuk. En het is ook een hele goede manier om er even doorheen te stappen. Yes, wat een klus. Een klus, ja, maar je moet het een keer doen, toch? Al doen we er 3-4 uur over. Dat was gewoon een lange aflevering. Maar er zullen zeker mensen zijn die dat heel boeiend vinden. Die dat ook eens willen horen. Ja, nee, dat is zo. Dan luister je gewoon in 3-4 sessies. Ja.